over naar de orde van de dag, hè, Jelle. Het is weer een spannende avond. Raadsvergadering, ja. 27 februari. En aan tafel, Kars Scholling, PVD. En Sander Smeets, D66. Ja. En we gaan gelijk, hup, inhoud in. Ja, dorpsdialoog. Het zijn ook dorpsgenoten in dialoog nu. Ja, inderdaad. Ja. Dinsdagavond, heb ik het goed? Ja, dinsdagavond, de dorpsdialoog. Nou, jullie zijn er geweest. Kunnen jullie kort uitleggen voor degenen die er niet bij waren, en dat waren er denk ik genoeg, wat die dorpsdialoog nou was en wat daar vanavond, die avond is gebeurd? Nou ja, ik begin maar eventjes bij Kars. Die dorpsdialoog was een avond waarbij eigenlijk inwoners van Driehuis zich konden laten horen. Niet alleen over wat er nu op dit moment op de agenda staat, maar wat er voor heel Driehuis voor de toekomst op de agenda staat. Wat betreft bouwontwikkelingen, wat betreft verkeer, allerlei onderwerpen ook. Wat abstracter, wat mensen hun droom is voor Driehuis. Waarom Driehuis zo'n bijzonder karakter heeft. En dat kwam allemaal bij elkaar. Er was een programma opgezet, zodat je over al die individuele dingen jezelf kon laten horen. Ja, een volle bak. Ja, een volle bak. Er was ook een diep gekoesterde wens volgens mij van de Driehuizenaren om deze dialoog tot stand te brengen. Ja, dat klopt inderdaad wel. Nee, het was echt heel erg druk. Dat was ook goed om te zien. Er waren ook heel veel mensen die gewoon heel veel goede ideeën hadden voor hoe gaan we Driehuis nog wat mooier maken. En je merkt wel, er zijn wel wat zorgen over, met name alle bouwplannen die komen. Dan hoor je met name bereikbaarheid, leefbaarheid, het groene en het rustige karakter van het dorp. Dat zijn allemaal zorgen. Die zijn op zich allemaal, die kennen we natuurlijk allemaal al. Maar het is goed om die gewoon even concreet te maken. En uiteindelijk dient deze dialoog dan ook weer als basis op voor de dialoog die nog gaan komen. Dit was meer onderwerp ophalen. En dan kunnen de volgende dialogen ook iets meer de diepte ingaan. Ja. Er komen er nog drie. Ja, het zijn in totaal vier. Ja, ja, inderdaad. En dat was voor een deel van het publiek even wennen. Want die dachten, het is een soort inspraakavond. We kunnen lekker mopperen. We willen de wethouder vragen stellen. Dat kwam goed, want op het eind van de avond was er alle ruimte voor die vragen. Hè, maar het was inderdaad aan de hand van een tiental vragen. Konden de mensen zich door de school, het was op Ichtes, zich verdiepen en hun wensen en dromen en bezwaren kenbaar maken. Er was een aparte hoek met het missiehuisplan. Wat is daar gebeurd in die hoek, zullen we maar zeggen? Nou, daar zijn vooral, zeker in het begin, zijn er redelijk wat raadsleden op afgestapt. Ja. Waaronder ik zelf ook. En daar hebben we het vooral ook met bewoners gehad over de plannen die bij het missiehuis waar we vanavond over gaan vergaderen. Precies. En daar zijn allerlei verschillende perspectieven over bomen, over bouwen, over verkeer naar boven gekomen. Ja. Hele gesprekken hebben we daar gehad. Ik denk u ook. Ja, want dat is het bruggetje naar vanavond. U zei het al, hè? Het missiehuis is een van de belangrijke zaken die nu op de rol staan. En waar we vanavond ook het startdocument voor vast gaan stellen. En dan gaat het vooral over, ja, fijn dat het missiehuis eindelijk natuurlijk uit de motteballen wordt gehaald. En dat er iets mee gebeurt. Maar dan gaat het over het volume, het bouwvolume en het groene, die strijd. Ja, dat klopt. Ergens moet ik heel erg zeggen, vind ik het heel jammer dat het daarover gaat. Want we hebben een projectontwikkelaar, die hebben ook bijvoorbeeld architectenbureau Rijnbout ingehuurd. Dat is gewoon een van de meest toonaangevende architecten op dit moment. Ze hebben een ontzettend mooi plan. Ze gaan het missiehuis weer mooi opknappen. En eigenlijk het enige waar we het over hebben is wel of niet die bomen. Terwijl wij dachten van nou, mooi, er is een compromis. We kunnen nu weer gewoon hebben over van hey, fijn dat het ook mooi opgeknapt gaat worden. En laten we nou alsjeblieft zorgen dat we de randvoorwaarden neerleggen om te zorgen dat het ook echt goed in het dorp past. En dat het echt rustig blijft, dat het echt groen blijft. Ik begrijp, er is geen compromis. Er is nog een discussie over een stuk boomgaarden of een aantal monumentale bomen. Er is wel degelijk een compromis, maar er is nu ook een voorstel, in ieder geval van de VVD, om het oorspronkelijke plan dat de projectontwikkelaar had volledig uit te voeren. Bomen kunt u nu wonen, hè? Dat is eigenlijk niet helemaal ons abonnement om gewoon blind weg te gaan, mee te gaan met de ontwikkelaar. Ons abonnement is om het mogelijk te maken om voor de ontwikkelaar om de kwaliteiten die zij aan hun plan geven uit te werken en aan ons te bewijzen. Want zoals u weet hebben we uiteindelijk altijd nog met de bestemmingsplanswijziging de keuze, doen we het wel op deze manier of niet. U zegt eigenlijk, er moeten een paar bomen sneuvelen, het zijn er maar vijf, hè, in uw woorden. En dan kun je het veel beter neerzetten en makkelijker parkeren enzovoort. Zo ga ik er niet direct mee om. Maar er zijn aan de noordkant zijn er vijf monumentale bomen. En die maken een betere inpassing van parkeren en bebouwing op dat terrein ingewikkeld. Ja. En dan is de afweging die je maakt, gaan we specifiek deze vijf bomen behouden? Of laten we de inpassing beter tot z'n recht komen en laten we de ontwikkelaar meer dan genoeg nieuwe bomen terugplanten? En vinden wij het dan waard? En wij hebben het idee dat je daar een discussie over kunt voeren. Vijf bomen.
Hey, de heer Schollink zegt het inderdaad helemaal goed, want we hebben uiteindelijk nog een bestemmingsplan. Daar kunnen we uiteindelijk altijd nog een andere keuze maken. En daarom denken wij nou, waarom zou je in hemelsnaam dan nu al zeggen, weet je wat, laten we die 5 monumentale bomen, bomen die tegelijkertijd zijn geplant met de bouw van het missiehuis, die ook nog eens 80 tot 100 jaar nog mee kunnen, die ontzettend grote waarde hebben, ook gewoon ecologisch gezien, ook hydrologisch gezien, waarom zullen we die nu opgeven dat die alvast gekapt kunnen worden? Dat zou eeuwig zonde zijn, want die ga je niet meer terugkrijgen. Het was bijzonder als dat... als je het bestemmingsplan nog niet vaststelt, worden die bomen dus ook nog niet gekapt. Dus wat dat betreft precies. Is de tijdlijn niet nu, helemaal correct. Maar we leggen nu de randvoorwaarden neer en u zegt de randvoorwaarden monumentale bomen moeten behouden blijven, is voor ons niet veel waard. Wij zeggen monumentale bomen moeten behouden blijven, is een randvoorwaarde die heel belangrijk is. En volgens mij zijn we ook niet de enige die dat vinden. We hebben een hoop mails gehad de afgelopen dagen daarover. Wij zijn het voor een heel groot gedeelte met u eens. Want alle bomen die aan de voorkant van het missiehuis staan, daar zijn we het heel compleet met u eens. Die moeten behouden blijven en wij willen dat ook echt in de randvoorwaarden houden. Alleen wij hebben de vraag breder gesteld, naar een bredere integrale afweging. Wil je parkeren en bebouwing beter inpassen? Zou je eventueel daarvoor die 5 bomen daarvoor op willen geven? En dat is de afweging. Dat parkeren vind ik dan heel interessant, want u geeft al aan eigenlijk op het moment dat die bomen behouden moeten blijven, dan gaat het parkeren naar de buitenkant verplaatst worden. Maar dat is eigenlijk, daardoor ontstaat er voor de driehuizenaren veel meer openbare parkeergelegenheid. U geeft aan in uw amendement, dat zorgt ervoor dat het opstoppingen zijn. Nou, ik kan u vertellen, de Van Dalenlaan in de Zandvoort-Zuid heeft exact dezelfde manier van parkeren. Veel drukkere straat. En ik kan u met zekerheid vertellen, ik breng zelf vaak mijn dochtertje naar de peuterspeelzaal daar. Is echt geen verkeersopstopping hoor. Echt niet. Dus dat gaat geen probleem zijn. En veel meer mooie parkeerplaatsen. De reactie van Driehuis. Nou ja, het gaat natuurlijk niet alleen om parkeren. Maar inderdaad, wat meneer al zegt. Ja, als je haaks parkeert op een weg en je moet in- en uit parkeren, dat stopt de weg op. En dat is voor het grootste gedeelte van de tijd geen probleem. Ja. Maar op die spitsuren, die juist in het Driehuis onder druk staan, weegt dat misschien mee. Maar het is breder dan dat. Want het is ook de inpassing van de bebouwing. Want als je het kappen van die bomen dus niet toestaat, komt die bebouwing veel dichter tegen elkaar aan. En dat tart ook weer aan het lommerrijkere karakter van Driehuis. Heerlijk. Zo. Dit debat gaan we dus straks krijgen. Je gaat het om. En er waren natuurlijk heel veel bewoners daar. Onder andere van natuurlijk van het wijkcomité. Maar ook van de bewoners van het Nieuw-Velse Duin. En die tegenaan grens. Ja, en die zijn wat geschrokken van die bouw. Het gebouw naast het missiehuis. Heeft u met die mensen gesproken en begrijpt u voldoende hun bezwaren, zodat u vanavond een bepaalde beslissing kunt nemen? Ja, dat hoop ik wel. We hebben ook ze hebben net netjes een brief ingestuurd met hun perspectief vanuit de Vereniging van Eigenaren van Nieuw-Velse Duin. Die hebben we natuurlijk gelezen. Wij proberen daarin ook voor hun, als die bebouwing op elkaar geklompt staat, is dat lijkt ons minder prettig. En ook voor hun is het belangrijk dat die boomgaard daar mooi in komt te passen en dat die binnentuin van het klooster mooi, want dat is nu een afgesloten terrein, ook voor de mensen van Nieuw-Velse Duin. En dat wordt natuurlijk een mooi open park. Goed, en u zei net ook al het verkeerd ging ook al over verkeerd. U heeft een amendement, belangrijk amendement. In bomen kun je niet wonen, hè? Een prachtige titel. En we hebben er nog 2. Hè? Het gaat ook onder andere over de vloeroppervlakte. Dus ook van u samen, of tenminste het CDA en VVD samen. Want u zegt ook, maak het vooral daar wat kleiner gemiddeld. Want dan kunnen er meer starters makkelijker instromen. We willen in ieder geval die optie geven. Op dit moment is het missiehuis nog, het plan is aangepakt vanuit de oude richtlijn. Recent hebben wij in de raad de nieuwe woonvisie vastgesteld. Ja. En daar gaan we uit van een richtlijn die wat kleiner is. Die 60 vierkante meter? Minimaal gemiddeld 60 vierkante meter. Dus gemiddeld, dus een beetje tegenstrijdig. Dat betekent dus dat als jij een woning van 40 vierkante meter zou willen bouwen, dan moet je daar een van 80 tegenover zetten. Dus je mag ook eentje van 20 maken als je maar... Maar dat moet je dan nog... Moet wel leefbaar blijven. Dat moet je zien te verkopen. Ja. Maar het maakt wel het veel makkelijker om hier ook goedkopere starterswoningen en eenpersoonswoningen te bouwen waar best wel vraag naar is. Dan en die optie willen we in ieder geval geven. En daarvoor is dit amendement. Ja, maar ik snap het wel. Ik heb er ook niet heel veel op tegen, maar er ligt natuurlijk al een plan. En volgens mij de kleinste woningen die de architect wil bouwen, daar in ieder geval de eensgezinswoning zijn 150 vierkante meter. Ja. Dus dan kunt u wel voorstellen, je kan de sociale huurwoningen, zelfs als dat het gemiddelde is van 80, kun je de sociale huurwoning ook wel die 20 vierkante meter maken. Dus ik denk niet dat het heel erg veel gaat betekenen. We gaan ook even horen wat de wethouder ervan vindt. Maar ik denk niet dat dit een effect
effect heeft op het plan. Nee. Veel goed. Kwaad kan het dan zeker niet. Nee, ook niet. En er moet trouwens voor 30% sociaal, dat is ook nu vastgesteld, 30% sociale huur. Hè? Ja. We kijken even allemaal wel op, de burgemeester is nog met zijn traditionele handjes geven bezig. Dus dat geeft ons dat even. Missen de, we dan? Ja, dat mis je. Nou, als je een handje wil halen, moet je opschieten. Anders wil ik toch even nog snel met u naar die derde. We hebben nog een amendement. Hè? LGV komt met een verhaal. Motie over dat onderzoek van parkeren en eigenlijk de doorstroming. Daar ging het om. Nee, die heb ik samen met LGV, met Leo Kwant hebben we die opgesteld. En dat is inderdaad juist omdat je in die dorpsdialoog met name hoort. Ja. Het totaal van parkeren en het totaal van verkeer. Ja. Dat gaat onder druk komen te staan. En nu moet je eigenlijk alleen per individueel plan aantonen dat het geen verkeerseffect heeft. Nou, je kunt u voorstellen, één plan gaat misschien niet veel effect hebben. Maar alle 8 plannen samen. Alles bij elkaar opgeteld. Ja. Dus dat is nu eigenlijk het verzoek. En ik gok dat daar de meeste partijen het mee eens zullen zijn. Ik meende dat de wethouder daar al een toezegging over had gedaan de vorige keer. Nou, dat was geen toezegging, maar hij stond er zeker op. Oké. Dus nou. Volgens mij moet u naar binnen. Maar dit wordt vanavond wel het spannendste. Missiehuis voor de rest. Valt er niet zoveel te verwachten? Nee, dat vermoed ik inderdaad niet. Maar het missiehuis gaat nog wel interessant genoeg worden, ja. Okay. Met wellicht wat schorsing en alles waarbij we tijd hebben. Dan pakken we de microfoon weer. En hartstikke fijn. Bedankt voor deze opwarmer voor de vergadering. Succes. Gaan we naar binnen. Kunt u misschien nog een handje halen van de burgemeester. En in ieder geval op tijd zijn voor de opening van de vergadering. Ja. Jelle, ja, want dat zeg je wel. Hè. Het staat eigenlijk alleen maar besluitvorming op de agenda. Maar vanwege die amendementen en moties gaan we nog uitgebreid over het missiehuis. Denk het wel, ja. Spreken, debatteren. Ja. Nou, we hebben het al een voorschotje gehad. Het begon al goed, hè? Ja. Want, even de andere onderwerpen. Ja. De visie, Spaarnwoude. Spaarnwoude Park. Daar is over gesproken. Wat gaat er gebeuren? Er komen er heel veel toeristen op af? Ja. En hoe begeleid je dat dan? Ja. Nou, daar is nu zeg maar aanpak. Even snel hoor. Gaan we beginnen? Ja? Spaarnwoude Park. En dan nog A8 A9. Ook een Amersstuk. Hebben we het uitgebreid over gehad. Nou, daar kan nog wel wat gebeuren. Want ja, bij Beverwijk en Heemskerk is nog steeds niet zeg maar het gevoel van, ook wij gaan ervoor. Dus met die compensatie van de Broekpolder. Dus nou, ik zit de hele tijd op het scherm te kijken. Want we gaan straks ook afscheid nemen. Want ik vind het interessant. Maar A8 en 9 kunnen we natuurlijk nog even op terugkomen. Ja. Afgelopen ook. We gaan afscheid nemen van een gerenommeerd raadslid CQ-wethouder. Ja. Ex-wethouder van Velsen. Laten we haar alle ruimte geven. Ja. En ze zit al klaar. De burgemeester, ik dacht dat hij aanstalt ging maken om... hij haalt nog een kaartje, zodat Annette ook het een en ander kon zeggen. Ja, mevrouw Baarveld, ze ging in één keer weg. Nou, in één keer, dat zie je vaak. Oud-wethouders worden dan gevraagd als er ergens een gaatje valt en is snel iemand nodig. In dit geval is mevrouw Baarveld, u heeft het natuurlijk al kunnen volgen, vertrokken naar Zaandam. Zaanstad, klopt. En daar is de wethouder. En vanavond wordt er dus afscheid van aangenomen hier in de raad. Nou goed, het begint toch nog niet. Dus A8 en 9, dat is dan toch wel een dingetje? Dat weet ik niet. Maar ik hoor uit, als je bij de andere gemeentes luistert, dat nog niet helemaal... Maar daar heb ik niet in de sessie. Maar in de sessie vond ik wel een mooie kanteling. Dat uiteindelijk toch is gezegd, laten wij als Velsen nu gewoon duidelijk maken dat wij hier achter staan. En dan niet wachten op wat een ander doet, maar gewoon stelling nemen. Velsen reserveert geld, mits de anderen ook meegaan in de samenwerkingen. De Eimond gemeentes hebben we dan in de provincie. Samen gaan ze voor die golfbaan variant. Dat is nou wel duidelijk. Ja. En dan komt eindelijk die aansluiting aan 8 en 9. Die komt er misschien eerder dan een Eimond gemeente. Nou, weet dat dan ook nog een keer natuurlijk dat UNESCO Werelderfgoed, de stelling. En daar is een apart bureau voor. En die moet dan uiteindelijk groen licht geven. Hè? Dus de wedstrijd is dan nog zeker niet gewonnen. Wedstrijden gesproken. U kunt vanavond ook via Twitter kijken. Af en toe met het tweede scherm en voetbal of andersom. Moet u maar uitzien wat u doet. Ik kijk nog een keertje naar de burgemeester. Hij gaat zo beginnen. Wat hebben we nog meer? Maar een paar hamerstukken echt. Hè? Ja, het afvalschap. Dus, Kunnen we dat uitleggen wat er met het afvalschap gaat gebeuren? Velsen wil niet langer samen met Zaanstreek. Die is al weg trouwens. Die is in de Eimondgemeentes. Wil ze niet gezamenlijk, maar apart aandeelhouder worden van HVC? Ja, het is bijzonder. Ja. En wat het voordeel is, dat gaan we horen misschien. Het voordeel schijnt te zijn dat je dan je eigen stem kan laten horen. Volgens mij is het nadeel dat je dan veel minder in de melk te broeken hebt, want je bent maar kleiner. Ja. Ja. Maar goed, dat is. En voor de rest krijgen we nog wel een inspreker, trouwens, vanuit Driehuis. Heb ik me laten vertellen. En dat heeft er ook mee te maken. Ja, eigenlijk mag je niet meer inspreken over een onderwerp wat in de sessie is geweest, want het gaat over het missiehuis. Ja. Maar ze doet het met een heel slim ommetje. Ik geloof dat het een mevrouw is. Want ze gaat het hebben over ecologie of zo. En dan komt ze vanzelf uit op die bomen waar we het net over hadden. Ja, het duurt toch nog even langer. Wij dachten, nou, de vergadering gaat al beginnen. Het moet ook al lang beginnen. Het is natuurlijk al lang 7:30 geweest. Jij was ook bij die dorpsdialoog trouwens, hè? Ja, ik was daar. En misschien dat wel even interessant is om te vertellen. Want ik zei al, bij het begin waren een aantal bewoners, die wilden niet in groepjes uit 1 naar 10 verschillende tafels. Ja. Die wilden gewoon dat gesprek. Dat is op het eind van de avond gewoon gebeurd. Ja. Dus allerlei vragen aan de wethouder, Dingens. En dat ging eigenlijk over vertrouwen. Heb je vertrouwen in de gemeente, in de politiek? In de skepsis. Ja, er zijn andere plannen geweest en mensen hadden het idee, hoezo plannen in de toekomst? Die plannen zijn eigenlijk al bepaald. Ja.
Verplaatsen van de sportvelden naar de ecologische zone bijvoorbeeld. Het is al bepaald. Het is niet zo. Het is al besloten. Binnen Duinland is allemaal al vastgesteld. Ja. Dus de wethouder zei het mooi. Vertrouwen, dat wil ik absoluut van u winnen. En ik zal het ook leveren. Okay. Nou, dat is een mooie ambitieuze uitspraak. Ja, nou kijken of het ook... Het was ook zijn initiatief, hè, de dorpsdialoog, om dat te organiseren. Okay. Ja. Hij komt straks voor de camera. Na afloop van het debat over Missiehuis, dan heeft hij ook gezegd, dan wil ik wel iets vertellen over die dialoog. En natuurlijk ook uiteindelijk over wat er vanavond op het spel staat. Dat is één van de plannen die op 3 jaar afkomt. Ze krijgen natuurlijk daar best wel veel voor hun kiezen op dit moment. Absoluut, het verandert zeker. Ja, maar alles verandert, ook in Velsen. En trouwens ook hier bij, in het gemeentehuis, want wij zitten nog steeds te wachten op het moment dat de burgemeester toch begint met de vergadering. Ik zie dat hij nu aanstalten maakt. Ik stel voor dat we gaan schakelen. En op het moment dat er een pauze is of een schorsing, we verwachten hem wel, dan komen we bij u terug. Veel plezier met het kijken naar de raadsvergadering. En wij komen straks nogmaals met duiding in interviews. Dames en heren. Allemaal hartelijk welkom. Het was even wat zoeken en schuiven met verschillende pasjes. En ik heb nog een pasje. Als het tijdens de vergadering niet goed gaat. Er staat nu bij een raadsvoorzitter op het scherm, dus we hebben de juiste pasje nu te pakken. Allemaal van harte welkom op 27 februari in de raadzaal van de gemeente Velsen voor een raadsvergadering. Bijzonder onze gasten van de raad, hartelijk welkom, die achter in de zaal zitten. Het belooft een interessante raadsvergadering te worden met van alles en nog wat. We hebben hamerstukken, we hebben bespreekstukken, we hebben insprekers. Dus u krijgt het functioneren van de raad in allerlei verschillende vormen te zien. En na afloop, als u het volhoudt, is er beneden in de burgerzaal een gelegenheid om nog even na te praten met elkaar met een hapje en een drankje. En daar bent u ook van harte voor uitgenodigd. En dat geldt voor iedereen op de publieke tribune. Ik verzoek u allemaal om uw mobiele telefoon uit te zetten of op tril. Voordat we deze vergadering beginnen, heb ik er behoefte aan om met elkaar even stil te staan bij het afscheid van mevrouw Baarveld, die alvast naast mij is gaan zitten. U weet nog dat zeer recent zij haar ontslagbrief had ingediend, omdat zij benoemd zou worden als wethouder in de gemeente Zaanstad. Dat is inmiddels ook gebeurd. En er was geen gelegenheid nog om afscheid van haar te nemen als raadslid. Omdat, Zaanstad op dezelfde avond, op dezelfde tijdstip zelfs, de raadsvergadering heeft als wij. Dus dat was even lastig. Er is echter een goed overleg tussen Zaanstad en de gemeente Velsen gekeken dat ze vanavond wel even hier aanwezig kan zijn. Daar is rekening gehouden bij de agenda van de raadsvergadering in Zaanstad, zodat wij in ieder geval netjes, zoals wij dat gewend zijn, afscheid kunnen nemen. Maar direct na afloop zal ze meteen doorrijden naar Zaanstad om ook daar de raadsvergadering verder mee te maken. Met uw goedvinden wil ik even op een paar woorden richten. Even om het allemaal in een juiste context te plaatsen. Mevrouw Baarveld, en af en toe zal ik ook gewoon Annette zeggen, heeft een enorme geschiedenis in onze gemeente. Zij is 14 jaar raadslid geweest. En 14 jaar omdat ze deze periode dus ook nog bijna 2 jaar hier in de raad heeft gezeten. En 12 jaar en 2 maanden wethouder geweest. Omdat zij ook op tijd in Zaanstad moet zijn, ga ik niet alle hoogtepunten uit haar carrière hier benoemen. Maar ik zou daar een avondvullend programma van kunnen maken. Want zij heeft zeer nadrukkelijk in positieve zin haar stempel gedrukt op de ontwikkelingen hier in de gemeente Velsen. Maar toch vogelvlucht een aantal highlights. Eerste loco-burgemeester geweest, coördinatie gedaan van 3 decentralisaties. Onderwijs, jeugd, volksgezondheid, sport, recreatie, toerisme, openbaar vervoer, kunst en cultuur, WMO. Projectwethouder Kustvisie, waar we nog steeds verder mee gaan en dat zeer ambitieus is. Projectwethouder Brak,
voorzitter van de portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Eimond Gemeenten, voorzitter van de portefeuillehoudersoverleg Jeugd Eimond Gemeenten, voorzitter Platform Milieu en Gezondheid van de Eimond. Maar niet alleen in de Velzen en in Eimond was ze actief, ze was ook lid van de VNG-commissie, het zijn landelijke commissies Gezondheid en Welzijn, en van lid van de VNG-subcommissie Jeugd. Ze was voorzitter BAK Publieke Gezondheid, dat is een landelijk overleg van de GGD-voorzitters, deelnemer van bestuurlijke overleggen op het ministerie van VWS, lid van de Landelijke Programmaraad van Sociaal Teams, voorzitter van de GGD Kennemerland, waarnemend voorzitter van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, vicevoorzitter van de Recreatieschap van Spaarnwoude, voorzitter van de Kunstcommissie KERS. Ik zou nog even door kunnen gaan, maar ik ga hiermee toch een beetje afronden door samenvattend te zeggen dat er net wethouder was van onder andere jeugd, sociaal domein, sport, volksgezondheid, onderwijs, recreatie, toerisme, openbaar vervoer en zoals ik net zei, het project Kustvisie. Dat even wat de technische gegevens betreft. Een samenvatting nogmaals. Want als er één persoon is geweest de afgelopen jaren die heel nadrukkelijk haar stempel gedrukt heeft op de ontwikkelingen, is het zeker Annette geweest. Annette is zeer gedreven. Annette gaat ervoor. Die kun je ook op een boodschap sturen. En ik denk dat zij eigenlijk Trump vooraf ging, want eigenlijk was het bij Annette Velzen first. En dat Trump heeft gezien hoeveel ze bereikt heeft en toen dacht van, dat ga ik ook roepen. Wat mij altijd opviel bij Annette, of ze nou wethouder was of gemeenteraadslid, kwaliteit voorop. Het ging echt om de kwaliteit van de besluitvorming. Het ging om de kwaliteit van de uitstraling van ons als gemeente. Ze was ook een echte dossiervreter. Ze wist alles over een onderwerp en over de materie. Met een enorm geheugen. En strategisch heel erg sterk. Continu vooruitdenken, continu incalculerend. En ze heeft echt ontzettend veel bereikt voor onze gemeente. Een bestuurder puur sang. Standvastig, maar wel realistisch. Ook op tijd inzien van, ik wil eigenlijk dit bereiken, maar ik ga dat niet helemaal halen. Dan moet ik realistisch zijn en ook proberen dan in ieder geval B binnen te halen. Iemand waar we heel veel van konden leren en die nogmaals echt heel veel kwaliteiten aan de gemeente Velzen heeft toegevoegd. En ik zie veel raadsleden instemmend knikken. Aan de andere kant ging ze hierbij de confrontatie niet altijd uit de weg. Soms zelfs hard. Ik zie nu ook weer veel raadsleden instemmend knikken. Maar ik zei al, zij moet op tijd weg vanavond. Dus u krijgt niet de gelegenheid om hier ook veel voorbeelden van te gaan noemen. Maar achter die soms harde houding of de harde uitstraling zit echt een heel warm en emotioneel mens. En ook ik heb dat van heel dichtbij mogen meemaken. Aandacht voor lief en leed. Humor. Grappig. En een ontzettend leuk schaterlach tijdens vergaderingen. En ze staat daarbij ook open voor kritische feedback. En als ze die dan krijgt, dan herstelt ze de relatie ook direct. Daar stapt ze eroverheen en dan steekt ze de hand uit. En dat vind ik echt heel knap, als je dat ook kan. Niet alleen voor de zaak, maar ook voor de mens. Kortom, Annette is echt een totaal mens. Zowel inhoud als emotie, zowel hard als zacht. Met een tomeloze inzet. Altijd bezig, altijd aan het werk. Ik moest er behoorlijk aan wennen toen ik hier kwam. Toen ik zag hoeveel uren Annette bezig was met haar werk. 'S morgens, 's middags, 's avonds, in het weekend, in de vakantie. Echt de zaak voorop. En ik heb haar toen ook een keertje gevraagd, hoe doe jij dit? Hoe
hou je al die ballen in de lucht? Het geheim zal ik nu verklappen. Zij heeft een robotstofzuiger. Die zet ze thuis aan. Dan gaat ze aan het werk. En dan gaat ze ervan uit dat na enig tijd de kamer weer is schoon. Gezogen. Kortom, Annette, woorden schieten echt gewoon tekort om jou te bedanken wat jij allemaal voor de gemeente hebt gedaan. Dank voor wat je hebt gedaan. Dank voor jouw inzet. Dank dat we met jou hebben kunnen samenwerken. Het gaat je heel goed in Zaanstad. Zij mogen heel trots zijn dat ze jou als wethouder hebben binnengehaald. Hartelijk dank. Annette heeft aangegeven dat ze nog even kort iets wil zeggen tegen jullie. Ben ik dus al in Zaanstad. Grapje van Jeroen, dit. Dat wethouder klopt dus nog wel. Mijn naam even niet. Nee, dank voor de mooie woorden, Frank. Dat maakt je wel een beetje verlegen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik wil toch wel even kwijt dat het lijkt wel dan alsof ik het helemaal alleen heb gedaan of zo. En dat is natuurlijk absoluut niet zo. Ik heb hier altijd ontzettend fijn samengewerkt. In de eerste plaats natuurlijk met mijn fractie. Nou, ik ben ook buitengewoon trots op de fractie die daar zit en die ik achterlaat. En ik weet ook zeker dat dat helemaal goed gaat komen. Maar ook alle fracties met wie ik daarvoor heb gewerkt. En in het bijzonder Henk Wijkhuizen natuurlijk, met wie ik heel lang heb samengewerkt. En ja, die ook nou uitgezonden is als wethouder. Dus ik bedoel, wat dat betreft is Velsen een mooi uitzendbureau aan het worden. Maar ook met de hele raad. Want als ik denk aan het sociaal domein, hoe we dat met z'n allen hebben opgepakt de vorige periodes, dan denk ik dat is gewoon fantastisch. Ik denk dat dat ook wel de kracht is van hoe je met elkaar omgaat. Wel kritisch op elkaar, sta voor je eigen denkbeelden, maar sta er ook vooral open voor en kijk hoe je tot het beste product kan komen. Nou, ik ben er heel blij mee dat dat op een hele hoop dossiers gewoon goed is gelukt. Ook dankzij al die fantastische ambtelijke inzet. Dan kijk ik ook even daarheen. Want zonder dat ben je helemaal niks. En alle inwoners ook. Hoe ze je blijven voeden met ideeën, met kritiek. Want ja, dat is wel fijn van Velsen. Je krijgt het ook altijd wel te horen wat ze ervan vinden. Ik moet zeggen, dat is ook fijn van Zaanstad. Daar krijg je dat ook. En ik zie wel meer vergelijkingen met Zaanstad. Dus in die zin moet ik ook zeggen, ja, ik ga Velsen vreselijk missen. Ik blijf natuurlijk toch nog wel wonen. Ik ga jullie allemaal missen. Maar ik krijg er ook weer heel veel voor terug. En Zaanstad en Velsen, ach, kijk eens naar de HEMA, die lijkt op elkaar. Wij zijn hier bezig met de sluis, daar ligt hij er ook uit. Ze hebben daar ook humor, want dan leggen ze een brug aan en dan gaan ze een prijsvraag uitschrijven. En dan heet die de niet zo vlot brug. Nou, het is een vlot brug ook. Dat vind ik wel grappig. Dus dat hebben ze daar ook. En ze hebben daar ook kernen, net als wij hier. Die enorme verschillen, die enorme diversiteit. Ik vermaak me daar prima, maar ik kan daar ook weer heerlijk van alles doen in het bestuurlijk vlak. Maar ook dankzij alles wat ik hier geleerd heb. En ik ben jullie nogmaals daar ontzettend dankbaar voor. En het gaat jullie allemaal goed. Blijf Velsen nog een stukje mooier maken, zoals ik al schreef. Ik ga dat inderdaad in Zaanstad doen. Maar laten we ook naar elkaar blijven kijken. Want we liggen allebei aan het kanaal. We lijken heel veel op elkaar. En we kunnen zeker op allerlei vlakken nog een hoop van elkaar leren ook. Dus het gaat jullie allemaal goed. Dank jullie wel.
Goed, dames en heren. Dan, dat was de opening en de mededeling naar agenda punt 1. Dan gaan we nu naar agenda punt 2, actualiteitenuurtje. Eerst wordt de gelegenheid geboden aan de inwoners om in te spreken. En twee inwoners hebben zich aangemeld. De heer Van der Aar, die wil graag inspreken over bomen, flora en fauna in Velzen in relatie tot de HOV. En daarna de heer Buist, die wil graag inspreken over de pont van Velzen. Ik verzoek de heer Van der Aar naar voren te komen. De behandeling is als volgt. De heer Van der Aar krijgt maximaal 3 minuten het woord en richt zich tot de raadsleden. Raadsleden kunnen toelichtende of verhelderende vragen stellen of een opmerking plaatsen. En de heer Van der Aar die beantwoordt dan de gestelde vragen of reageert op de opmerking. Verder is er geen debat. Heer Van der Aar, u heeft het woord maximaal. Ja, dank u wel. Geachte gemeenteraad, geboren en opgegroeid in Rooswijk, heb ik kunnen zien hoe onze speelruimte van bos, flora en fauna, maar ook duinen en moeras, in luttele jaren als sneeuw voor de zon verdween. Dit gebeuren heeft mij doen besluiten lid te worden van alle clubs welke borg staan voor natuurbehoud en daarvoor te strijden. U heeft ook kunnen lezen dat er wereldwijd geen enkel taboe meer rust op het behoud van natuur. Zo kent u inmiddels dat 15-jarige meisje uit Zweden, die wereldleiders, maar ook ons, blijvend wakker moest schudden. Het is dan ook uitermate jammer dat in een van de laatste commissievergaderingen hier in dit huis op en naar mijn smaak, eerlijke mening, ondermaats over gesproken werd. Teleurstellend. Immers u als raad bent mondig. Een vleermuis, een zwaluw, monumentale en bijzondere bomen die onze flora en fauna vormen, zijn dit beslist niet. Zowel gelovigen als niet-gelovigen vinden en voelen juist dat de flora en fauna een geschenk van de schepper is, welke mening ik ten zeerste deel. Hoe kan het dan dat u als volksvertegenwoordiger en planontwikkelaar er op deze manier bij nieuwe ontwikkelingen in onze gemeente zo over spreekt? Zo dreigen ook in Velzen deze weerloze schepsels en natuur het te vriezen van een geldmachine van plannen. Plannen waar vooraf gemaakte afspraken zomaar geschonden kunnen worden. Waarvan tevens een ordentelijke exploitatieberekening niet inzichtelijk wordt gemaakt. De door mij benoemde punten aangaande bos, flora en fauna kunnen en mogen nooit een sluitstuk of schrappost zijn. Een uw raadsleden heeft gelukkig de handschoen opgepakt en verdient dan ook niets dan lof. U als raad heeft over dit onderwerp boekwerken laten verschijnen, waarin de spelregels zijn bepaald en beschreven. Het is dan ook stuitend met welk gemak u uw eigen regels verloochent. Ook de losse flodders van uw wethouder in de IJmuiden Courant ter zake van de vrije busbaan versus autoweg heeft de nodige onrust veroorzaakt. Als inzijder van de HOV-traject heb ik een aantal oudere bewoners in Driehuis gerust moeten stellen dat de gemeente hier niet over gaat. Jammer dat bij de dorpsdialoog de wethouder niet bij het kruisje wilde tekenen hiervoor. Maar toch, een medebewoner verkoopt zijn huis voor een appartement in de Velzenbroek. En de beoogd koper haakt mogelijk af door deze losse flodder. Zo kan het leven gaan. Tot slot noem ik als negatief historisch bewijs de woning van Hertog. En breek mij daar de bek niet van open. Raad, stoot u niet steeds aan de verkeerde steen. Moraal van mijn gehele verhaal begint eer gij begint. Een boom is immers veel meer waard dan dat u denkt. Bij de griffier heb ik afgegeven een stukje wat u tegemoet zult zien als bomen konden spreken.
Daar spreekt de inhoud voor zich. En daarnaast heb ik even gekeken naar de bron met van gegevens uit de gemeentegids, waar u kunt zien hoe de verhouding van bewoners ligt in onze gemeente Velzen per hectare. Ik dank u wel. Dank u wel. Ik kijk even naar de raadsleden of er behoefte is om een vraag te stellen of een opmerking te plaatsen. Dat is er niet. Dan dank ik u voor het inspreken. Dan is de volgende inspreker de heer Buist. Welkom weer in ons midden. Ja, precies. De heer Buist is in het verleden raadslid geweest voor de SP. Dat hebben we nu niet meer. Ook hetzelfde procedure, de heer Buist heeft 3 minuten de tijd en dan kunt u vragen stellen of een opmerking plaatsen. De heer Buist. Ja, dank u wel, voorzitter. Lang geleden dat ik dat gezegd heb. geachte raad, ik spreek hier namens mezelf als dagelijks gebruiker van de pont van Velzen. Namens andere gebruikers van de pont, die ik geregeld spreek. En ook namens mijn partij, de SP, die helaas niet meer in deze raad vertegenwoordigd is, maar... We hebben nog wel kiezers en die probeer ik ook zo te bedienen. Mijn verhaal is drieledig. De vele storingen, de te kleine wachthokjes en de aanvangstijd van de spitspont. De laatste tijd kennen de ponten vaak storingen. Gevolg is dat de spitspont dan doorgeschoven wordt naar een andere locatie op het Noordzeekanaal. Deze spitspont is niet voor niets ingezet, namelijk om het wegvallen van de sluisroute op te vangen. De rek is er blijkbaar uit. En bij de pontuitval is er geen reservepont meer beschikbaar. Behalve dus de spitspont. We zien het al vaak bij de hempont. Dus de pont tussen de Hem, Amsterdam en Zaandam. Die is al diverse keren door storingen is die allemaal uit de vaart geweest. Door een langdurige storing ligt de spitspont er nu al weken uit. Inmiddels al 3 weken. Inmiddels vaart die weer, heb ik begrepen. Af en toe. Wat als er nog meer ponten problemen krijgen? Want het zijn oude ponten, zijn al meer dan 80 jaar oud. Dus dan krijg je wel eens problemen. Hebben we dan straks helemaal geen pont meer in Velzen? En hoe komen mensen dan op hun werk? Of op school? Voor veel mensen is er dan geen alternatief en is de enige optie niet naar je werk of school gaan. Nou heb ik wel wat, moet ik eerlijk zeggen, heb ik wel wat mensen gesproken die zeggen van, nou ja, als een pont zorgt niet vaart, dan ga ik weer terug naar huis en dan ga ik weer lekker mijn bed in. Maar het kan toch niet de bedoeling zijn, lijkt me zo. Nieuwe ponten laten nog lang op zich wachten. Verder wil ik u nog aan herinneren dat bij het graven van het Noordzeekanaal, waarbij Velzen in 2 werd gesplitst, er altijd een gratis toegankelijke verbinding is. Voor velen is met het afsluiten van de sluisroute de pont de enige gratis verbinding. Dan de wachthokjes. Deze zijn natuurlijk veel te klein om enige bescherming te bieden tegen barre weersomstandigheden. Die omstandigheden die we ook de afgelopen weken hebben meegemaakt. Mijn verzoek aan u is om ook om te gaan kijken of er geld vrijgemaakt kan worden voor deugdelijke wachthokjes. De mensen die geregeld gebruik maken van de pont zullen er blij mee zijn. Tot slot dan nog een punt over de aanvangstijd van de spitspont. De eerste spitspont vertrekt vanaf Velzen Zuid om 6:50 ochtends. Terwijl veel mensen in de dagdienst van Tata Steel en andere bedrijven in de IJmond om 7:00 moeten beginnen. Nou, dat kan je wel bedenken van als je 6:50 de pont neemt, dan ben je niet om 7:00 op je werk. Op de pont van 6:50, die de meeste mensen dan nemen die om 7:00 beginnen, is het heel erg druk. Terwijl op het tijdstip dat de spitspont begint, het alweer veel rustiger is. Ik en met mij veel anderen vinden dat onlogisch en vragen om te kijken
of de spitspont 's ochtends eerder kan gaan varen. Dank u wel, heer Buist. Ik kijk even wat raadsleden zijn die wat opmerkingen willen maken. Ja, de heer Scholz. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ook zo'n lampje. Gelukkig heeft niet alleen de SP-kiezers in Velsen die met de pont gaan, ook wij hebben die, maar ik denk ook alle andere partijen. Dus wat dat gaat, ben ik ook blij dat SP wel vervangen is door de PS, want die zal daar ook de kiezers hebben zitten. Maar dat als steuntje in de rug voor de hele raad. Maar gek al, een steuntje naar jou toe in de rug, naar u toe. Want we kennen elkaar natuurlijk ook wat langer. Vanmorgen, en dat was even het overleg, omdat ik niet wist of ik het wel of niet kon zeggen, maar dat lag even aan mij, is er een brief van de gemeente uitgegaan naar het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam. Waarbij het college zich ernstig zorgen maakt over de veerpontverbinding met Velsen en met klem verzoekt om het spoed een oplossing te gaan zoeken om de bedrijfszekerheid van de ponten te gaan waarborgen. En daarnaast wordt ook nog een stukje gerept over het aanschaffen van de nieuwe ponten die in 2007 al zouden worden overgenomen of zou worden gerealiseerd. Maar uiteindelijk sluit het college netjes af, want ook wij delen natuurlijk de mening over de pont, lezen de social media, maar het is één grote ramp en we kunnen alle voorbeelden wel bijhalen als de Velsertunnel ook nog een keer gestremd is. Dus als laatste stukje steuntje in de rug, dus geen verheldende vraag, maar het college verzoekt ook om met klem een spoedoplossing te zoeken voor de bedrijfszekerheid van zowel de reguliere, maar ook als de tweede pont. Dus die brief is er vanmorgen uitgegaan. En ik denk dat iedereen die brief, maar ook de onzekerheid over de pont en alle misère erbij echt wel kan onderstrepen. Dank u wel, de heer De Ruijg. Dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, die misère en het ongemak wat de heer Scholz al aangaf. Dat is natuurlijk waardeloos, om dat maar even zo te zeggen. Ik had een specifieke vraag aan de heer Buijs als het gaat over de wachtruimtes. Ik ben erg benieuwd of u dat al eens bij de gemeente heeft aangekaart. En wat toen de reacties geweest die u daarop heeft gekregen indien u dat gedaan heeft. Dank u wel, de heer Sintenie. Ja, dank u wel, voorzitter. Die vraag heb ik al een keer gesteld aan onze wethouder. En die kreeg als antwoord, helaas, wij gaan er niet over. Dat is ook weer de vraag die ik heb, ook richting Forts Eimond. Die verzoekt het college, maar ik neem aan dat hij het college van Amsterdam hiermee bedoelt. Want die zijn namelijk daar verantwoordelijk voor. Ja. Helaas misschien wel. Meneer Buijs, hartelijk dank voor het inspreken. Uiteraard delen wij uw bezorgdheid, dat zal buiten kijf zijn. Alleen we staan als Vels op dit moment, kunnen we niet meer doen dan druk uitoefenen op Amsterdam. En dat hopen we dat we doen. Nou, die eerste brief is al uit. Ik weet zeker dat ook Riepstraat van Verkeer ook heel veel druk uitoefent. Misschien helpt het als u ook gaat inspreken bij het college bij de raad in Amsterdam. Hoe zorg het hier is in Velsen, dat zou ook kunnen helpen. Dus dat is de vraag. Zou u bereid zijn ook uw verhaal te gaan houden voor de raad in Amsterdam? Dank u wel. De heer Hendricks. Ja, voorzitter, ik heb hier eigenlijk niets meer op aan te vullen. Dank u wel. Dank u wel. De heer Buijs, zijn wat opmerkingen en vragen aan u gericht? Ja, dank u wel. Meneer de heer Scholz, dank u wel voor uw reactie. Ik heb gehoord van die brief. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Ik denk ook mijn medepontgebruikers zullen er blij mee zijn. Dat in ieder geval ook in de gemeente Velsen de bezorgdheid daarvoor is en met het college. De heer De Ruijg over de wachtruimtes. Nou, ik heb daar nog niet een contact gehad met het college. Dus mijn antwoord is nee. Dus dit is de eerste keer dat ik daar met u denk. Dus misschien kunt u wat doen. En de heer Sintenie. Over inspreken in Amsterdam, ja, dat wil ik wel graag doen natuurlijk, want daar zit ik ook een belang. Fijn, dank u wel. Dan zijn volgens mij alle vragen en opmerkingen beantwoord. Dank u wel, heer Buijs, voor het inspreken over dit onderwerp. Dan is er ook mogelijkheid voor raadsleden of collegeleden om zich aan te melden. De heer Koppes van de VVD heeft zich aangemeld. De heer Koppes wil graag een vraag stellen over het steekincident bij de middelbare school, het Molenduin in Zandpoort Noord. Dit betreft mijn portefeuille als lid van dit college en om die reden, zodat ik me volledig kan richten op het beantwoorden van die vragen, draag ik het voorzitterschap voor dit punt over aan de plaatsvervangend voorzitter van de raad.
Ja hoor, hij doet het inderdaad. Ja, de vraag is al ingeleid van de heer Koppers. Dus ik kan gelijk het woord geven aan meneer Koppers om de vraag te stellen die u heeft. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Nou, de heer Dales had de vraag ingeleid, maar het kan... Geef het u. Ja, de laatste tijd staat de media vol van wapengeweld op scholen. En helaas vormt Velsen daarop geen uitzondering. En werden wij afgelopen maandag opgeschrikt door een ernstig steekincident op het Molenduin in Zandpoort-Noord. Dat gaf nogal wat rumoer in de omgeving. Er gingen best wat hulpdiensten die kant op. En ik werd eigenlijk getriggerd door een tweetal dingen. Het eerste was het krantartikel in de Muidenkrant, waarin... het heette Mist rond steekincident Zandpoort Noord. En daarin zei de heer Dales dat hij geschrokken was. En dat kan ik me voorstellen. En dat hij vond dat de school, en hij bedoelde daarmee op het Morrenduin, een veilige plek hoort te zijn. Wat wel nou het geval, dit incident speelde zich af zo rond de schooltijd van de nabijgelegen basisschool, die om 2:30 uitging. En daar ontstond... vlakbij, onrust, omdat er agenten liepen met kogelvrije vesten, er dus heel veel sirenes te horen waren, en er ook nog een burgernetmelding uitging dat er iemand gezocht werd. Maar de school wist van niks en de ouders wisten ook van niks. Dat is met dit soort situaties kan ik me voorstellen dat de aandacht vooral uitgaat naar het incident zelf, maar ik vind het ook belangrijk dat er aandacht is voor kwetsbare objecten in de omgeving. Ik kan er zo twee noemen, dat is het terras en de basisschool Parnassia. Ik wil eigenlijk de opmerking maken, maar in het vragenhalf uurtje worden we geacht om een vraag te formuleren. Dus mijn vraag is, het college bereid om bij de evaluatie die ongetwijfeld zal plaatsvinden over het incident, in ieder geval aandacht te vragen aan de hulpverleners om ook aandacht te hebben voor de dynamiek in de omgeving. Dat er dus niet onnodig onrust ontstaat, want de school, en de directeur heeft daarover een bericht gestuurd naar de ouders, wist letterlijk van niks en wist niet of ze de kinderen naar binnen moesten halen of dat ze veilig naar buiten kunnen. Dus de Molenduin hoort een veilige plek te zijn, maar de nabijgelegen scholen ook, wat ons betreft. Dank u wel. Ja, dan geef ik de portefeuillehouder, de heer Dales, het woord om te reageren op uw vraag. Dank u wel. Ook enigszins een inleiding bij het antwoord. Het incident is inderdaad maandagmiddag gebeurd. Ik ben maandagmiddag diverse keren door de politie geïnformeerd over de stand van zaken. En ik heb donderdagmiddag contact ook opgenomen met de directeur van Molenduin. Met hem daarover gesproken. En ik ben woensdag tussen de middag ook op school geweest om ook met de locatiedirectie en nog wat medewerkers daar nog eens te praten over hoe de situatie is. De politie kreeg een melding en dan moet je op alles voorbereid zijn. Dus vandaar ook de kogelwerende vesten, terwijl achteraf gezien dat helemaal niet noodzakelijk was. Maar veiligheid voor alles, omdat op dat moment de situatie goed ingeschat moet worden. Het incident aan zich is heel snel verlopen en was ook snel onder controle. De politie maakt zeker op zo'n moment ook een inschatting van hoe veilig is de omgeving. En zijn er objecten in de omgeving die wellicht extra bescherming nodig hadden. Maar ik kan me voorstellen dat ter plekke de politie al snel in de gaten had van oké, het incident is eigenlijk alweer achter de rug. Maar dan nog komen hulpdiensten aan de rijden met zwaailichten en sirene. Denk je aan ambulance of aanvullende politieagenten. Waardoor voor de omgeving een beeld kan ontstaan van het is nog steeds, er is nog steeds iets aan de hand. Het is op dat moment niet te doen om iedereen in de omgeving te informeren over wat vindt er op dit moment precies plaats. Dat snapt u zelf ook wel. Maar ik snap ook heel goed uw punt. Het betrof overigens niet alleen de Parnassia school, maar ook een deel van een klas van de Bosbeekschool was ook daar net op dat moment onderweg naar de gymzaal van de Parnassia. Uw vraag van bij de evaluatie van dit incident en politieinzet zal ik zeker ook meenemen het informeren van locaties in de omgeving die ook kwetsbaar kunnen zijn. Al was het alleen maar het geruststellend bericht van het incident is alweer achter de rug en u hoeft zich geen zorgen te maken. Dus een terecht punt dat u daar aandacht voor vraagt. In het krantenartikel heb ik aangegeven dat...
dit afschuwelijke incident, want het is en het blijft een afschuwelijk incident, helemaal niet zegt over de veiligheidssituatie op de school aan zich van het Molenduin. Het Molenduin is geen onveilige school. Helaas gebeuren deze incidenten op diverse scholen en diverse onderwijsrichtingen in heel Nederland. En dat heb ik willen aangeven om te voorkomen dat ze een stempel zouden krijgen van een onveilige school. Maar uiteraard hoort een school veilig te zijn. Daar moet iedereen van uitgaan dat dat het geval is. En ik kan u ook verzekeren dat het incident ook een flinke impact heeft gehad, ook op het team, omdat zij ook daar 100% voor staan. Maar uw vraag is een terechte en ik zal hem zeker meenemen bij de evaluatie met de politie. Dank u wel. Zijn er nog raadsleden die kort willen reageren op de vraag of het antwoord? Ik zie geen vingers omhoog. Dan ga ik nog even naar de heer Koppers voor een reactie. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, ik ben in ieder geval blij om te horen dat Dalis dit mee wil nemen. Wat ik me dan even wil benadrukken is dat ik zelf in ieder geval niet indruk heb willen wekken dat het Molenduin per se niet een onveilige school is. Je leest het gewoon momenteel bijna elke dag in de krant. Dus het is gewoon heel vervelend dat dit gewoon blijkbaar een trend is in Nederland en ook blijkbaar binnen Velsen. Dus laat ik vooropstellen dat ik niet het Molenduin wil veroordelen. Maar goed, ik vind het dus fijn dat de heer Dalis hier aandacht voor heeft. En ik hoop dat dat een effect gaat hebben. Maar eigenlijk hoop ik dat het niet meer voor gaat komen. Dat is mijn eerste punt. Dank u wel. Dank u wel. Ik geef het stokje weer over. Dank u wel, mevrouw Zorgdrager, voor het waarnemen. Gaan we naar agenda punt 3. Vaststelling van de agenda. Er is geen voorstel tot wijziging van de agenda ontvangen. Ik stel voor om de agenda ongewijzigd vast te stellen. Ik zie geen bezwaren daartegen. Dan gaan we door met agenda punt 4. Vaststelling van de notulen van de raadsvergadering van januari 2020. Er is ook geen voorstel tot verandering van de notulen bij de griffier ingediend. Ik stel voor de notulen ongewijzigd vast te stellen. Ik zie geen bezwaar, al dus besloten. Agenda punt 5, de ingekomen brieven. Ik heb geen voorstel voor een andere wijze van afdoening ontvangen. Dat betekent dat uw raad akkoord gaat met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening. Ik zie geen bezwaar hiertegen. Dan is dat al dus besloten. Komen we bij agenda punt 6. Benoeming van een nieuw lid van de commissie Stedelijk Schoonvelzen. Korte toelichting. Per 1 januari 2020 is een vacature ontstaan in de commissie Stedelijk Schoon. De heer Van Hoek is door de Stichting Mooi Noord-Holland voorgedragen als nieuw lid van de commissie. Dit is een hamerstuk. Wenst iemand hierover het woord? Wenst iemand hierover stemming? Zo niet, dan is dat al dus besloten. Is de heer Van Hoek aanwezig in de zaal vanavond? Dat gebeurt altijd als je niet bij een vergadering bent. Dan word je altijd ergens in benoemd. Dat zou je altijd zien. Wij zullen de felicitaties overbrengen. Gaan we door naar agenda punt 7. Uittreden Velsen uit de gemeenschappelijke regeling afvalschap Eimond-Zaanstreek. Korte toelichting. Het afvalschap Eimond-Zaanstreek is een gemeenschappelijke regeling. Via het afvalschap is Velsen samen met Beverwijk Heemskerk aandeelhouder in HVC. Tot 2019 was Zaanstad ook deelnemer. In navolging van Zaanstad heeft het college van Velsen besloten ook zelfstandig aandeelhouder te worden. Als zelfstandig aandeelhouder kan Velsen zelf deelnemen aan de aandeelhoudersvergadering van HVC en daar altijd een eigen geluid laten horen. Het college geeft dan ook aan dat zelfstandig aandeelhouder zijn in HVC daarom de voorkeur. Het college vraagt de raad om toestemming te verlenen voor het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling afvalschap Eimond-Zaanstreek. Dit is een hamerstuk. Wenst iemand hierover het woord? Behoefte aan stemverklaringen? De heer Kuijn, u heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, HVC is een groot bedrijf en dat strekt zich uit van Lelystad tot aan Dordrecht. En binnen dat grote bedrijf hebben wij veel overeenkomsten met onze buren, vooral binnen langs de Noordzeekanaal. En dan met name natuurlijk Beverwijk en Heemskerk.
We lijken op elkaar in uitdagingen in afvalmanagement en we lijken op elkaar in uitdagingen in de transitie naar duurzame energie. En daarbij geldt dus dat we meer gemeen hebben met wegwerking naar Skellig dan bijvoorbeeld met de Lelystad. En daarom hechten we ook waarde aan een formele samenwerking met Beverwijk en Heemskerk. En daarom hechten we ook waarde aan het zijn van aandeelhouder samen Beverwijk en Heemskerk. Samen staan we sterker en samen kunnen wij ook onze regio waar we zitten de belangen daarvan beter verdedigen in het grote geheel wat HVC heet. En daarom kunnen wij ook de raadsvoorstel helaas niet steunen. Vanwege dus het feit dat wij zien dat HVC een best groot wijdverspreid geheel is, waarbij we graag willen optrekken, in formele zin, met onze buren binnen Nijmond. Tot zover. Dank u wel. Dank u wel. De heer Sintenie. Ja, dank u wel, voorzitter. Achteraf is het heel jammer dat wij niet bij die sessie konden zijn op 16 mei. Dan hadden wij zeker behoorlijk tegengas gegeven. We hebben heel lang over dit onderwerp gesproken binnen onze CDA-fractie. En we zijn het eigenlijk nog niet eens kunnen worden. Het CDA zag de noodzaak voor het uitreden niet in. Wat ons bezwaar zou zijn, wordt vooral ingegeven door sentiment en emotie. Dat is een slechte raadgever. Heemskerk en Beverwijk betreuren het uitreden van Velsen en dat op het moment dat de samenwerking al zo broos is. Dat hoeft verder geen uitleg, denken wij. Wij als CDA hechten aan een hele goede samenwerking. Wel zien we ook dat het voordeel kan opleveren, al zijn in onze opinie minimaal. Er lijkt al geen weg meer terug. Het college heeft deze weg gekozen. Wij gaan ervan uit dat deze keuze vooral is gemaakt omdat het voor Velsen en voor onze inwoners meer voordelen dan nadelen zou opleveren. En het zou kunnen zijn dat ze, ja, gebeurt niet vaak, verdeeld zou kunnen stemmen. Dank u wel. Zijn er nog andere stemverklaringen? Zo niet, dan mag ik concluderen dat met de stem van de fractie van D66 tegen. Oh, ze gaan verdeeld stemmen. Dan gaan we het een stemming brengen, want dit willen we meemaken. Wie is voor het voorstel? Dat is ChristenUnie, VVD, LGV, GroenLinks, Partij van Arbeid, PS, Stam, Forza en twee leden van CDA en als een lokaal. Wie is tegen dit voorstel? Dat is de fractie van D66 en één lid van het CDA. Het voorstel is aangenomen. Gaan we naar agenda punt 8. Visie Spaarnwoude Park 2040. Korte toelichting. Het recreatieschap Spaarnwoude bereidt zich voor op de toekomst en heeft daarom een integrale visie opgesteld. Het hoofddoel van de visie is doorgroeien van het recreatiegebied Spaarnwoude tot een veelzijdig en duurzaam Spaarnwoude Park 2040. Op 17 oktober 2019 gaf het Algemeen Bestuur de conceptvisie vrij voor zienswijze. De visie is in een tweetal sessies door de Raad behandeld. Voor u ligt de voorgestelde zienswijze die aan de hand van de sessies is vastgesteld. Het college stelt de Raad voor deze zienswijze bij het recreatieschap in te dienen. Ook dit is geagendeerd als een hamerstuk. Is er behoefte aan een stemverklaring? Ook een aantal mensen. Mevrouw Koedijker. Dank u wel, voorzitter. Politiek Sociaal heeft kennis genomen van de conceptvisie. Het is een prachtig plan. Alleen wel een heel erg duur plan. En wij geloven eigenlijk nooit dat we dit geld bij elkaar gaan krijgen. Maar ik mag natuurlijk altijd een beetje dromen. En we hebben nog wel één belangrijk punt van aandacht. En dat is dat het limiet van het aantal grote evenementen wat ons betreft nu echt bereikt is. Meer herrie kunnen we de bewoners niet aandoen. Dank u wel. Dank u wel, de heer Hendricks. Voorzitter, ik sluit ook een beetje aan bij het laatste punt van de vorige spreker. De Partij van de Arbeid kan zich vinden in het raadsvoorstel. En we steunen nadrukkelijk de 10 onderwerpen waarin de zienswijze van de gemeente staat verwoord. Ik sta vooral extra stil bij punt 8, waar een opmerking gemaakt wordt over evenementenlocatie. Deze locatie is elk jaar weer een maand lang niet toegankelijk voor de inwoners van onze omliggende gemeente. Of van de omliggende gemeente van Zaanstad. Wij gaan zelf nog ons evenementenbeleid vaststellen. En in die zin vind ik het terecht dat hier een opmerking wordt gemaakt. En ik wil vast nu al aandacht vragen voor de gesprekken die wij over de evenementen gaan hebben. Om het niet uit de hand te laten lopen met het aantal evenementen in Spaarnwoude. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Stoelman. Ja, ook ik sluit me graag aan bij de vorige sprekers als het gaat om de evenementen.
GroenLinks kan verder instemmen met de voorliggende visie. We zijn blij met de antwoorden die gegeven zijn in de sessie en de aanpassingen. We dringen er wel op aan om goed te overleggen met de omwonenden. Mochten deze plannen ook werkelijkheid worden, want de communicatie is heel erg van belang. Dank u wel. Dank u wel, de heer Van Deutekom. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, het is een mooi plan en wij zullen er ook mee instemmen. Voorzitter, wij gaan er wel vanuit dat er mogelijkheden komen voor kostendragers, zodat de winstgevende projecten opgepakt kunnen worden. En zodat er geen extra bijdrage door de gemeente hoeven te komen. En daarbij is het belangrijk, voorzitter, dat wij het vooral de leefbaarheid in het gebied geborgd moet blijven. Dank u wel, de heer De Winter. Ja, dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie die staat achter de zienswijze van de gemeente Velsen op de conceptvisie Sparenwoudenpark 2040. Daar zullen we echter wel, en dat punt wil ik echt benadrukken, met grote belangstelling volgen hoe de bewoners uit het recreatiegebied, de ondernemers, maar ook de belangenorganisaties zoals Fietsenbond en natuurorganisaties betrokken zullen worden bij de uiteindelijke invulling en uitvoering van dit proces. Dank u wel. Dank u wel, de heer De Ruijf. Dank u wel, voorzitter. D66 Vels is enthousiast over de voorliggende visie. We zetten in op een goede balans tussen natuur, rust en recreatie. En daarnaast willen we ook geen kans onbenut laten om juist ook het vervoer over water daarvoor te lobbyen, om dat ook weer terug te laten komen. We zijn ook bereid de nodige bijdrage te leveren waarmee het nodig onderhoud gepleegd kan worden en aan de kwaliteiten van het park recht kan worden gedaan. En D66 Vels is dan ook blij dat de punten zoals wij die hebben aangedragen in de sessie van 13 februari terecht zijn gekomen in de zienswijze die we als gemeente indienen. We werken aan een toekomstbestendig park Sparenwoude waar natuur, recreatie en rust met elkaar in evenwicht zijn. En daarom kan D66 Vels ook van harte instemmen met het voorliggende raadsvoorstel. Dank u wel. Heb ik alle stemverklaringen nu gehad? Dan is er behoefte aan stemming? Is zo niet al dus unaniem besloten. Gaan we door naar agenda punt 9, startdocument locatie missiehuis. Korte toelichting. De nieuwe eigenaar van het missiehuis wil op de locatie hoofdzakelijk woningbouw realiseren en heeft de gemeente gevraagd om hiervoor ruimtelijke kaders vast te stellen. Op 20 november 2018 gaf het college het startdocument voor de locatie missiehuis vrij voor participatie. De reacties in het participatietraject hebben geleid tot een aantal aanpassingen in het startdocument. Daarnaast is het onderwerp bij de Raad onlangs in een sessie behandeld. Het college stelt de gemeenteraad voor om het participatiedocument en het startdocument voor de locatie missiehuis vast te stellen. Dit is een bespreekstuk. Er zijn twee amendementen op dit stuk ingediend en een motie. We gaan eerst de amendementen behandelen, omdat dat mogelijk tot een wijziging van het voorstel kan leiden. En dan nemen we het al dan niet geamendeerd besluit en dan daarna de motie. Ik stel voor het meest verstrekkende amendement als eerste te laten behandelen. Dan kom ik op deze volgorde als eerste amendement 6 van 2020 met de titel In bomen kun je niet wonen. En vervolgens als tweede amendement 7 van 2020 met de titel Vloeroppervlak, gebruiksoppervlak. U kunt daar allemaal mee instemmen met dit voorstel. Dan doen we dat zo. Amendement 6 is ingediend door de VVD. Over in bomen kun je niet wonen. Ik stel de volgende behandeling voor per amendement. De VVD ligt kort het amendement toe en leest het dictum voor. De wethouder geeft een reactie op het amendement. Daarna krijgen de overige fracties de gelegenheid om te reageren. En als laatste krijgt, indien gewenst, de indiener het woord en dan gaan we over tot stemming over het amendement. Ik geef het woord aan de heer Schonk. Ja, dank u wel, voorzitter. In bomen kun je niet wonen. Dat is de titel van het amendement wat hier nu voor ligt aan de gemeenteraad. En dat kan wel zo zijn, in bomen kun je niet wonen, maar zonder bomen in de buurt is het ook weer niet prettig wonen. Dus we zitten hier met een balans tussen twee zaken. En die balans, die proberen wij hier te vinden. Wij zien hier mogelijkheden om door het
weghalen en het vervangen van bestaande bomen een ruimtelijker plan waarbij bebouwing verder uit elkaar staat te realiseren. Of dat zo is, dat moet de ontwikkelaar ons nog wel gaan bewijzen bij een voorstel bij het bestemmingsplan. Maar wij als de VVD en onze nobele mede-indieners, het CDA en de PS, willen ze wel die kans geven. Dus bij deze het dictum. Beslispunt 3 als volgt te wijzigen naar: om een kwalitatief betere inpassing van bebouwing en parkeren te faciliteren, het mogelijk te maken af te wijken van het beleidsplan monumentale bomen en daarmee de kap van waardevolle en monumentale bomen aan de noord- en zuidzijde van de locatie Missiehuis toe te staan. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik geef het woord aan de portefeuillehouder, de heer Dingens. Dank u, voorzitter. Ja, misschien even ook een kleine blik op wat dit document precies is, hè? Een startdocument. En dat is in principe is dat om vast te stellen dat wat van waarde is. En het werd al eerder gezegd door de inspreker ook, een boom is soms meer waard dan je denkt, stond ook al deze week in de krant. En dat is waar het om gaat. Wat is hier van publieke waarde? Er zijn op dat terrein heel veel publieke waarden die we willen waarborgen. Gebouwen en ook niet gebouwen, ook het groen dat daar is. En dan als we die waarden dan met elkaar vaststellen, dan zeggen we oké. Is het binnen die kaders, is er dan een haalbaar plan? Nou, nu hebben we vastgesteld dat we, als we die kaders een klein beetje veranderen, dat er dan inderdaad een haalbaar plan is. Dat is dan aan mee onder andere de ontwikkelaar om dat te bevestigen. Nou, dat is nu bevestigd. Dus in die zin zijn we dan klaar. Dan is het ook nog naar het oordeel van de college. De heer Scholling refereert aan een balans. Naar het oordeel van de college is die balans hier in dit voorstel aanwezig. Wij hebben uiteraard getoetst of de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd is, op allerlei verschillende manieren. En of we die kaders goed stellen. Onder andere de boomgaard, we hebben het er eerder hierover gehad. En wij als college komen wij erop uit dat die balans hier goed geslagen wordt en dat hier kwalitatief plan is, wat ruimtelijk ook goed uitkomt. Dus naar mening van het college is het voorliggende voorstel de juiste balans. Dan heel even over de problemen die het amendement beoogt op te lossen. Op zich voor parkeren is natuurlijk een hot item in de omgeving. Echter, het is ook binnen de kaders van het plan op te lossen. Uiteraard is dat een hele belangrijke randvoorwaarde voor het oordeel van het college over de wenselijkheid van het plan. In het amendement, in de toelichting van het amendement wordt gezegd dat het haaks parkeren mogelijk een probleem zal zijn. Nou, die weg specifiek is dat eigenlijk niet zo'n probleem, want het is een relatief rustige weg als je het vergelijkt met de omgeving. En het is een 30 kilometer weg, dus in die zin valt dat wel mee. De parkeren nogmaals is op te lossen nog steeds als randvoorwaarde. En ik wilde misschien ook wel een beetje een klein woord van waarschuwing aan zeggen, want het idee van dat er eventueel meer woningen bij zouden kunnen is ook wel eens geopperd. Ik weet niet of dat was niet per se deel van het amendement, maar ik denk ik wil het toch maar even noemen, want dat staat natuurlijk wel op spanning met de hoeveelheid parkeerdruk die er dan eventueel ook zou zijn en die ruimtelijke kwaliteit. Dus dat is niet iets van het amendement waar ik toch wat ik even wil meegeven aan de raadslagingen van de raad. Daarmee klaar. Kijk nog even of de wethouder nog een advies heeft voor de raad over het amendement. Ontraden. Welke raadsleden zouden hier iets over willen zeggen? We gaan even wat namen noteren. De heer Stam. Dank u wel, voorzitter. Toen ik de titel van het amendement las, moest ik even glimlachen en terugdenken aan een van mijn jeugdhelden. En dat was Tarzan. Die had echt een hele mooie, ruime boomhut samen met zijn lieftallige Jane. Maar goed, dat was het verleden en we gaan nu naar het heden. Het Missiehuis, wat een mooi project en wat veel, soms tegenstrijdige informatie en belangen. Ik worstel hier echt mee. Enige voorbeelden. Tijdens de sessie op 13 februari over dit onderwerp verklaart de projectontwikkelaar dat het plan kan worden uitgevoerd binnen het gesloten compromis met de gemeente.
Daartegenover staat, later hoor je dat je door de ontwikkelaar stellen dat het behouden van de 60% van de boomgaard en de parkeernorm niet haalbaar zou zijn. En om die wel haalbaar te maken en minder huizen gebouwd kunnen worden. Het wijkcomité stelt in haar nieuwsbrief 7 van februari 2020 liever nu een vrij bouwplan voor de komende 100 jaar ten koste van 5 bomen. Met de aanplant van nieuwe, jonge, volwassen bomen dan een kwalitatief slechter plan inclusief die bomen. Daar staat weer tegenover de bewoners van het complex Nieuw-Velserduin. Want zij eisen een groener plan, missiehuis met minder huizen. Dus die tegenstrijdigheden die houden me wel bezig. Maar los van die genoemde tegenstrijdigheden is het voor mij ook een principe kwestie rond de tekst in het raadsakkoord. We willen voldoen aan de woningbouwopgave nu en in de toekomst, waarbij we zoveel mogelijk het tussen haakjes huidige groen willen behouden. Het betreft hier in het amendement aan de noordzijde 5 monumentale bomen, waarvoor we inderdaad een beleidsplan hebben dat we serieus moeten nemen. De verder aangevoerde argumenten voor het behoud van die 5 bomen, zoals de afvang van fijnstof en de opname van CO2 en hun belang voor de grondwaterhuishouding, zijn voor mij nieuw in de discussie rond bomenkap. Zelfs als dit grootschalige bomenkap betreft. Ze zijn echter wel van groot belang. Ik heb daar de afgelopen jaren meerdere malen de aandacht voor gevraagd. Maar binnen dit plan, waarin 81 jong volwassene bomen ten opzichte van de huidige situatie, lijkt mij dat de doelstelling van het raadsakkoord wordt nagekomen en de problematiek rond fijnstof, CO2 en waterhuishouding wordt ondervangen en heeft het wijkcomité haar vrije bouwplan en de bewoners van Nieuw-Velserduin hun groenere plan. Hoe mooi kan je het hebben? En wie het niet begrepen heeft, ik raad 2 liedjes aan, heel leuk, Ons Dorp van Wim Sonneveld en The Times They Are Changing van Bob Dylan. Tot zover, dank u wel. Dank u wel. De heer Vissers. De heer Visser. Dank u wel, voorzitter. Wij als Forza volgen het advies van de wethouder. Dat was het. Dank u wel. Heer Hoekstra. Dank u, voorzitter. Ja, dit amendement dat stelt de vraag waarvoor we moeten kiezen. Voor het behoud van monumentale bomen of voor het kosten wat het kost realiseren van meer woningen en meer winst? En Sorry, voorzitter, de interruptie. Oh, dat is heel snel. Ja, voorzitter, ik heb niets gezegd over meer bomen of meer woningen of meer winst. Dat haalt u erbij. Dat is ook nergens in het amendement terug te vinden. Dus u begint daar uw betoog bij, maar dat staat nergens in. Dat is ook helemaal niet van belang in deze kwestie. Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Als u die monumentale bomen wil weghalen, dan komt er een groter bouwvlak aan de noordkant. En dat betekent meer woningen. U bent dan klaar met uw interruptie? Dan ga ik verder met mijn verhaal, voorzitter, als dat mag. Dat wilde ik u net voorstellen. Ja. Dank u. Ik zou nu heel uitgebreid kunnen ingaan op de details die volgens ons niet kloppen in het amendement. Om even in te gaan op de heer Stam, dat er maar 5 bomen gekapt zouden worden. Dat is onjuist, want de ontwikkelaar die wil aan de noordkant 17 bomen kappen, waarvan 8 monumentaal. En zo staat het simpelweg in zijn tekening, pagina 34 in het stuk dat van Rijnboud komt tijdens de presentatie. 17 bomen. Daar wil ik dan even op interpreteren. We zijn maandag daar geweest en hebben een uitgebreide voorlichting gehad over de bomen en wat er eventueel gekapt of niet gekapt zou worden. En dat beperkt zich uitsluitend tot die 5 bomen die ik net genoemd heb en niet over 17 bomen. Ja, maar de ontwikkelaar heeft een tekening gemaakt. Er staan 17 bomen op met een stippelrandje. En die worden gekapt in zijn voorstel. Dus als u die rekensom maakt, heer Schollink, met 81, hè, gaat over het hele plan. Dat is dus niet helemaal correct. Er worden aan de noordkant 17 bomen gekapt. En dan komen er weer een aantal terug. Dat is de juiste rekensom. De heer Schollink, ja. Meneer Hoekstra, en wat nou als wij dan in het dictum vastleggen dat er maar maximaal 5 monumentale bomen mogen worden gekapt aan de noordkant? Bent u dan wel bereid om eventueel het amendement te steunen? Geen zins, zou ik haast willen zeggen, want dit is maar een heel klein onderdeeltje van mijn hele betoog. Dus ik zou daar graag mee verder gaan, als dat mag, voorzitter. Dank u. Een tweede punt in het dictum is bijvoorbeeld dat het mogelijk maken uit het dictum zou betekenen dat de monumentale bomen misschien alsnog kunnen blijven staan. Dat lijkt mij volstrekt naïef. Want als wij de kap
mogelijk maken, ja, dan gaat de ontwikkelaar ze heus niet behouden. Nou, een derde punt dat ik zou willen aanhalen, dat gaat over parkeren, maar dat is volgens mij door de portefeuillehouder al redelijk onschadelijk gemaakt. Dus ik zou het eigenlijk over drie fundamentelere dingen willen hebben met u. Ten eerste, meneer Schorling, het college is niet over één nacht ijs gegaan met dit aangepaste startdocument. De portefeuillehouder heeft daar net nog iets over gezegd. Het startdocument is er gekomen na zeer uitvoerig overleg met inwoners en ook met de ontwikkelaar. En nu zegt u, meneer Schorling, wij van de VVD weten het beter en willen de ontwikkelaar meer ruimte geven. Dat is uw goed recht. Maar dat roept bij mij wel de vraag op, heeft u dan geen vertrouwen in de zorgvuldige afwegingen van dit college? Interruptie, voorzitter, mag ik even? Ja hoor. Ik heb net in mijn inbreng gezegd dat het wijkcomité heel erg voor hetgeen is wat er nu voor ligt. Een uitgebreid plan. En dat de inwoners van Nieuw-Velserduin juist weer een groene plan willen. Dus hoe ziet u dan die inbreng van de bewoners? Dat is een van de tegenstrijdigheden waar ik mee worstel. Want er is geen overeenkomst. En dat is ook in de bewoordingen van de projectontwikkelaar zelf. Van de ene kant zeggen ze, we zijn het ermee eens, we kunnen het doen. En van de andere kant geven ze weer andere zaken. Dus er zitten nog zoveel onzekerheden in. Dus we kunnen eigenlijk niks stellen. En u doet bepaalde uitspraken met zekerheid. En die zekerheid is er niet. Nou, dank u, voorzitter. Ik ben eigenlijk heel blij met deze vraag. Want je ziet heel duidelijk de mening van Nieuw-Velserduin. Maar ik heb ook bij de dorpsdialoog gisteren nog uitvoerig gesproken met mensen van het wijkcomité. En zij zitten er toch een beetje dubbel in. Hè? Dus ja, ik kan natuurlijk niet namens hen spreken. Dat zou heel raar zijn. Maar het is in elk geval niet zo dat zij heel makkelijk zeggen, alles maar kappen. Hè? Dus ik denk dat dat echt wel een nuance is. En bovendien, maar daar kom ik zo meteen op, eigenlijk nu. We hebben het hier over een startdocument. En niet over een plan. En dat lijken we met z'n allen wel een beetje te vergeten. Dat is het tweede punt dat ik wilde aanhalen. Als dat mag van u ook, meneer Stam. Er staat geen plan op de agenda, maar een startdocument. En we stellen dus geen bestemmingsplan vast, maar een aantal kaders, randvoorwaarden, eisen vanuit het publieke belang. En daarbinnen kan de ontwikkelaar vervolgens een plan maken. En die eisen, die stellen wij hoog. Want het is een kwetsbare locatie. We gaan niet nu gas terugnemen, nee, we stellen die eisen nu hoog. Daarom borgt dit startdocument meerdere dingen. Monumentale bomen, de boomgaard, 4 overeind, parkeren binnen het terrein, de ruimtelijke kwaliteit, portefeuillehouder heeft er al gerefereerd, en bijvoorbeeld ook een wat kleiner bouwoppervlak aan de beeldbepalende noordkant. Allemaal eisen, zodat het uiteindelijke plan goed in zijn omgeving past. En de ontwikkelaar heeft al gezegd dat daarmee een financieel haalbaar plan te maken is. Dus dat plan, dat komt er. En wat mij betreft stellen we dat startdocument dan ook zo vast, zodat de ontwikkelaar snel een plan kan maken dat probeert recht te doen aan het publiek belang. En dat plan zien we graag tegemoet. En dat is de juiste volgorde. En niet dat we de publieke eisen volledig aanpassen aan een privaat plan. Ik ga afronden, voorzitter. Maar misschien wel de belangrijkste vraag. Wat zijn bomen ons waard? Als u het stuk in de IJmuiden Courant heeft gelezen, wat de heer Van der Aar al aanhaalde, dan weet u genoeg. Onze bomen zijn de longen van onze woonkernen. Oude bomen vangen in tegenstelling tot wat de toelichting vermeldt, meer CO2 op dan jonge bomen. En onze inwoners waarderen het groene en dorpse karakter dat bomen opleveren. Dat bleek heel duidelijk dinsdag ook tijdens de dorpsdialoog. Deze 90 jaar oude linden zijn beeldbepalend voor dit stuk driehuis. Ze vormen een natuurlijke rand tussen nieuwbouw, dorp en duinen. En meneer Schorling, u stelt, in bomen kun je niet wonen. Oh nee? Wat te denken van de vink, de mus, de specht, de eekhoorn, vlinders, bijen. Stuk voor stuk dieren die wonen in linden juist ideaal vinden. Dit amendement stelt de vraag, groen of geld? GroenLinks zal vol overtuiging tegen dit amendement stemmen en daarmee voor een groene ontwikkeling van het missiehuis met monumentale bomen. Dank u wel. Voorzitter. Meneer Stam. Ja, ik wil daar toch even op reageren, want u doet nou net. Even voor de duidelijkheid, want u krijgt straks nog een tweede termijn. Hè? Ja, u moet echt een interruptie hebben op wat hij net heeft gezegd. Ja, nee, dat ga ik ook doen. Ik bedoel, ik vind het een beetje flauw dat je nu stelt alsof alle
leefbaarheid voor de dieren, voor de vlinders, toestanden worden weggehaald. In het kader van 5 bomen. Ik bedoel, dat hebben we afgelopen maandag ook gehoord. We hebben geen waterhuishouding meer. De CO2-afvang wordt minder. Fijnstof wordt minder. Maar er worden 81 jongvolwassen bomen teruggezet. Ten opzichte van die 5 die weggehaald worden. En ik zou heel graag van u willen horen waarom. Ja, ik zie dat plaatje niet. Maar waarom die 5 bomen weer meer waard zijn als die 81 die worden teruggeplant? Dat is een duidelijke vraag, de heer Hoekstra. Ja, ik kan gewoon antwoorden, voorzitter, met de titel van dit artikel in Hem uit de Courant. En dat is, u ziet duidelijk dat het een boom is, hè, denk ik. En daar staat onder als titel, hoe ouder, hoe meer waard. En dat gaat ook over CO2 en over fijnstof en over waterhuishouding. Alles bij elkaar. Ja, maar dan zou ik graag de verhouding willen zien tussen die 5 bomen die ouder zijn en die 81 die worden herplant, die al jong volwassen zijn. Want je kan wel zeggen, die 5 zijn veel waard. Hoeveel zijn ze waard? Okay, en hoeveel zijn die 81 waard? U heeft uw punt gemaakt. De heer Hoekstra was... Mag ik nog wel een korte vraag stellen aan de heer Stam? Suggereert u dan dat op het moment dat we deze bomen niet weg zouden halen, dat we die 81 bomen opeens niet meer gaan terugplanten? Sorry, ik... Nou, u zegt, ik wil die 5 bomen ten opzichte van de 81 nieuw te planten bomen. Volgens mij zijn het er over iets meer, maar dat geeft niet. In totaal komen er 81 bij. Maar suggereert u dan op het moment dat die 5 monumentale bomen behouden blijven, dat opeens die 81 bomen er niet meer bij komen? Want anders is het volgens mij niet een of, maar gewoon een en. Die 81 komen erbij. Ik weet niet precies de verhouding ten opzichte van als die 5 ook weggaan, wat het in zou houden. Maar hier wordt wel gesuggereerd, en zo wordt er gesproken, dat die 5, als die weggaan, dat er heel veel monumentale waarde weggaat en waterhuizen, ook CO2 enzovoorts. Maar om daarover te kunnen oordelen, het is heel makkelijk. 5 ten opzichte van 81. Maar hoe is de verhouding? Dat is duidelijk nu. Meneer Stam, het verhaal heeft u net verteld. De heer Hoekstra had aangekondigd dat hij klaar was. Ik wil toch graag die vraag beantwoorden van de heer Stam, als dat mag. Ja, dat mag. Kijk, de rekensom klopt gewoon niet. Als u de plattegrond, de plantekening van de ontwikkelaar ziet, dan 81 gaat over het totaal. Hè. Dat is eigenlijk hier niet aan de orde. Want dat zou ook uitgaan van wat er aan de zuidkant gekapt wordt. Als we puur kijken naar de noordkant, dan schrapt de ontwikkelaar daar 17 bomen en komen er 25 voor terug. Dat is 8 meer en geen 81. Dat is de enige juiste rekensom. En er zijn 8 monumentale bomen die daar weggaan. Dat staat klip en klaar, gewoon zwart op wit, nou groen op wit moet ik zeggen, in dat mini-plantekening. Ja, deze discussie ga ik nu stoppen, want dit blijft pingpongen heen en weer. Ik geef het woord aan de heer Sintony. Dank u wel, voorzitter. Ja, meteen een vraag aan de heer Hoekstra. Hoe ouder, hoe meer waard geldt het ook voor mensen? Absoluut, absoluut. Waar de hoop zien stijgen vanavond. het is natuurlijk, we hebben er mede onder getekend. We hebben ook intern heel veel over gesproken. En het is heel verwarrend. En dat zal ik straks ook nog in mijn betoog gaan doen bij de stemverklaring. Er ligt al een plan en er ligt geen plan. Wat is nu leidend? En dat maakt het zo verwarrend in deze hele discussie. En u refereert zelf ook een plan en vervolgens zegt u wel, er is geen plan. Het is een start. Ter interruptie, voorzitter. Meneer Sintony, dat is toch helemaal niet verwarrend? We hebben het over een startdocument. Dat ligt voor en geen plan. Volgens mij is het simpel als wat. Maar u heeft het zelf net ook over het plan? Ja, dat is het plan wat hier in het amendement wordt aangehaald. Maar we hebben het hier over een startdocument en dat moeten we vaststellen. En dat stellen we hoge eisen. Dat gaan we ook doen, hoop ik. Ja, wij zijn toch van mening, en oké, als je dan niet naar het plan reist, maar we zijn wel van mening, we hebben er maandag uitgebreid naar gekeken, en het gaat inderdaad, als je het over een beter, ruimte kwalitatief project wil hebben, dan zouden wat ons betreft, en het is geen vrijbrief hè, voor de initiatiefnemers om ze te kappen, nee, wij bieden ze de mogelijkheid dat het kan. En het gaat inderdaad om 5 bomen, en daardoor zou het ruimtelijk effect wel eens beter kunnen worden. En over meer woningen is niet gesproken. Sterker nog, als u straks mijn amendement aanneemt, zou het wel eens kleiner kunnen worden, het hele bouwproject. Maar goed, of het moet juist om meer woningen worden, maar het kan ook. Maar goed, daar kom ik dan nog wel op terug. En we hebben inderdaad gekeken. En inderdaad, we hebben ook heel goed gekeken. Nou stormt het wel erg en het regent hard. Maar ik heb ook nog heel veel naar boven gekeken. Maar over al die elementen die u zegt dat in die bomen wonen, ik heb ze helaas niet gezien. Maar goed, het is winter, dus ik weet niet, misschien zitten ze verscholen. Maar goed, er staan nog steeds heel veel bomen in dat project.
En het lijkt nu net of gewoon daar een kaalslag gaat plaatsvinden. Ja, wij denken van niet. En als je kijkt naar die zuidkant, die bomen, nou, er is heel slecht onderhoud gepleegd. Je zegt, ik kan niet onder gaan parkeren. Nou, dat is niet verstandig, want of de boom gaat dood of je auto gaat beschadigd, want het valt allemaal om. Het staat ook heel slecht tegen elkaar. Dus wat dat betreft, en natuurlijk is elke boom is een boom. Maar waar laat je nu de voorkeur naar uitgaan? Door prettig wonen? Of wil je in een bos wonen? Ja, misschien dat zou dat wel prettig zijn. Dus ja, nogmaals, wij willen de ruimte geven aan ontwikkelaars om in ieder geval niet vooraf al te veel belemmering op te leggen om een mooi ruimtelijk plan te maken. Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen aan de heer Sint? Meneer Smeets. CDA was ook een van de partijen die vol enthousiasme heeft ingestemd en ook oproep heeft gedaan om een lijst te maken van monumentale en waardevolle bomen. En juist het uitgangspunt daarvan was natuurlijk ook om aan te wijzen welke bomen zijn bijzonder en willen we met z'n allen graag bewaren. Het gaat om dit geval over de randvoorwaarden. En waarom kan de heer Sint nu dan niet zeggen, wij hebben als CDA altijd vonden we het heel erg belangrijk dat we die monumentale bomen gingen bewaren. En dat zou dus ook een randvoorwaarde moeten zijn in dit plan. Meneer Smeets, dank, maar ik kan me dat niet herinneren. Hey, u was tegen het monumentale bomenplan, is uw punt? Nou, zeker over het plan zoals hier opgesteld is destijds, dat er ook alleen bepaalde gebieden werden er gebruikt, maar blijkbaar in de Muiden mag je ze rustigloos kappen. Ook al is het een monumentale boom, maar in bepaalde regio's niet. Daar was ik fel tegenstander van. Voorzitter, mag ik dan de heer Smeets vraag stellen? Ja. Waarom gaat u wel akkoord, of misschien niet akkoord, met de zuidzijde? En om deze vijf bomen bij de noordzijde maakt u zo'n oppositie? Dat is exact het onderscheid tussen monumentaal en waardevol. Maar ik vind het alsnog goed dat u deze vraag stelt. Ik had het anders was ik erop teruggekomen. Want wij vinden het ook hartstikke zonde dat die bomen aan de zuidkant worden gekapt. Maar als we dan vervolgens een afweging maken, dan willen we ook heel graag dat het plan doorgaat. Dat het missiehuis wordt opgeknapt. Dat we ook wat doen. Het is een mooi plan. Ze hebben een hartstikke goede architect aangenomen. Die heeft een heel mooi plan uitgewerkt. En het zonde is, als we zowel noord- als zuidkant zeggen, dat doen we niet, dan ligt er geen plan. En dan gaat uiteindelijk het missiehuis niet opgeknapt worden, gaan we ook de woningbouw die we ook nodig hebben, die gaat allemaal niet gerealiseerd worden. En ook inderdaad, de bomen die je noemt, die er allemaal bij komen, gaat allemaal niet gerealiseerd worden. Maar wat kunnen we vervolgens wel doen? We hebben wel een compromis waarin we zeggen, nou laten we in ieder geval de monumentale bomen, waarmee we allemaal in beleid ook hebben vastgelegd, die zijn nog waardevoller. En we kunnen, ik kan u uitgebreid ook uit, nou sterker nog, u was erbij, we hebben de uitleg gekregen waarom die belangrijker waren. Die kunnen we nu behouden. Nou, waarom zouden we dan in hemelsnaam zeggen in de randvoorwaarden, nou weet u wat, dat publieke goed is ons niet genoeg waard om te behouden. Ik zou het hartstikke zonde vinden. Dank u wel. We gaan even verder met het debat hier over de heer Hendricks. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij waren aanwezig afgelopen maandag bij de uitleg over de bomen. En het was een zeer interessante bijeenkomst. En wat ons in ieder geval bijgebleven is de uitleg over die rij 90 jaar oude linden, hoe uniek en bijzonder die zijn. Een van de uitleggen die gegeven werd, is dat er in heel Nederland eigenlijk maar weinig 100-jarige bomen of rond de 100-jarige bomen te vinden zijn. Wat nog eens extra bestempelde hoe nadrukkelijk uniek deze bomen zijn. Deze bomen kun je ook niet zomaar vervangen door een ander. Je kunt niet zeggen, ik haal deze weg, ik plant alweer een nieuwe, dan zitten we weer op gelijke voet. Nee, je haalt iets weg wat je niet zomaar meer kan vervangen. Zelfs niet vijf bomen tegen de verkeerd uitgerekende meer dan 80 bomen. Dat is voor ons een heel belangrijke reden om eens goed na te denken over hoe dit besluit nu gelopen is. We hebben ooit randvoorwaarden gesteld, de colleges in gesprek gegaan met de ontwikkelaar. En als resultaat van al die ontwikkelingen kwam eruit dat het plan uitvoerbaar is. Als we aan de zijkant, zuidkant een aantal ook waardevolle bomen kappen. Nou, ook dat vinden we erg jammer. Maar in de afweging die daar gemaakt is, kunnen wij ons vinden. En wij hebben begrepen dat de ondernemer binnen die randvoorwaarden een uitvoerbaar plan neer kan zetten. Diezelfde ondernemer die legt ons ook uit dat het plan wat er nu ligt ook nog niet in de finesse uitgewerkt is. Het precieze aantal woningen is zelfs nog niet bekend. Naar verwachting zijn het er tussen de 80 en de 88, zo is uitgelegd, maar ook daar kan nog variatie in komen. Het weghalen van die bomen, of het niet weghalen van de bomen aan de noordkant, ja, dat zou misschien wel een stuk of vier woningen kunnen schelen. Maar wat belangrijk is in die boodschap, is dat er dus een plan ligt wat nog verder moet worden ontwikkeld. Het moet worden uitgewerkt, het moet definitief gemaakt. En wat wij hier nu vaststellen, is de randvoorwaarden, met name de bomen in dit amendement, de randvoorwaarden die we stellen, binnen welke randvoorwaarden de ondernemer zijn plan verder mag uitwerken. Voor de Partij van de Arbeid zijn deze bomen, deze 90 jaar oude linden, unieke bomen die we graag willen behouden.
Wat ons betreft zullen we ook het amendement niet steunen. Wat ons betreft zullen we juist de voorwaarden zo formuleren dat de ondernemer binnen de dan ontstaande randvoorwaarden, namelijk met het behoud van die bomen, een definitief mooi plan mag ontwikkelen. En zoals u net zelf al zei, eigenlijk moet het nog bewezen worden hoe het definitieve plan eruit ziet. En we zien die presentatie dan ook wel tegen de tijd dat daar rond bestemmingsplan zou, geloof ik, iets besloten moet worden. Nou, die ontwikkeling zien we graag tegemoet tegen de randvoorwaarden waarbij deze monumentale bomen blijven staan. Dank u wel. Dank u wel, de heer Bleekman. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn maandag ook bij de uitleg geweest en daar werd verteld dat de waarde van de bomen aan de zuidzijde degelijk minder waarde zijn dan die aan de noordzijde. Daarom snap ik de discussie ook niet zo waarom Zuid wel, waarom Noord niet. Ik denk dat de wethouder een hele goede keuze heeft gemaakt om een handreiking te doen naar de ontwikkelaar. Om in dit soort startdocument op te nemen dat de zuidzijde wel gekapt mag worden en de noordzijde niet. Ik snap ook niet zo goed dit amendement, wat we hier nou echt mee bereiken. Het is mij niet duidelijk. Dank u wel, de heer Van Kooten. Ja, dank u, voorzitter. Voor ons is het dan toch wel duidelijk. En niet dat wij nou tegen bomen zijn. Zeker niet tegen speciale of hele bijzondere bomen. Sterker nog, daar zijn we heel duidelijk voorstander van. Ik woon ook niet voor niets in een bomenbuurt. Maar ik zal u zeggen, er staan meer huizen dan bomen. En dat moeten we ons ook realiseren. Dat geldt ook voor de heer Hoekstra. Zijn woning staat ook daar waar heel veel groen stond. Het geldt voor iedereen in feite. Daar waar wij wonen stond wellicht ooit bomen. In het ver verleden, vanaf hier tot aan Bergen aan Zee zo ongeveer. Het was één grote wildernis, één groot bomenfestijn. Met weemoed kan je daar naar terugkijken. Net zo goed als het Wijkermeer. Als je daar de boeken over leest, dan denk je, potverdomme, dat moet heel mooi geweest zijn daar. En dan toch zitten we nu in de realiteit met deze randvoorwaarden. We hebben daar ook naar gekeken. We zijn ook ter plaatse geweest. We hebben een bijzondere uitleg gekregen ook over de bomen. En natuurlijk ga je dan kijken naar de bomen. En dan kan je heel lang over bomen. Maar je moet het integraal bekijken. Wij kijken hier toch integraal naar. En waarom? Als je de bomen zoveel mogelijk laat staan aan de buitenzijde. Zoveel mogelijk. Dan is dat heel mooi. En ik denk ook wel dat dat van waarde zeer zeker is. Maar als je de bomen aan één zijde, in ieder geval daar waar dan die vijf bomen staan, die zeer zeker bijzonder zijn, laat staan, dan druk je het hele plan in feite in elkaar. Dan komt dat plan, wordt er minder fraai van. En het was juist zo'n heel mooi, evenwichtig plan, want daar hebben we ook kennis van genomen. Daar zijn heel veel mensen over geïnformeerd. Ja, ook zo. Maar daar gaat u weer over dat plan. Dat is allemaal prachtig, maar het is niet zozeer dat het in elkaar wordt gedrukt. De oorspronkelijke randvoorwaarden van de gemeente, waar ook deze ontwikkelaar op heeft ingetekend, dat bevatte compacte bouwkavels, zowel ten noorden als ten zuiden van het missiehuis. En in zijn plan heeft de ontwikkelaar de noordelijke kavel opgerekt. Dat is de juiste voorstelling van zaken. U moet het nu niet gaan omdraaien. Nee, ik draai niks om. Natuurlijk, er is ook sprake van een plan. En dat weet u ook. Daar zijn we ook over geïnformeerd. Dus vandaar dat ik het over een plan heb. Maar wat komt eerst? Ja, maar toch even het woord. Kaders zijn er ook. En als je kaders indrukt, laten we het daar dan maar over hebben, dan wordt het speelvlak kleiner. Het gaat ergens naartoe. En wat gebeurt er dan vervolgens als je die kaders indrukt? Ik heb het niet over een plan, hè? Als je die kaders indrukt, dan moet het ergens naartoe. Die boomgaard wordt dan kleiner. De parkeerplaatsen, dat geeft druk. Elders op het terrein. Ja, Hendricks. Want u noemt een aantal voorwaarden waarbij het net lijkt alsof u nu andere randvoorwaarden gaat schrappen. Die boomgaard kan niet kleiner worden, daar ligt voor die boomgaard een opgave. Het aantal parkeerplaatsen minder, dat kan niet, want er ligt een opgave voor het aantal parkeerplaatsen. Met andere woorden, het speelveld is vastgelegd en dat verandert niet door het wel of niet kappen van deze boom. Het speelveld schuift en natuurlijk moet je dan wel bedenken, kan het allemaal met alle voorwaarden die we stellen? Want we willen eigenlijk alles. En dat is de vraag. Wederom bij interruptie, als dat mag, voorzitter. U vraagt of het kan. De informatie zoals wij die gekregen hebben, zoals die door het college is aangereikt, staat heel klip en klaar. Ja, het kan. Ik was nog niet klaar met mijn zin, voorzitter. En dat hebben we ook zo begrepen, dat het kan. Maar, en dat was bij mijn betoog ook, het wordt minder fraai. Dus in feite heb je het in de afweging over monumentale bomen, uiteraard. Maar ook over een monumentaal plan. En daar gaat het naar ons idee om. En dan is de afweging integraal voor ons het steunen van dit amendement.
Dank u wel. Voorzitter, mag ik nog... Ja, meneer Smeets. Ja, ik ben echt oprecht verbaasd over wat ik hier hoor. Oprecht. Sowieso is al een amendement van VVD en de PS, vind ik al uniek. Maar hoor ik nou echt de PS zeggen... kaders moet je als overheid niet te veel willen stellen. Want dan bent u wel heel snel ver van de visie van de SP afgegaan. Dat vind ik wel echt oprecht bizar. Heer Van Kooten. Ja, er zijn wat letters omgedraaid. Nee, maar zeer zeker, dat is niet wat ik heb betoogd. We hebben eigenlijk gekeken bij dit. We willen uiteindelijk ook kwaliteit. Hè? We willen ook een goede kwaliteit. En we hebben niet gezegd, hef die kaders maar op. Maar we willen die kaders, daar willen we nadrukkelijk naar kijken dat we daar niet zo ver in gaan dat we het nu alleen over de bomen hebben. Nee, dat ben ik dan echt ook compleet met u eens. Behalve dat we bepaalde kaders ook in het verleden hebben gesteld, zoals bijvoorbeeld ons monumentale bomenplan. En zegt u daar nu van, weet u wat, dat vinden we eigenlijk ook niet zo erg belangrijk meer. En ook in toekomstige ontwikkelingen in de gemeente is voor ons het monumentale bomenbeleid is eigenlijk niet zo heel erg veel waard. Want de volgende ontwikkelaar die gaat komen, die zegt dan toch ook van, ja, maar daar mocht het toch wel. En mag het van u dan weer? Voorzitter, zou ik op de heer Smeets mogen reageren? U krijgt als allerlaatste het woord. Dus als u het goed vindt, want we zijn bijna klaar met de afronding van de betogen. Ik denk dat de heer Van Kooten nog wel even mag reageren op de vraag van de heer Smeets. En u krijgt nog het woord en kunt u daar dat meenemen in uw afsluitend betoog. De heer Van Kooten, korte reactie op de heer Smeets. Nou, niets is in beton gegoten, dat is hier zeker. Maar natuurlijk, we zijn hier elke keer bezig met een integrale afweging. En telkens ook bestemmingsplanwijzigingen. Alles komt hier naar voren, waarbij je toch hebt gekeken en besloten hebt, we gaan het zus doen, we gaan het doen. En uiteindelijk ga je toch elke keer die afweging maken. En we maken in deze een andere afweging. Duidelijk. De heer De Winter. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat ik ook even wat mag en ga zeggen. Allereerst wil ik tegen de overige collega's en raadsleden zeggen, wat hebben we ons ontzettend verdiept met z'n allen in dit dossier. Dat mag ook wel eens gezegd. We zijn bij de opkomst geweest, de uitnodiging van de initiatiefnemer. Nou, er was het zaaltje was bijna te klein, om het zo maar te zeggen. We hebben een goede sessie gehad met elkaar. We zijn naar de bomen wezen kijken en we hebben ons voor laten lichten. En we hebben ook informeel best hier en daar wat overleg gehad met elkaar. Ik moet zeggen, ik vond het een ontzettend moeilijk dossier. En pas vandaag hebben wij als ChristenUnie ons definitieve standpunt bepaald. Ook ten aanzien van dit. En het was ook heel verwarrend allemaal. Want ik wil even een paar dingen noemen naar het begin. Toen de projectontwikkelaar, de initiatiefnemer, de eerste contacten kreeg over het startdocument, toen waren de rooilijnen verkeerd getekend. Want de rooilijnen van Nieuw-Velse Duin werden aangehouden en daarbinnen is een plan gemaakt. De bomen waren toen immers weg. Uiteindelijk heb de gemeente, zeg maar even, de ontwerpers van het startdocument, die hebben dat ingetrokken. En die kwamen toen van, nou, we doen een voorstel, de bomen aan de zuidkant konden gekapt worden. Op wat voor reden, dat is me nooit duidelijk geworden, maar is dat ook ingetrokken. En stond de projectontwikkelaar weer met een goede rooilijn, dus niet meer aan het Nieuw-Velse Duin, en met nergens bomen kappen, met lege handen. En toen kwamen wij in beeld, en daags voor de sessie kwam de wethouder met een collegebericht. Nou, we komen toch tot een compromis, we gaan toch de bomen van de zuidkant kappen. Zo is het wel gebeurd, met z'n allen. Wij hadden ondertussen een prachtig plan gezien, en daar was ik, en met mijn steunfractie ook, ontzettend enthousiast over. Maar ja, wat uiteindelijk, ik zal proberen het niet te lang te maken, wat uiteindelijk heel belangrijk was, dat is, staat in het startdocument, of dat heb ik ergens gehoord of gelezen, of in dat weet ik niet precies meer waar ik dat vandaan heb, maar de zuidzijde, er komen 14 meter jongvolwassen lindes voor terug. Nou, dat vind ik heel sterk. In het startdocument staat expliciet 60% boomgaard behouden blijft. Daar moet de projectontwikkelaar zich aan houden.
Er staat ook, en daar heb ik nog niemand over gehoord, en dat is voor de ChristenUnie, maar ik weet zeker voor alle andere partijen ook, 30% sociale huur. Daar kreeg hij maar mooi mee te maken, die initiatiefnemer. Hij was er niet echt blij mee, heeft hij ons ook allemaal verteld. Maar wij wel. Want wij hebben onze rug recht gehouden met z'n allen. We hebben gezegd, jongens, die sociale huur moet juist ook in de andere dorpskernen komen. En die komt in dit startdocument. En toen kwam meneer Scholling met zijn amendement. Er gebeurden nog een paar dingen, dat moet ik ook nog even zeggen. Nog één ding, dat was, die heeft mij ontzettend getriggerd. Dat was een brief van de buren van Nieuw-Velse Duin. Die, en misschien is het krantenpraat hoor, dat kan, dat bedoel ik niet negatief, maar die dreigen met een stropig proces. Nou, ik weet niet hoe de anderen daarop gereageerd hebben, als wij dit doen, maar ik voel dat niet prettig. Want dan denk ik, we zijn zo met z'n allen serieus hiermee bezig. En als nieuwe buren, waar wij als raadsleden een zeer zorgvuldig besluit proberen te nemen, moet je niet gaan dreigen met een stropig proces. Dat wil ik even in de openbaarheid gezegd hebben. Uiteindelijk hebben twee dingen ons doen besluiten als ChristenUnie om dit amendement niet mee te tekenen. En het eerste reden is, juist omdat de initiatiefnemer heeft gezegd dat hij akkoord kan gaan met het huidige startdocument, liever dat andere had, maar goed, dat is voor mij de reden om te zeggen, ja, wat maakt me dan druk om die noordbomen te kappen? Laat dan maar zien met wat voor plan jullie definitief een dichte business case kunnen maken. Dat is één. Maar twee, het allerbelangrijkste waarom ik dit amendement niet ga ondersteunen, dat is de belofte aan mijn kiezers. Daar werd ik aan herinnerd door mijn steunfractie. Wij hebben in ons verkiezingsprogramma staan, hè, dat we met name monumentale bomen, hè, dat we daar zuinig op zullen zijn. En ja, dat kan niet anders. Hè. En meneer Van der Aa zei het, die zei van gelovig of niet gelovig, hè, je hebt ook wat. Je bent ook rentmeester, zeggen wij altijd, hè, als christenen. Ja, CDA ook, hè, van alles. Nou, in het kader van dat rentmeesterschap moet ik besluiten om niet akkoord te gaan met amendement. En ik heb ook gelijk een groot deel van het rest van mijn betoog gehouden, maar bedankt. Dank u wel, de heer De Winter. De heer Kwant. Dank u, voorzitter. Voorzitter, het amendement in bomen kun je niet wonen. Maar ik vind dit een verkeerde kop, want in boomhutten kun je zeker wel wonen. Wel degelijk. Maar het is waarschijnlijk een afgeleide van de helaas veel te vroeg overleden Partij van de Arbeid Corrivé, Jan Schever. Want die heeft altijd gezegd, in gelul kun je niet wonen. En voorzitter, met betrekking tot het amendement het volgende. Er is een ontwikkelaar die koopt een pand om daar woningbouw te realiseren. En gaat daarmee naar de gemeente. En de gemeente stelt daar voorwaarden aan. En die worden dan verwerkt in een startdocument. Een van die voorwaarden zijn, de bomen, en heb ik het over alle bomen, moeten behouden blijven. 30% sociale huurwoningen moeten gerealiseerd worden. Missiehuis en kapel in stand houden. Voorzitter, dan worden er onderhandelingen gevoerd. Want zo gaat dat in de praktijk. Tussen een ontwikkelaar en het college, afgevaren daarvan is de wethouder. Om te kijken of er een voldoende financieel haalbaar plan gerealiseerd zou kunnen worden. De ontwikkelaar geeft dan te kennen aan het college dat hij aan die gestelde voorwaarden niet kan voldoen. Dan gaan de onderhandelingen verder. Die duren een hele tijd. Dan komt het college met een compromis. Het college geeft een compromis aan en zegt dan aan de zuidzijde mogen al die bomen die er staan, meneer Stam, al die bomen, en aan de noordzijde, de andere bomen, 5 monumentale bomen dienen te blijven staan. Want dat zijn monumentale bomen. En de andere zijn bomen en waardevolle bomen. Voorzitter, expliciet, en ik benadruk het ten zeerste, heb ik in de sessie gevraagd aan de ontwikkelaar. Kunt u met het compromisvoorstel wat gedaan is tussen u en het college een financieel plan realiseren? En het antwoord was ja. Het antwoord was ook ja naar het college. Dan heb je een onderhandeling afgesloten en dan is het sloes. Voorzitter, dat is voor mij ook de reden. Er moet nu geparkeerd worden aan de plek aan de Nicolaas Beetslaan. De wethouder heeft daar een
oplossing voor aangedragen dat het mogelijk is en dergelijke. Na dit besluit over het amendement en ook over het raadsvoorstel heb ik een motie ingediend over een hele analyse voor heel Driehuis, maar ook de parkeerdruk en het parkeren. Dus dat komt aan de orde voor een onderzoek. Voorzitter, wij hebben ook het bomenbeleid 2013 vastgesteld. En met dit compromis, wat nu gesteld wordt, wijkt het college al af van het bomenbeleid en komt de projectontwikkelaar tegemoet. Voorzitter, LGV is zoals bekend een enorme voorstander van zoveel mogelijk woningbouw. En daar waar er maatregelen genomen moeten worden met betrekking tot groen of bomen om de woningbouw te realiseren, is dit voor ons per project zeker bespreekbaar, maar er zijn grenzen. Voorzitter, ik heb meerdere malen gezegd, als het niet kan, dan moet het maar. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Maar voorzitter, hier kan het zoals het moet. Wij zullen het amendement niet steunen. Dank u wel. De heer Smits. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil me allereerst ook aansluiten bij de woorden van de heer De Winter. Ik denk dat hij dat heel mooi heeft gezegd. En daar ook aan toevoegen, dit zijn ook echt oprecht bijzondere bomen. Want vroeger werden er bij religieuze gebouwen werden er altijd lindes geplant. En deze lindes die zijn ook geplant terwijl het missiehuis gebouwd werd. Die ze hebben echt ook een serieuze religieuze waarde. En ik ga eerlijk zeggen, voor mij is dat als D66er misschien iets minder waard. Maar het is wel gewoon, het hoort bij de geschiedenis ook van dit gebouw. Dit zijn oprecht belangrijke bomen. En daarom vinden wij ook dit geen geweldig amendement. Dat mogen duidelijk zijn. Zoals u alle weet, de heer Schollink is inmiddels in zijn tweede raadsvergadering bezig als fractievoorzitter. En vorige week hoorden we een pleidooi voor het bouwen in de duinen en nu een voorstel om monumentale bomen te slopen. In dit tempo blijft er voor de VVD volgens mij weinig groen meer over in deze gemeente. En ik snap dat de heer Schollink piketpaaltjes weer slaan, maar voor D66 Velsen mag je dat niet doen van monumentale bomen. Daar hebben we een bomenbeleid voor. Interessant vinden wij ook oprecht dat de VVD ook de eerste initiatiefnemer was voor het opstellen van dit bomenbeleid. Die monumentale bomen en die waardevolle bomen wilden zij ook graag in beeld brengen. En dan vraag ik me af, waarvoor wilde u ze dan in beeld brengen als u ze nu zo makkelijk weggeeft? Voor D66 Velsen is dit anders. Wij willen die bomen echt behouden. Dit zijn belangrijke bomen en ik heb het net al aangegeven. Er ligt een heel erg mooi plan eigenlijk van de ontwikkelaar. De heer De Hoekstra betwijfelt dat er een plan ligt, daar heeft hij ook gelijk in. Maar we hebben gezien wat de architect heeft uitgetekend. Ze hebben een toparchitect ingehuurd. Er ligt gewoon een geweldig mooi plan. En waar hebben we het nou uiteindelijk dan over? Over de randvoorwaarden waarbinnen dit plan moet worden gerealiseerd. We willen allemaal volgens mij dat het missiehuis gewoon mooi wordt opgeknapt, want dat staat nu alleen maar te verpieteren. Hartstikke zonde. Het is ook goed dat er nieuwe woningen komen. Ook goed dat er sociale huurwoningen komen. En ook goed dat er allemaal nieuwe bomen bij komen. En dan hebben we het nu over de randvoorwaarden waarbinnen dit plan moet blijven. De wethouder zei het uitstekend. Welke kwaliteiten vindt u belangrijk? Voor D66 Vels is een hele belangrijke kwaliteit die monumentale bomen. En we hoeven ze gewoon niet op te geven. Want er is een compromis gesloten uiteindelijk. Voor ons zonder dat die bomen aan de zuidkant weggaan. Maar wij kunnen instemmen uiteindelijk met dat compromis. Omdat we anders ook dat mooie plan niet kunnen uitvoeren. Maar waarom zouden we dan in hemelsnaam ook aan de voorkant zeggen. Nou weet u wat? Laten we die monumentale bomen ook maar bij voorbaat inleveren. Ik vind dat eeuwig zonde. Bovendien verzetten we ons ook tegen de aannames in het amendement. Bijvoorbeeld parkeren. Eigenlijk durven wij als D66 Velsen te zeggen. Er zijn heel veel mensen in Driehuis die klagen nu al over het parkeren. Wat is dan het nadeel van een aantal parkeerplaatsen juist aan de buitenkant te plaatsen? Dat zorgt er juist voor dat de rest van Driehuis, die daar in de buurt woont, en ook bij Westerveld, de mensen in Driehuis kennen allemaal de parkeerdruk daar, ook gebruik kunnen maken van die parkeerplaatsen. En dat het haaks parkeren nou zo'n problemen opleveren, nou dat is echt niet zo. Dat durf ik echt. Het is een heel mooi plaatje wat is toegevoegd, hoe je moet inparkeren, dat is hartstikke mooi. Maar het is echt niet zo. Want ik breng bijvoorbeeld mijn kleintje regelmatig naar de peuterspeelzaal. Dan fiets ik over de Van Dalenlaan in Sandport-Zuid. Veel drukkere straat. Ook haaks parkeren. Ik heb nog nooit verkeersopstoppingen gezien. Dus dat dit verkeersopstoppingen zou opleveren hier, is echt onzin. Is echt onzin. En bovendien hebben we het nu gewoon over de randvoorwaarden. Dat er nu ook wordt gesuggereerd dat wellicht de boomgaard wordt opgegeven.
ook onzin. Want in het randvoorwaarden blijft staan 60%, minimaal 60% van de boomgaard dient behouden te blijven. Dat zijn de randvoorwaarden die we op dit moment meegeven. En als je van D66 vraagt welke kwaliteiten zijn belangrijk, dan zijn dat allemaal kwaliteiten die wij belangrijk vinden. Hebben we ook in de dorpsdialoog teruggehoord. Dus ik hoop van harte dat deze gemeenteraad tegen dit amendement stemt en uiteindelijk voor het compromis dat ik vind dat de wethouder uitstekend heeft gesloten. En dan kunnen we het allemaal weer gaan hebben over het mooie plan dat er ligt, in plaats van deze tegenstelling over een aantal monumentale bomen. Dank u wel. Afsluitend aan de behandeling hiervan krijgt de heer Schollink het woord voor een betoog. En daarna gaan we over tot stemming. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb zeer veel dingen gehoord en zeer veel dingen waar ik ook op moet reageren. Om even op het laatste in te gaan wat betreft het parkeren en het parkeren aan de straat en de parkeerdruk in Driehuis, daar is iedereen mee bekend. En ook als er parkeren op het terrein wordt toegestaan, dan alsnog komt er veel parkeergelegenheid aan de randen van het terrein. Alleen het punt is, als je het van de weg af kunt halen en je dus niet dat haaks parkeren hebt. Kijk, het argument wat onder andere de heer Smeets van D66 hier volgt, is juist dat argument waar Driehuis zo moe van wordt. Ja, nee, dat effect is zo klein. Ja, iedere keer is het effect van elk individueel bouwplan zo klein. Maar daarom is ook de motie waar we zo meteen over gaan stemmen van de LGV ook wel degelijk relevant. Want al die dingen stapelen zich op. En dit kan nou net een verschil maken. Dan betreft, je kunt wel wonen in een boomhut. Je kunt het wel, maar je moet ook kijken wat mensen willen. En ik ken niemand die in een boom wil wonen. Misschien een kind van 6. Toen ik 6 was, wilde ik ook graag in een boomhut wonen. Maar ik ben onderhand geen 6 meer. Ter interruptie, ik adviseer de heer Schollink toch regelmatig naar Nieuwsuur te kijken en dergelijke. Want in het land zijn er echt hele mooie boomhutten met elektriciteit en alles waar gewoond wordt. En als u daarvoor een voorstel wil maken, dan weet ik zeker dat u ook met het college in overleg kunt gaan om een startdocument op te stellen. Maar, voorzitter, ik zal geen voorstel maken. Ik zeg alleen, het klopt niet dat je er niet kunt wonen. Oké, opnieuw. Maar de meeste mensen willen het niet. Oké, dan wat betreft de heer Hoekstra. Meer woningen, waar meneer Hoekstra over begon, daar gaat het niet om. Daar gaat het amendement ook niet om. Meer winst, daar gaat het ons al helemaal niet om. Want ik weet niet hoe het met u zit, maar ik persoonlijk zie ik er geen cent van. Dus wat kan het mij wat schelen of er meer geld of minder geld wordt verdiend. Daarnaast... ter interruptie voor... Zeker, VVD, weet u het zeker? Heer Hoekstra. Ik hoorde even een opmerking nog van de heer Hendricks. Maar... Ja, maar daar reageren we niet op. Goed. U weet het woord. Als u het zegt, voorzitter... meneer Schollink, u zegt het gaat niet om meer woningen, maar ik neem toch aan dat als u die noordkant kapt, hè, dan wordt het bouwvlak aan de noordzijde groter dan het bouwvlak nu is volgens het startdocument. Dat levert dan ruimte voor meer woningen op. Ja, maar dat is nou juist het punt. De ruimte moet gebruikt worden voor een mooiere inpassing, voor meer ruimtelijke kwaliteit, om het behoud van het driehuiselijke, lommerige karakter. Daar gaat het om. Ter interruptie, voorzitter. Ja. U hebt ook gezien dat plan, hè, waar u de hele tijd mee schermt, dat helemaal niet weinig woningen bevat in dat noordelijke kavel, als het wordt uitgebreid tot aan de Nicolaas Beetslaan. Dus het gaat er juist om, en dat is, heeft het college zo goed uitonderhandeld, dat noordelijke bouwkavel wat compacter is. Dat is ook in belang van de mensen in Nieuw-Veldse Duin wonen. Meneer Hoekstra, opnieuw, het gaat niet om het aantal woningen, het gaat om een betere inpassing. En dat is dit nou juist, dit is een startdocument wat u herhaaldelijk aangeeft. En het startdocument, daarmee stellen we inderdaad, zoals u herhaaldelijk ook heeft aangegeven, stellen we de starteisen. Het enige wat dit amendement stelt, is dat wij en onze mede-indieners zien mogelijkheden waarbij we het zouden kunnen afwegen om die bomen in te wisselen voor een ruimtelijker plan. Kijk, als wij dit amendement aannemen en de ontwikkelaar komt met een plan met veel meer woningen, nou, ik weet niet hoe het met u zit, maar dan zijn wij niet van plan om die bestemmingsplanswijziging te steunen. Daar ligt het verschil, meneer Hoekstra. Ter interruptie. Ik laat nu
betoog doorgaan. Daarnaast, u heeft het wel iedere keer over de andere partijen die zogenaamd het startdocument wel of niet begrijpen. Maar u zelf begrijpt het blijkbaar ook niet. Want u begint, ja, het is naïef dat die bomen dan blijven bestaan mogelijk. Maar we stellen hier de voorwaarden. U doet nu net alsof het moment dat het amendement aangenomen is, dat je een plop hoort in Driehuis en dat er een aantal bomen weg zijn. Zo simpel werkt dat niet. We hebben juist nog die bestemmingsplanprocedure waar we daarna in gaan. Verder gaf u aan dat stelde u vraagtekens bij of de VVD wel vertrouwen heeft in het college. Nou, de VVD heeft zeker wel vertrouwen in het college, maar het lijkt er wel op met dit proces, waarvan de heer De Winter ook al aangaf dat het relatief rommelig is verlopen, dat in ieder geval de heer Dingens geen vertrouwen heeft in deze raad. De heer Dingens heeft namelijk ons zijn stukken aangeleverd en we hebben de sessie gevoerd, daarbij hebben we allemaal onze vragen kunnen stellen. En toch besloot de heer Dingens dat wij het blijkbaar niet genoeg begrepen hadden en besloot om op eigen initiatief ons allemaal uit te nodigen voor een maandagmiddag, waar vele raadsleden ook hebben aangegeven dat zij daar aanwezig zijn geweest. Ja, dat kan, maar dat getuigt ook niet van vertrouwen richting de raad dat wij zonder die middag een goede keuze hadden kunnen worden. Voorzitter, mag ik hierop reageren? Ik vind het echt schandalig om dit te zeggen. We krijgen een rondleiding met uitleg over wat een boom doet en de locatie van een boom. We hebben er duidelijk uitleg gekregen over wat waaiboomhout is en monumentale boom. En heeft u daarom gevraagd, meneer? Hier hebben wij gezegd, dat willen wij wel doen, ja. Dat is in ieder geval niet in de sessie geuit. En vervolgens heeft in de sessie de wethouder ons ook niet uitgenodigd. En dat vinden we... Voorzitter, ter interruptie. Ja. Mag ik even interruperen op de heer Scholling? De heer Kwam. Dat hele betoog van de heer Scholling, het is prachtig dat ik dat aanhoor. Maar gaat u niet een beetje voorbij aan maandenlange onderhandelingen die er gevoerd zijn en waar een compromisvoorstel uitgekomen is en waar de ontwikkelaar gezegd heeft, met deze handreiking van het college die ze van harte aannemen, kan ik een financieel plan realiseren? Punt. Even wachten, want ik tik meteen even een paar andere interrupties af. Ik zat de heer Smeets. Ja, voorzitter, ik vind het oprecht echt de omgedraaide wereld. Wat dat betreft wel kracht van het raadsakkoord, denk ik. Want een coalitiepartij valt een wethouder keihard aan en ik ga hem verdedigen. Want dit vind ik echt een schandalige uiting die de heer Scholling doet. En dat vind ik ook oprecht. Want hiermee zegt hij in feite, de handreiking die de wethouder doet om ons extra informatie te geven, dat geeft wantrouwen aan de raad. Nou, het feit dat u niet open staat voor informatie is misschien iets waar u zelf u kwalijk moet nemen. Maar het feit dat de wethouder ons extra informatie wil geven, dat vind ik echt niet iets van wantrouwen. Dat vind ik lovenswaardig. Sluiten wij ons weer aan, voorzitter. De heer Hoekstra vervolgens, en dan de heer Sinteny en dan de heer Hendricks. Ik heb eigenlijk maar één oproep aan de heer Scholling. Ik zou hem adviseren om dit verwijt onmiddellijk terug te nemen. Dan hebben we nog de heer Sinteny, dacht ik. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor natuurlijk steeds zeggen, er is inderdaad gevraagd aan de investeerders, kunt u dit plan realiseren met behoud van die bomen? Daar is volmondig ja op gezegd. Alleen, wat ze had er namelijk wel iets aan willen toevoegen. Alleen, daar kreeg ze de ruimte niet voor. Want ze willen een waarschuwing afgeven. Dan zou het wel eens een minder mooi kwalitatief plan kunnen zijn. Ik dacht de heer Hendricks nog, hè? Ja, de heer Hendricks. Voorzitter, ik sluit me graag aan bij de woorden van uiting van afkeer over de uitlatingen van de heer Scholling van zojuist. De heer Scholling. Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, verdergaand op wat de heer Sinteny zegt, daar gaat het om, die ruimtelijke inpassing. En daar komen wij ook verder op de opmerkingen. Ik denk even, de heer Scholling, dat u even nog moet reageren op de interrupties die net gedaan zijn. Er is een oproep aan u gedaan. Ja, ik heb niet echt een reden gevonden om... Laat ik het zo zeggen. Wij staan natuurlijk open voor informatie. En ik ben ook blij dat de heer Dingens die informatie heeft gegeven. Laat ik het dan anders formuleren, dat ik het jammer vind dat diezelfde informatie niet goed genoeg in het stuk heeft gestaan. Is dat zo beter voor de verschillende fracties? Oh, voorzitter, misschien dat u zich moet laten informeren door uw collega. Die was er wel bij. Ik heb me prima laten informeren. Ik heb gewoon contact gehad met meerdere mensen die aanwezig zijn geweest daar. Dus ik weet echt wel wat er gebeurd is. De heer Kwam. Ja, voorzitter. Ik bedoel, er worden door mensen worden gevraagd om de opmerking gemaakt dat hij geen vertrouwen heeft, de wethouder geen vertrouwen heeft in de raad, en er wordt gevraagd om dat terug te nemen, en daar geeft u geen antwoord op. Ik wil graag van u horen, neemt u dat terug of neemt u dat niet terug? De heer Scholling. Dat neem ik terug.
Prima, dan kunt u verder gaan. Oké, nou dan verder gaan. GroenLinks ging ook in op het punt in bomen kun je niet wonen. En gaf aan dat er spechten, bijen en mussen wel in kunnen wonen. Daar gaat het om, voorzitter. GroenLinks kwam daarna ook nog met de opmerking, het is een keuze tussen groen of geld. Voor de VVD is het geen keuze tussen groen of geld. Het is een keuze om mensen. En mensen hebben voordeel van een betere ruimtelijke inpassing. Ook als ik even verder ga met de andere opmerkingen die nu gemaakt zijn. Even kijken. Ja, dan op het laatst nog een keer ingaan op die... toen kwam LGV nog met... bent u er zich wel van bewust dat... u hierin gaat tegen een compromis. Wij vinden het goed dat er een compromis is gesloten. Alleen wij zien dat er eventueel mogelijkheid is om een betere kwalitatieve inpassing te maken. En daarvoor staan wij open. En wij zijn dus. En u moet zich ook wel realiseren dat als dit amendement wordt aangenomen, dat dan de zware bal bij de ontwikkelaars komt te liggen. Die moeten het dan wel waarmaken. Die moeten dan wel waarmaken dat daar een kwalitatief hoogstaande plan uitkomt. En dat gaan wij dan zien bij de bestemmingsplanprocedure. En als we daar dan niet tevreden zijn, dan kunnen we dan nog een heel ander gesprek voeren. Maar zoals er hier al vaak genoeg genoemd is, het gaat om die voorwaarden. En wij kunnen een toekomst zien waarbij het waard is, zoals ook al door andere partijen is gezegd, waarbij het waard is om die 5 bomen op te geven voor een beter plan wat dan nog voor honderden jaren kan staan. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Daarmee sluiten we nu de beraadslagingen over het amendement af. Dat betekent dat het amendement nu in stemming wordt gebracht. Wie heeft de behoefte aan stemverklaring? De heer Hendricks, u heeft het woord. Voorzitter, wij zullen met grote overtuiging tegen dit amendement stemmen. Dank u wel. Dank u wel. Dat waren de stem... De heer Koppers. Ja, voorzitter, ik wil even toevoegen dat ik bij stemverklaring dat ik maar afstand neem van de opmerking van de heer Schollink. Dank u wel. Ik breng in stemming amendement nummer 6 van 2020 met de titel In bomen kun je niet wonen. Wie is voor het amendement? Dat zijn 3 leden van de VVD, de PS, Stam en CDA-fractie. Wie is tegen het amendement? Dat is D66, ChristenUnie, 1 lid van de VVD-fractie, LGV, GroenLinks, Partij voor de Arbeid, Forza en Velsen Lokaal. Het amendement nummer 6 van 2020 is verworpen. Daarna gaan we door naar amendement nummer 7. Tweede amendement. Amendement over het vloeroppervlak. We gaan hetzelfde procedure volgen. Dat betekent dus dat de indiener het woord voor een korte toelichting, het voorlezen van dictum, reactie van de portefeuillehouder. Vervolgens kunnen de andere fracties daarop reageren. En dan de indiener krijgt de afsluitend betoog. Dan gaan we over tot stemming. De indiener is de heer Sintony van CDA. De heer Sintony heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Het vorige amendement heet in bomen kun je niet wonen. Dit zou kunnen heten in een appartement van 60 vierkante meter kun je wel wonen. Daar gaat het namelijk over. Recentelijk hebben wij in de Velsenbroek een startdocument vastgesteld van een appartementencomplex waarin we afgeweken hebben van de norm van 80 vierkante meter en hebben we teruggebracht naar 70 vierkante meter. We hebben heel lang gesteggeld, ook in de verschillende raden, dat wij behoefte hebben aan juist kleinere woningen. En daarom vinden wij het toch een beetje jammer dat uiteindelijk in de randvoorwaarden die blijkbaar geschapen zijn richting de investeerders, dat er nu opeens 80 meter is uitgekomen. En daarom hebben wij dit amendement ook ingediend. En het dictum van het amendement dat luidt: de raad verzoekt daarom de passage in het startdocument als volgt te wijzigen en te vervangen. Voor de locatie missiehuis en het gebied van wonen aldus de volgende kaders van toepassing. Het gemiddelde vloeroppervlak van de woningen moet minimaal 80 vierkante meter zijn. We hebben onze raad ook sterk gemaakt om dat ook terug te brengen. Voor ieder woningbouwproject, herstructurering en uitbreiding, gaan we uit van een gemiddeld verbruiksoppervlak van de woningen van minimaal 60 vierkante meter op projectniveau. Dit betekent dat kleinere woningen mogelijk zijn, mits hier woningen van meer dan 60 vierkante meter tegenover staan. Dit komt ten goede aan de differentiatie van het woningbod. Dit biedt mogelijkheden om tegemoet te komen aan de diverse woonwensen van diverse doelgroepen, waaronder starters.
En zo staat het exact in de nieuwe woonvisie van 2040. Tot zover. Dank u wel. Heer Sinteri, ik geef het woord voor de reactie bij de wethouder Dingens. Ja, dank u voorzitter. Kort, ik vind het een heel begrijpelijk amendement, omdat het beoogt natuurlijk het meer consistent te maken en ook nog inhoudelijke winst te boeken. Dus in die zin vind ik het een goed idee. Doch zal ik hem licht ontraden en ik zal u vertellen waarom. Het is in principe, maakt het niet uit. Het zal de woningprogrammering niet veranderen. Het zal niet ervoor zorgen dat er kleinere woningen komen. Waarom? Omdat het plan al grote woningen omvat. Dus een gemiddelde van 80 vierkante meter kan er al voor zorgen dat het best wel hele kleine woningen zullen zijn die daar in het plan kunnen ontstaan en die dan gebalanceerd kunnen worden door de wat grotere woningen. Dus doordat die grotere woningen al in het plan bestaan en ook met een gemiddelde van 80 vierkante meter is er al heel veel ruimte om dit te doen. Tweede reden is dat het helemaal niet aannemelijk is dat als je kleinere woningen doet, dat dan ook door degene die dan de sociale huur op zich zal nemen, dat eigenlijk aantrekkelijk gevonden wordt. De grote kans is zelfs dat het niet aantrekkelijk gevonden wordt. Dus hoe kleiner het wordt, hoe moeilijker het ook wordt om dat in die markt neer te zetten. Dus in principe heeft het niet zo heel veel effect om dit te veranderen. Edoch zou ik zeggen, nou, omdat we gewoon die consistentie van het startdocument en de voortgang van het oude beleid, wat toch vigerend was toen het startte, zou ik zeggen, joh, laat dat nou gewoon zo. Het verandert niet zo heel veel. Het is wellicht een soort van symbolische daad van consistentie, maar het verandert niet zo heel veel. Ik zou zeggen, laat het gewoon zo. Dan is het eigenlijk veel kalmer en rustiger en kunnen we gewoon alsnog effectief op dezelfde wijze voort. Ik ga inventariseren wie hier iets over wil zeggen. De heer Smits. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst mijn dank aan de heer Sinteri voor het amendement. Wij hebben toen bij de planontwikkeling Hofgeest ook gezellig samen een motie ingediend om starterswoningen mogelijk te maken. Dus wat dat betreft steun ik van harte zijn oproep. Maar ik moet tegelijkertijd ook een beetje meegaan met de wethouder, want dat was onze overweging ook voor dit amendement. Dat eigenlijk omdat er al zoveel grote woningen in het plan liggen, dat het volgens mij niet zo heel erg veel oplevert. Dus ik ben ook wel benieuwd naar straks de reactie van de heer Sinteri op het einde van onze bijdrage, wat hij denkt dat het wel oplevert. Want wellicht kan u ons nog van mening doen veranderen. Maar op dit moment zien wij nog niet helemaal wat nou de toegevoegde waarde is. En dan kan ik wel meegaan met de wethouder dat het dan op zich, als je dan toch eigenlijk niks ermee bereikt, dat je er ook niet heel veel aan hebt om dan af te wijken. Maar ik zie ook niet dat het kwaad doet. Maar daarom ben ik benieuwd naar of u ons nog kan overtuigen. Dank u wel. Zag ik de heer Bleekman ook zijn hand op zeker? Okay. De heer Schots. Ja, voorzitter, het zit waarschijnlijk in de naam. Want wat Sander Smeets, of de heer Smeets zegt, wilde ik eigenlijk ook zeggen. Als het niet iets baat en het schaadt iets niet, waarvoor doen we het dan ook niet? 60 vierkante meter gemiddeld, de woningen zijn nog groter, dus het heeft niet zo heel veel toegevoegde waarde. Aan de andere kant, het is wel een signaal om de afspraken die we opnieuw hebben gemaakt en die we hebben vastgelegd, ook kenbaar te maken met terugwerkende kracht in een project dat al zoveel commotie oplevert. Dus de wethouder volgen lijkt ons in dit geval ook het meest logische, want het baat niet en het schaadt niet. Maar als de heer Sinteri toch iets kan doen, dan ben ik wel heel nieuwsgierig, of zijn we in ieder geval heel nieuwsgierig wat hij ons kan overtuigen. Ik voel de druk al toenemen. De heer De Winter. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb een vraag aan de heer Sinteri, of hij mij kan toelichten waarom u voor het woordje gemiddeld gekozen hebt. Want als ik de nieuwe woonvisie, er is al aan gerefereerd, hè, daar wordt al uitgegaan van 60 vierkante meter. Ik zou niet weten waarom we ons moeten houden aan de oude woonvisie. Dus, maar goed, maar als je uitgaat van minimaal 60 vierkante meter, nou, dan is dit amendement eigenlijk overbodig in het licht van de nieuwe woonvisie. Volgens mij. Nou ja, goed, reageer er maar even op. En anders ga ik ook wel mee met de wethouder, moet ik zeggen. Want ja, als het niks oplevert, dan heb ik het ook niet zoveel nut. Hoe sympathiek ook. De heer Kwant. Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, wij hebben hier enorm mee
gesteggeld van een prima amendement en ook weer een heel moeilijk amendement. Ik heb in de sessie, en ik heb dat ook aangegeven aan de indiener, hoor, dat terzijde. Maar ik heb in die sessie ook de vraag gesteld aan de wethouder: waarom is de woonvisie 2025 gehanteerd en waarom niet de woonvisie 2040, die een week voor de sessie aangenomen was? Ik heb begrepen, en de wethouder geeft het eigenlijk al aan in zijn beantwoording, dat de bespreking over de voorwaarden en dergelijke uitgangspunt is geweest, de woonvisie 2025 en dan de 80, gemiddeld 80 vierkante meter. De heer Sintenie komt nu met een amendement waarin hij voorstelt gemiddeld 60 vierkante meter. En dat staat ook zo in de woonvisie 2040, meneer De Winter. Daar staat gemiddeld 60 vierkante meter. Als het dus inderdaad dus met de bespreking zo gegaan is dat de mogelijkheid is om ook kleinere woningen van die gemiddelde 80 vierkante meter te realiseren, ja, dan zal het weinig of geen voordeel hebben. En denk ik dat de wijzer om zal slaan naar wat de wethouder gezegd heeft, want ik ben ook zeer benieuwd wel of de projectontwikkelaar daar zijn plan, wie die mogelijk al in concept helemaal klaar heeft, daarop aan zou willen passen. Voorlopig houden wij ook nog even de wethouder zijn betoog aan. Dank u wel. Dank u wel. De heer Stam. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik denk dat mijn voorgangers de mond al een beetje gesnoerd is, want ik ging ervan uit dat, en dan zal ik dat niet goed gelezen hebben, dat we een minimum hebben gesteld in een nieuwe woonvisie van 60 vierkante meter. En als dat zo is, dan moet je dat niet gemiddeld maken, want dan kan je ook 40 vierkante meter bouwen. En dat is wel iets waar ik absoluut op tegen ben. Maar ik hoor net de heer Kwant zeggen dat we wel in de nieuwe woonvisie hebben gezegd gemiddeld 60 vierkante meter. Dus daarmee is mijn inbreng nu weg. Nou, ter interruptie, voorzitter, er staat zelfs in gemiddeld minimaal 60 vierkante meter. Ik wou net zeggen, dus minimaal 60 vierkante meter gemiddeld. Nou goed, dat houdt wel in dat je ook kleiner kan bouwen. Maar gemiddeld kom je hetzelfde uit. Ja, maar het gaat mij erom dat je op een gegeven moment niet postzegels van 20 of 30 vierkante meter bouwt en daar 80 of 90 vierkante meter tegenover staat. Dus wat dat betreft, ja. Zolang het geen boommuur wordt van 60 vierkante meter. Nou, die van Tarzan was groter, hoor. Heer Scholling. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil gelijk even van dit spreekmoment gebruik maken om... ik had net wel mijn woorden teruggetrokken richting de wethouder, maar bij deze dan ook nog even mijn excuses. Wat betreft dit amendement. Ja, de wethouder geeft het al aan. Misschien maakt het helemaal niet zoveel verschil. Maar misschien wel. En misschien geeft het de mogelijkheid voor de ontwikkelaar om het aanbod te verbeteren. En misschien geeft het ook mogelijkheid om juist hier nog woningen in te passen voor doelgroepen waar wij allemaal belang bij hebben, namelijk de jongere starters en de eensgezinswoningen. En inderdaad, zoals de heer Kwant al zei, we hebben het zo ook vastgesteld in de woonvisie, minimaal gemiddeld 60. Dank u wel. Dank u wel, de heer Hendricks. Voorzitter, dank u wel. Ja, ook wij vonden het een onderwerp waar we goed over moesten nadenken, want tenslotte hebben we niet voor niks ingestemd met de woonvisie. Maar dit voelt een beetje als het veranderen van de spelregels gedurende het spel. En met die gedachte in het hoofd konden wij ons net wel heel goed vinden in de woorden die de wethouder gebruikte om uit te leggen dat dit niet het beoogde doel zal bereiken. Dus in die zin denk ik niet dat u ons kunt overtuigen, maar ik ben erg nieuwsgierig naar uw antwoord. Maar we staan niet zo positief tegenover dit amendement op dit moment. Dank u wel. Dank u wel, de heer Hoekstra. Dank u wel, voorzitter. Ja, ook GroenLinks onderschrijft natuurlijk de flexibiliteit van de woonvisie 2040. Als het gaat om die gemiddelde minimale woninggrootte. Maar we hebben wel groot vertrouwen in het antwoord van de portefeuillehouder dat er eigenlijk al kleine woningen mogelijk zijn vanwege de grote woningen. Dus dat het eigenlijk niet veel oplevert, dit amendement. En eigenlijk een beetje wat de heer Hendricks net ook zegt. Ja, het is tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen. Dus ik ben benieuwd hoe de indiener dat ziet. En ook misschien of er hierdoor wel een soort precedentwerking kan ontstaan. Dat willen we toch ook niet met z'n allen. En tot slot, ja, het kan aan mij liggen, maar ik vind de formulering van het dictum toch erg onduidelijk. U heeft het naar de ene kant over het vloeroppervlak voor het missiehuis. Maar u noemt niet pagina's wat er dan zou moeten worden veranderd in het startdocument. Dat maakt me al wat onzeker.
En bovendien, de tekstsuggestie die u aandraagt, die gaat ineens over ieder woningbouwproject. Dus die lijkt me dan weer niet van toepassing op dit startdocument. Dus ik ben het spoor ook een beetje bijster. Niet alleen inhoudelijk, maar ook over de noodzaak van dit amendement. Dank u, voorzitter. Heb ik nu alle deelnemers gehad? Dan het woord aan de indiener, de heer Sintenie. Ja, ik moet verbazend toch wel merken dat veel partijen het niet zien zitten. En dat verbaast mij echt, want we hebben toch met z'n allen dit vastgesteld. Die tekst die hier staat, is exact de tekst die staat in de woonvisie 2040. En ik ga nu niet zeggen dat die 80 meter uit de lucht komt vallen. Nee, er was al heel lang een wens vanuit de Raad om ook kleinere woningen toe te staan. En waarom zijn we daaraan voorbij gegaan? Waarom hebben de investeerders gezegd dat het minimaal 80 meter moet zijn? Is toch raar? Er was toch bekend dat de Raad een andere wens had? Nogmaals, het gaat niet over kleine woningen, want dat staat er namelijk niet. Er staat namelijk gemiddeld gebruiksoppervlak van minimaal 60 vierkante meter. Dus het mag wel meer, maar niet minder worden. Dus de kleinere woning krijg je er niet voor. Er is ook nog eens iets van 80 vierkante meter is voor een starter niet bereikbaar. Dat is te kostbaar. Dus als we daarover gaan denken. En inderdaad, D66 heeft gezegd. Wij, de Velsenbroek, hebben dat ook gedaan. Achteraf hadden we ook nog kleinere woningen willen hebben. Toen werd er gezegd van ja, maar we hebben dat al vastgesteld bij de investeerder. Dat is nu weer gebeurd. Dus we lopen dus neer achter die feiten aan. Ja, meneer De Winter, het zijn nogmaals het exacte tekst die eruit komt. Hè? Dus ik heb het zelf niet verzonnen. En we gaan niet tijdens het spel de spelregels veranderen. We hebben van tevoren niet de goede spelregels gecommuniceerd naar de investeerders. Want we wisten namelijk dat we kleinere woningen wilden. En ik zeg ook niet dat het opeens nu gaat veranderen. Maar we gaan nu wel over nadenken, over een investeerder, dat hij op zijn stoel gaat zitten, dat hij niet kan realiseren met woningen van 60 vierkante meter. Ik ben benieuwd of hij hoe hij daarop reageert. En met dit amendement heeft in ieder geval de mogelijkheid om daarover na te denken. En ik zeg ook niet dat het moet, maar het mag wel. De heer Hendricks. Ja, bij interruptie toch, want u zegt dat de spelregels die helder waren, maar er waren juist spelregels, dat is de vorige woonvisie. Zegt u niet dat die niet golden op het moment dat hier de onderhandelingen over dit project aan de gang waren? Dat klopt, meneer Hendricks, maar we wisten ook al dat de wens van de Raad al heel lang er was voor kleinere woningen. Dat hebben we namelijk in Velsenbroek ook al gedaan. Dus zijn we al teruggegaan naar 70 vierkante meter. En daar hebben we nog een poging gedaan om nog later te gaan. Voorzitter, ter interruptie. Eerst even de heer Bleekman en dan de heer Kwant. Voorzitter, ik snap deze discussie niet zo. Want ze mogen alsnog kleiner dan 60 vierkante meter. Omdat ze al een groter gemiddelde in het plan hebben staan. Dus ik snap de discussie niet zo. Deze mogelijkheid bestaat er al over. Nou, nu opnemen in het amendement of niet? Of begrijp ik dit nu verkeerd? Ik kijk eerst even nog naar de heer Kwant en dan kan de heer Sintenie op beide reageren. Ja, voorzitter, ik wil toch graag de heer Sintenie er even aan herinneren. Kijk, wij hebben altijd wel de wens gehad in de Raad om naar 60 vierkante meter te gaan. Maar we kunnen veel wensen hebben, maar die worden niet uitgevoerd. En dat is pas uitgevoerd een week voordat we de sessie hadden over het mishuis, waarin het besluit viel dat we met de nieuwe woonvisie naar gemiddeld minimaal 60 vierkante meter gingen. Toen de onderhandelingen aan de gang waren, was er wel een wens dat leefde, maar we hebben honderden wensen als raad om naar 60 vierkante meter te gaan. En dat is niet het uitgangspunt geweest. Daar wil ik u wel aan herinneren. Dat klopt ook wel. Daar heeft u ook wel gelijk in. Maar de wens was er wel al heel lang. Dus dan blijf ik het toch onbegrijpelijk vinden dat die minimale 80 meter, vierkante meter, daar nu in zijn terechtgekomen. Dus het heeft in ieder geval de ontwikkelaar sowieso niet de ruimte geboden om kleiner te bouwen. Want het is namelijk een minimale eis voor 80 vierkante meter. Minimaal gemiddeld 80 vierkante meter. Dus je mag wel groter, maar niet kleiner. Nee. Nee, het is dezelfde tekst dat hier staat. Het mag gemiddeld minimaal 80 meter zijn. Gemiddeld minimaal 80 meter. Ik constateer, want ik hoor het woord gemiddeld minimaal om de twee zinnen. En ik zat te denken, ik ben denk ik ook gemiddeld minimaal dronken. Maar dat zegt nog niks. Dus misschien is het goed als de portefeuillehouder daar even een toelichting op geeft. En misschien een verduidelijking of een handreiking kan aanbieden. Wethouder Dingens. Ja, dank u. Het is niet de eerste handreiking die ik dan vandaag doe. Maar misschien even ter verduidelijking en wellicht ook een toezegging die misschien u kan helpen. De verduidelijking is inderdaad
De reden dat ik zeg licht ontraden is inderdaad de logica. Spelregels veranderen tijdens het spel. Er waren spelregels. En om die nu met terugwerkende kracht te veranderen vind ik niet sterk. Maar wat ik u wel kan zeggen is, als wij nou constateren dat in de verdere plannenuitwerking dit een limiet zal zijn, dan gehoort de beraadslaging hier, zal ik natuurlijk daar heel flexibel mee omgaan. En dan wat ik u dan voorleg uiteindelijk, daar rekening mee houden met de nieuwe woonvisie uiteraard. En dat ik daar flexibel mee om zou kunnen gaan. En misschien dat dat tegemoet kan komen aan beide kanten van dat verhaal. Dat betekent dat u me steunt? Nee, want ik zeg nog steeds, verander nou niet de spelregels tijdens het spel. Maar ik zeg wel van, nou, ik geef wel rekenschap van die flexibiliteit. Waarvan ik denk dat het zelfs binnen die 80 vierkante meter nog prima kan. Omdat er al grote panden staan op het, binnen het project. En dat je dus vrij makkelijk een groot aantal kleinere woningen zou kunnen krijgen. Mocht dat alsnog in de onderhandeling tussen de initiatiefnemer en tussen de afnemer van de sociale huurwoningen, mocht dat alsnog een belemmering blijken, dan zal ik er dan met een welwillende blik met deze beraadslaging in het achterhoofd naar kijken. Voorzitter, dus eigenlijk zegt de wethouder, met minimale inspanningen zal hij zorgen voor maximale flexibiliteit. Dat vind ik een mooie samenvatting. Ik kan me voorstellen dat de heer Sintenie dat even op zich in moet laten werken. Dus er behoeft aan een schorsing. Ja, voorzitter, we overwegen even of we een schorsing willen, maar daar zijn we nog even niet uit. Nee, dat snap ik. Ik denk dat iedereen wel aan een schorsing toe is. Dan graag een schorsing. Tot 10 voor 10? Ja, ik sta hier met Maarten Hoekstra. Even een schorsing. Ja, en altijd spannend met die amendementen. Hiervoor hadden we er eentje en dat was toch wel een bijzondere. Dat ging over de bomen en de monumentale bomen. Laten we het niet weer helemaal herhalen. Hè? Wat nou monumentale zijn niet. Maar u maakte een interessante opmerking. Van, gaat het vanavond nou over die startnotitie of over het plan van de bouwer? Dat lijkt de hele tijd de rode draad te zijn vanavond. Alsof er al een plan ligt, hè? Ja. Nou ja, kijk, er is wel een plan getekend al door de ontwikkelaar, maar die loopt eigenlijk een stap voor. Hè. Dat heeft hij al gedaan, maar hij heeft ook aangegeven dat is nog niet definitief. En waarom is dat nog niet definitief? Dat kan ook niet, want als raad moeten we eerst het startdocument met de kaders, wat wij belangrijk vinden als raad. Zijn de spelregels? Eigenlijk wel, de spelregels en de belangrijke publieke eisen, zeg maar. Die moeten we eerst vaststellen en dan kan hij zijn plan gaan fine-tunen. En dan pas kunnen we ook zien wat die precieze ruimtelijke kwaliteit is. Dus het is ook heel raar dat er in zo'n amendement dan wordt gesproken van we moeten die bomen aan de noordkant kappen, want dan is de ruimtelijke kwaliteit optimaal. Nee, dat moeten we gewoon afwachten. Wij zeggen als raad, dit vinden we belangrijk. En dan is vervolgens is de ontwikkelaar aan zet. Er was wel wat verwarring over dat opschuiven. Hè? Stel dat die bomen wel weg zouden gaan. Ik had het idee dat dan ook die boomgaard groter kon worden. Hè? Dus het hoeft er niet per se een groter bouwvlak te zijn, toch? Nee, dat is eigenlijk niet juist. Kijk, het oorspronkelijke startdocument, dat heeft een vrij compact bouwvlak aan de noordkant. Dat houdt al rekening met 60% boomgaard. En het enige effect van het weghalen van die bomen aan de noordkant, wat nu gelukkig niet gaat gebeuren, zou zijn geweest dat het bouwvlak in de richting van het noorden zou zijn uitgebreid. En dat er dus meer woningen in terecht kunnen komen. Ja, de ontwikkelaar wil dat natuurlijk dolgraag, maar dat gaat niet gebeuren. Nou, het heeft het niet gehaald. Nee, gelukkig niet. Er was nog even een spannend momentje over vertrouwen in het college. Dat was even onverwacht. Nou ja, door de VVD, de heer Schollink, die bracht op een gegeven moment het punt in van die hele informatieoverdracht, de excursie maandag, klopte dat wel? Nou, toen ging het even mis. Nou ja, wat er gebeurde was echt heel raar en echt en ongepast ook. Omdat daar de heer Schollink zei dat het wel leek alsof de wethouder geen vertrouwen had in de raad. Nou, dat is echt volslagen buiten de orde. En ik moet eerlijk zeggen, hij heeft uiteindelijk zijn excuses gemaakt in een bijzin. Maar ik weet niet of daarmee het laatste woord daarover al gezegd is. En hij was nog een beetje gesouffleerd, want
toen hij zei, ik trek mijn woorden terug, toen, ja, dat was erg zakelijk. Ja, ik heb ook erg zitten opletten en er was ook heel veel non-verbale communicatie. Ik neem aan dat de kijker dat ook wel gezien heeft. Gunnen we de nieuwe fractievoorzitter nog een beetje ruimte? Natuurlijk, nee, dat moet ook. Hè. Het is zijn tweede vergadering als fractievoorzitter. Maar ja, dan moet je toch je misschien ook wel een beetje op je kievieven zijn. Moet je ook wel een beetje voorzichtig zijn. En geen uitspraken doen die op zoveel irritatie en ook ongeloof van de rest van de raad kan rekenen. Dit is leergeld, dat is leergeld. Nou, maar nu is er een schorsing, want we gaan het hebben over de woonoppervlakte. Ik ben heel benieuwd wat dat oplevert, want het ging over die gemiddeld minimale. Dat is ook bijna niet uit te leggen. Natuurlijk, je hebt iets minimaals of je hebt iets gemiddeld. Volgens mij is het helemaal niet zo ingewikkeld, maar misschien is dat mijn achtergrond vanuit de bouwkundehoek. Maar ja, je hebt natuurlijk een gemiddelde en daar stel je een minimum aan. Maar dat betekent dat als je bijvoorbeeld van 80 uitgaat, en in dit geval bij de missiehuis komen er hele grote woningen. Nou, dan kan je dus ook heel laag gaan zitten en kom je dus ook, kan je misschien zelfs wel onder de 60 uitkomen. Maar dat werd ook gezegd, maar toen zeiden ze, nee, het kan nooit onder die 60 of nooit onder die 80. Natuurlijk wel, want het is gemiddeld, minimaal. Gemiddeld, ja, ik vind het geweldig. Het is een woordspel, maar eigenlijk heel duidelijk. Gert-Jan staat klaar bij de tafel. Maarten-Jan, dankjewel voor deze toelichting, dankjewel. Terug naar Gert-Jan. Ja, dankjewel Jelle. Ik sta hier natuurlijk naast meneer De Winter, ChristenUnie. Meneer De Winter, wat kunnen jullie lang bomen over bomen? Echt, hè? Ja. En we hebben al wat afgeboomd. Want we hebben niet alleen zijn we bij de initiatiefnemer geweest. Daar ging het over bomen. We hebben ons voor laten lichten. Middels een bijeenkomst over bomen. We zijn er wezen kijken. Ja. We hebben informeel met elkaar gesproken. Nou ja, en ik heb wat betreft mijn betoog. Heb ik uiteindelijk gezegd wat de reden is dat ik toch die monumentale bomen wil laten staan. Ja. En die reden was onder andere mijn belofte aan mijn kiezers. Ja. Dat wij daar zuinig op zijn als ChristenUnie. Maar ten tweede ook. Rentmeesterschap ook, rentmeesterschap. Rentmeesterschap, ja, we zuinig zijn op de natuur. En, maar ook dat de projectontwikkelaar, en dat is eigenlijk voor mij ook een doorslag. Ja, hij kan ermee leven met dit soort documenten. Hij is eigenlijk mee, ja, precies. Ja, dus dan gaan we het ook niet nog mooier maken dan nodig is. En u was ook een van de weinigen die zei van ja, en let erop, er komt ook al zoveel sociale woningbouw. Ja. Dat is natuurlijk ook een mooi extraatje van deze plan. Of tenminste ook van een nieuwe woonvisie natuurlijk. Ja. Hè? Ja, dat weet ik. En dat is iets wat we als raad hebben we echt onze rug gerecht. En hebben we gezegd, we geen sociale huurwoningen meer, waar er al heel veel zijn. IJmuiden, Zeewijk en Velzen-Noord. Maar juist in die kernen, hè, er is maar 1,5% van de woningen is sociale huurwoning in Driehuis. Die 30% die komt er gewoon. En dat vond hij niet leuk. Maar hij heeft zich er wel aan geconformeerd. Hij gaat het doen, die initiatiefnemer. En dat vind ik winst voor ons. Dat zijn zeker 25 woningen. Maar wat vond u van het argument van PS, heet het tegenwoordig, die zegt van ja, luister, liever een monumentaal plan met meer kwaliteit dan een paar monumentale bomen? Nou, ik denk dat deze initiatiefnemer met de presentatie die ik gezien heb, hoe het idealiter zou worden, dat hij zijn uiterste best gaat doen, ook met de bomen aan de noordkant, om zo dicht mogelijk te komen bij het oorspronkelijke plan. En dan ook nog een goede dichte business case maakt. Oftewel, er genoeg aan. Een haalbaar plan, ja. Dus er komt echt een mooi plan, hoor. En daar mogen we trots op zijn met z'n allen. Wij kijken met verbazing natuurlijk vanaf de publieke tribune, of van de perstribune ook in dit geval, maar samen met het publiek naar zo'n vergadering. U neemt wel heel erg de ruimte voor een debat. Is het niet ook vooral een debat voor de bühne? Want het gaat eigenlijk, en dat is net ook al gezegd in het vorige interview, het gaat over een startdocument. Het gaat nog helemaal niet over de plannen van de ontwikkelaar zelf. Ja, nee, dat klopt. Het is nog niet het plan. Een startdocument, dat zegt wat over de randvoorwaarden waarbinnen de initiatiefnemer, projectontwikkelaar, zich moet gaan manoeuvreren. En dat is ook zo. Maar de andere kant, dat zei ik ook aan het begin van mijn betoog, we hebben met z'n allen hier zoveel tijd in gestoken. Nou, dat startdocument, laten we dat nou in één keer goed zetten. Dan kan het plan, dan kan hij aan de gang, hij weet nu waar hij aan toe is. En dan kan hij ook daadwerkelijk wat neer gaan zetten waar iedereen blij mee zal zijn. Okay, en nu is er een schorsing, want er is nog een tweede. Het eerste amendement is dus verworpen, maar er is nog een tweede amendement waar we eigenlijk ook willen gaan schaven aan de uitgangspunten, namelijk nog wat kleinere woningen. Dat is toch wel een sympathiek verhaal, of niet? Ja. Gemiddeld, ja, gemiddeld algemeen. Ja. Mag minimaal, dat is een beetje worstelen met termen door het CDA, maar wat kleinere woningen. Ja,
Nou ja, goed, dat gemiddelde, maar zo staat het in de nieuwe woonvisie. Dat was mijn vraag aan het CDA. Waarom niet minimaal 60? Want gemiddeld betekent ook dat je woningen van 40 vierkante meter komt. 20 zelfs. Hè? 20, ja. En nou ja, daar ben ik niet voor. En de wethouder heeft ook uitgelegd hè, dat nu gemiddeld 80. Nou, dat betekent dat er ook woningen van 60 kunnen komen bij gemiddeld 80. Hè, en groter. Dus die ruimte zit er al. Dus dit amendement is overbodig. En ik denk dat daar de schorsing ook voor is dat... het CDA hem aanhoudt of intrekt. Ja, precies, daarom dat we hem ook geadviseerd, min of meer. Hè? Ja. Nou, dan krijgen we straks ook nog. Dan krijgen we straks eerst het raadsvoorstel zelf. Ja. Dan waarschijnlijk is dat meteen een hamerstuk. Ja. Ja. En dan nog een motie. En dan nog een motie, ja, over LGV. Initiatiefnemer LGV, maar ik heb hem ook mede ingediend. Ja, bijna alle partijen zag. Ja. Oh ja, dat heb ik nog niet eens goed gezien hoor. Maar, en dat gaat over het onderzoek, hè, over wat voor druk. Er op het verkeer komt als de eventuele bouwmogelijkheden in Driehuis gehonoreerd zouden worden, of een aantal daarvan, hè, en wat dat dan betekent voor de verkeersdruk. Nou, dat juichen we allemaal toe. Nou, kan niemand tegen zijn natuurlijk. Daarom, we hebben de dorpsdialoog gehad dinsdag. Daar ja. Nou, was u bij, hè? Ja, wat vond u ervan? Ja, geweldig vond ik het. En met name de opzet, die vond ik heel goed. Heel veel mensen hadden gedacht dat ze met 350 man eenrichting verkeer vragen konden stellen aan wethouder enzovoort. Een soort beklaagde bankje waar die in zou zitten. Ja. Maar ze hadden gewoon 10 onderwerpen. En daar kon iedereen zijn zegje doen. En breder getrokken dan alleen het missiehuis en alleen de bomen? Inderdaad. En ook de sterke punten van Driehuis. Wat moet zeker behouden blijven? Wat zou zeker beter kunnen? Enzovoort, enzovoort. 31 maart is vervolg. En dan wordt wat hier is ingebracht, wordt verder op doorgegaan. En... Eén ding wil ik er wel zeggen, wat ik dan wel jammer vind, want dat zie je nou ook vandaag weer, hè, dat 350 mensen, dat nog steeds bij een heleboel mensen leeft van alles is al lang volgebakken. Dat is deceptisch, overheerst het. Zo erg, want als ik u nou vertel hè, dat ik vanmorgen uiteindelijk pas de definitieve knoop heb doorgehakt. Echt geluisterd naar die dialoog. Ja. Ik moet u even onderbreken, want de burgemeester wil weer beginnen. Maar nog eventjes, de laatste vraag dan. Oké, de dialoog doet ertoe, wil u zeggen voor de Kamer. Maar waarom doen we er nou zo lang over om dit punt, kunt u dat nou aan de kijker uitleggen? Waarom moet het nou zo lang duren met die bomen en alles? Omdat iedereen zijn zegje wil doen? Of is dit... Nee hoor. Ja, nee. Ja, ik denk dat iedere partij maar niet het zegje voor de bühne wil doen. Gewoon omdat iedere partij daar gewoon een eigen mening over heeft. Jij hebt ook gezegd, dit punt is goed voorbereid. Hoor. Ja, het is echt heel goed voorbereid. Nou, dan wil je ook die tijd die je hebt geïnvesteerd, die wil je ook terug laten komen. Duidelijk, ik moet naar binnen, want de vergadering is nu echt weer begonnen. En waarschijnlijk gaat CDA nu zijn amendement aanhouden. Wij geloven de wethouder op zijn woord dat hij echt zijn uiterste best gaat doen om flexibel om te gaan als het toch blijkt dat in de praktijk de investeerders, misschien met de sociale huurwoning, er toch niet uitkomt met die minimaal 80 vierkante meter. Met die toezegging kunnen wij leven en trekken wij het amendement in. Dank u wel. Amendement nummer 7 van 2020 met de titel vloeroppervlak. Gebruikersoppervlak wordt ingetrokken. Hebben we nu het voorstel aan zich. We hebben tot nu toe vooral gedebatteerd over de amendementen. Ik inventariseer of er ook behoefte is aan een ronde om iets over het voorstel aan zich te zeggen. Alleen een stemverklaring zou voor ons genoeg zijn, voorzitter. Prima. De heer Sinten, ja, stemverklaring. Alleen een stemverklaring. Oké, dus inhoudelijk gaan we geen debat erover voeren, helder. Gaan we inventariseren. Wie heeft er behoefte aan een stemverklaring? De heer Scholz. Wat onverwacht. Voorzitter, laten we niet vergeten dat voor ons ligt een startdocument waarbij we inmiddels door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Boomhutten en al, alles wordt besproken, maar er is zoveel discussie, maar uiteindelijk gaat het nog steeds heel simpelweg over een startdocument. Als dit al zoveel commotie oplevert, dan houden wij ons hard vast bij het bestemmingsplan. Want hoe lang moet dat dan wel niet gaan duren voordat er uiteindelijk gebouwd kan worden, 70% om 30% sociale woningbouw, waar we allemaal zo nodig op zitten te wachten. Wij zullen instemmen met het raadsvoorstel van dit startdocument en het compromis zoals het is opgenomen door de wethouder en
alle aanpassingen die hij zelf heeft aangegeven en de toezegging ook richting het CDA net met het amendement van harte ondersteunen. En ja, ik wou wat anders zeggen, maar ga er maar lekker mee aan de gang. Dankjewel. De heer Scholling. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vinden het natuurlijk jammer en ongetwijfeld onze mede-indieners ook dat ons amendement niet is aangenomen. Maar een van de argumenten in het amendement was dat wij het erg van belang vinden dat het missiehuis niet langer vervalt. En daarom zullen wij toch instemmen met dit raadsvoorstel. Want dat vinden wij heel erg belangrijk, dat het missiehuis in ere hersteld wordt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, de heer Sintony. Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn collega van CDA Velsen, de heer Nijen-Manting, heeft het in de sessie al aan de kaak gesteld. Dit project verdient zeker niet de schoonheidsprijs. Er wordt meer dan een jaar over en weer gesproken en onderhandeld tussen initiatiefnemers en de organisatie van Velsen. Vervolgens wordt er een startdocument gemaakt die ook nog eens niet haalbaar bleek voor opdrachtgevers. Dit is naar de hand bijgesteld en heeft tot een aanpassing geleid. Wij als CDA zien eigenlijk niet meer zo de toegevoegde waarde van het startdocument op deze werkwijze. Het kan ook zonder, dat blijkt wel uit het voorbeeld van de Rekersduin in Zandpoort. Daar zijn tot 2 maal startdocumenten opgemaakt en die hebben het beide niet gehaald. Uiteindelijk heeft de initiatiefnemer zelf een uitgewerkt plan gekomen en dit heeft vervolgens aan de raad aangeboden en heeft het wel gehaald. In de sessie die we hebben gehouden op 22 januari zijn er een aantal knelpunten genoemd waarvan deze er één was. Hoe kunnen we de woningopgave versnellen? Wij als raad moeten met elkaar de discussie aangaan of een startdocument nog wel het juiste instrument is. Wij zullen wel instemmen met dit voorliggend raadsbesluit. Dank u wel, de heer Hendricks. Ja, voorzitter, wij hebben wat minder moeite met dit startdocument, omdat er op een goede wijze piketpaaltjes gezet worden waarmee verder gewerkt kan worden. Het onderwerp was afgelopen dinsdag bij de bijeenkomst in Driehuis ook een dankbaar onderwerp om over te spreken. En meerdere bewoners van Nieuw-Velse Duin hebben ons daar ook op aangesproken en zijn in veel gevallen best wel teleurgesteld. Niet omdat er woningen naast hun woningen komen, niet omdat hun uitzicht ineens anders is dan de vrije ruimte, maar omdat er veranderingen zijn waar ze eigenlijk een andere verwachting bij hadden. Ja, dat kan gebeuren en dat is natuurlijk hartstikke vervelend. Maar we hebben nu een startdocument wat verder uitgewerkt moet gaan worden. En bij die uitwerking zal er ongetwijfeld nog het nodige geschoven moeten worden. Een oproep die de Partij van de Arbeid doet in voordeel van de bewoners van het Nieuw-Velse Duin is om ze te betrekken bij de alternatieven die mogelijk ontstaan bij de nadere invulling van dit plan. En daar wil ik het bij laten. Dank u wel. Dank u wel, de heer Smeets. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me volledig aansluiten bij de woorden van de heer Hendricks, want de heer De Winter hield het al voor dat het mogelijk een stroperig proces zou worden. Nou, wij hebben er zelf ook een mogelijke opgave in. Door de inwoners proberen er op tijd bij te betrekken. En op die manier hoop ik niet dat het een stroperig proces wordt, want er liggen nu hele mooie randvoorwaarden. Er ligt een heel mooi plan, een soort van plan. En laten we hier gewoon snel proberen mee door te gaan. Want net als de inwoners die nu in Nieuw-Velse Duin zitten, zouden we andere mensen ook gunnen om in een mooie woning te wonen. En dan helemaal de mensen die wachten op sociale huurwoning in Driehuis. Want die moeten nu vaak heel lang wachten. Dank u wel, de heer Bleekman. Ja, dank u, voorzitter. We zijn in een korte tijd geconfronteerd met een startdocument van het missiehuis waar veel om te doen is. We zijn door de projectontwikkelaar uitgenodigd om het missiehuis te bekijken. En we zijn met een bomendeskundige van de gemeente op pad geweest om meer te weten te komen over de bomen. En we zullen dan ook het voorstel van het college steunen, waarbij een compromis is gesloten met de ontwikkelaar om de bomen aan de noordzijde te behouden en de zuidzijde te kappen, waar deze bomen elders worden vervangen door jonge bomen. Voorzitter, voor ons ligt een afgewogen en berekend document waarbij zoveel mogelijk het dorpse karakter wordt behouden. Wij zullen dan ook voor het collegevoorstel stemmen. Dank u wel, de heer Kwant. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een document, een raadsvoorstel wat voor ons ligt. En de heer De Winter heeft het al bij de amendementbehandeling gezegd. Heel veel aandacht door heel veel raadsleden is hieraan besteed. En het is een goede zaak. Aan de andere kant, wat de heer Sintony zegt, daar kan ik me heel goed in vinden. Is het mogelijk in de toekomst, en het heeft ook te maken met het vlottrekken van de woningbouw waar we reeds over spreken, om mogelijk te kijken naar andere systematieken om te komen tot een bestemmingsplan en of dat het startdocument daar een onderdeel van wordt of niet, of dat het in samenwerking met projectontwikkelaars gaat. Dat zullen we komen zien de komende tijd. Wij zijn in ieder geval blij dat er gebouwd gaat worden bij het missiehuis, dat het missiehuis in stand blijft en dat daar goede woningen komen en ook, waar ik me bij aansluit, 30% sociale huurwoningen ook in Driehuis. Wij zullen het raadsvoorstel van harte ondersteunen en na het raadsvoorstel
komen wij ook nog, wat ik ook eerder in de sessie al gezegd heb, met een motie getekend door heel veel en ondersteund heel veel raadsleden, fracties, met betrekking tot de problematiek in Driehuis op de verkeer en de parkeerdruk, waar de mensen zich heel erg zorgen over maken. Wij stemmen van harte in. Dank u wel, de heer Hoekstra. Dank u, voorzitter. Ja, dit startdocument legt de basis voor een groene ontwikkeling van dit deel van Driehuis. En aanvankelijk zag GroenLinks liever een startdocument waarin alle monumentale en waardevolle bomen gespaard konden worden. Maar we zijn realistisch en begrijpen dat de ontwikkelmogelijkheden met alle eisen wel erg gering zouden zijn. En daarom willen we een compliment maken aan het college. Dat is uitgekomen op dit compromis met de ontwikkelaar, waarbij alleen de bomen aan de zuidkant vervangen mogen worden. En nogmaals, die bomen zijn dus minder waardevol. En door ze te kappen schuift het geplande appartementengebouw van 4 lagen meer naar de rand uit het zicht van Nieuw-Velserduin. Dat is misschien ook nog wel belangrijk om even te noemen. En we zijn heel blij ook dat er duidelijke voorwaarden gesteld zijn aan de herplant. De nieuwe bomen moeten minimaal 14 meter hoog zijn. Tot slot hebben we ook veel vertrouwen in de architect die de ontwikkelaar in de arm heeft genomen. En we kijken uit naar de mooie plannen voor het missiehuisterrein. Met respect voor monumentale bebouwing en bomen. En voor de huidige en toekomstige inwoners. GroenLinks stemt van harte in met dit raadsvoorstel. Dank u wel, de heer De Winter. Ja, dank u wel, voorzitter. Natuurlijk had ChristenUnie het allerliefst gezien dat het hele originele plan, wat ons gepresenteerd is door de initiatiefnemer, uitgevoerd had kunnen worden. Eén ding wil ik nog meegeven, en ik weet niet of ze er nog zijn, maar ik zie ze niet meer zitten. Dat is jammer dan, want ik hoop dan dat ze dit nog horen. Want wat ze ook in die presentatie ons vertelden, dat is dat ze in dat plan het torentje zouden terugbrengen. En dat wil ik echt nog meegeven aan de initiatiefnemers en ook aan de wethouder, om toch nog een pleidooi te houden of ook binnen dit compromis het torentje teruggebouwd kan worden. Want dat zou echt een plus zijn. Laat ik het nou zomaar zeggen. Nou, alles overziend. Ik ga er verder niet meer over zeggen. Kunnen wij achter dit compromis staan? Dank u wel. Dank u wel. Heb ik alle stemverklaringen nu gehad. Prima. Is er behoefte aan stemming over dit voorstel? Zo niet, dan is het unaniem aangenomen. Dan gaan we nu door naar de motie. Zoals de heer Kwant al heeft aangekondigd. Voorstel voor de behandeling en korte toelichting voorlezen van het dictum. Reactie door de portefeuillehouder. Het zou de portefeuillehouder verkeer zijn. Reactie van de overige fracties en dan nog een eventueel reactie van de indiener. De indiener is de heer Kwant, dus u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ik heb er eerst... We hebben in de sessie afgesproken dat we de moties of amendementen later in mochten leveren. Nou, daar heb ik dan ook gebruik van gemaakt. En dinsdagavond laat heb ik deze motie nog gemaakt na de dorpsdialoog. Ik heb getwijfeld of het een motie vreemd aan de orde van de dag moest zijn of een motie behorende bij het missiehuis. Maar het heeft ook betrekking op het missiehuis. Dus ik heb hem toch maar ondergebracht ook bij het missiehuis. Dat is de reden waarom ik hem nu bespreek. In de sessie, wat ik net ook al aangaf, heb ik al aangegeven of er een analyse gemaakt is en gevraagd. Dat was niet het geval. Tijdens de dorpsdialoog konden de mensen van Driehuis aangeven waar hun zorgen lagen. En het prikbord met betrekking tot de verkeersdruk en de parkeerdruk, die was bijna helemaal volgeprikt. Dus dat leeft enorm onder de mensen in Driehuis. En daarom heb ik ook gemeend gesteund en dank daarvoor door heel veel fracties. Bijna iedereen heeft mede ondertekend deze motie voor een verkeersanalyse in Driehuis. Ik, na dit betoog ga ik gelijk over naar het dictum. Verzoekt het college door een gespecialiseerd bureau een verkeerscirculatieanalyse voor geheel Driehuis te laten maken. En hierin ook de effecten van alle potentiële woonbouwontwikkelingen in Driehuis mee te nemen. Bij te verwachten grote verkeersdruk en of parkeerdruk een passende oplossing aan te dragen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Voorzitter. In het nieuwe reglement van orde mogen wij ook als op laatste meetekenen. Maar wij hebben de mail niet gezien. Maar in de sessie hadden wij ook al aangegeven dat we dit van harte onderstrepen en ondersteunen. Maar ik heb net in alle eerlijkheid in alle 14.000 mails gekeken. Maar ik kan hem niet terugvinden. Want anders hadden wij ook gewoon direct meegedaan. Ik kan me niet voorstellen dat er geen andere partij is die niet meetekent. Nee, maar er zijn meer partijen die hem niet ontvangen hebben helaas. Maar daar heb ik de heer Kwant al over gesproken.
Daar wil ik even kort antwoord op geven, voorzitter. Ik heb hem in ieder geval gemaakt dinsdagavond laat. En woensdagmorgen heel vroeg heb ik hem doorgestuurd naar de Griffie. En niet meer zoals het gebruikelijk is, dat je hem in het weekend dan even naar iedereen stuurt en dan kijkt of men mee wil tekenen. Maar dat was ook de afspraak in de sessie. Als we hem alsnog een motie of amendement in wilden dienen, konden we hem gelijk indienen. En de Griffie heeft hem doorgestuurd. Geen enkel probleem. Ik denk niet dat het de heer Kwant kwalijk wordt genomen. Het wordt in ieder geval nu recht gezet. Woord is aan de portefeuillehouder. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook dank u wel voor deze motie. Wij hebben ook niet alleen al in die dorpsdialoog, waarin die zorgen over de verkeerssituatie in Driehuis is geuit, maar die is al in het verleden ook al vaker geuit. Wat de portefeuillehouder wonen en de wijkwethouder Driehuis wellicht niet kon weten tijdens de sessie, is dat we in de mobiliteitsagenda van de gemeente Velzen hebben afgesproken dat bij ruimtelijke ontwikkeling ook altijd de mobiliteitsuitdagingen onderzoeken en daar ook in relatie tot die woningbouwopgave oplossingen voor gaan doen. Dus bij mij was al lang het idee ontstaan om hier in Driehuis een uitgebreide analyse te gaan laten doen, niet alleen niet door onszelf als gemeente, maar door inderdaad een gespecialiseerd bureau. U kunt bijvoorbeeld denken aan bureaus als Goudappel Koffeng, die enorm gespecialiseerd zijn in mobiliteitsonderzoek, ruimtelijke ontwikkeling. Dus die behoefte hebben wij als college, ik als wethouder, mobiliteit en bereikbaarheid enorm. En niet alleen maar in dit project, maar we krijgen bijvoorbeeld straks ook Kusdorp, waar we ook dat soort analyses echt moeten gaan doen. En dat ben ik volmondig met u eens. Dus het college ziet uw motie als een hele mooie steun in de rug, maar ook als een collectieve oproep en noodzaak om daar onderzoek naar te doen. Nog een paar details als het mag, voorzitter. Als het gaat om onderzoek naar mobiliteit, is het belangrijk om verder te kijken dan alleen maar infrastructuur en automobiliteit. Je moet kijken naar alle modaliteiten en in de verre toekomst is het noodzakelijk dat we op een andere manier naar die mobiliteit gaan kijken. Dus als u dat goed vindt, gaan wij in die opdracht aan zo'n bureau het bureau uitdagen om met innovatieve oplossingen te komen. En dan denk ik niet, dan moet u niet alleen denken aan infrastructurele maatregelen, maar vooral ook aan ja, hoe kun je nou bij een woningbouwontwikkeling, potentiële woningbouwontwikkeling, en we zullen ze allemaal betrekken, hè, die er op papier staan, en ook varianten daarin. Hoe kun je nou ervoor zorgen dat bij een nieuwbouwopgave, want tegenwoordig jongeren in deze maatschappij, die rijden al niet meer standaard een eigen auto, maar die maken gebruik van een deelauto. En zeker in Driehuis is goed openbaar vervoer binnen handbereik. Dus gaan we stimuleren dat in nieuwbouwwoningen mensen komen die van OV gebruik maken en niet per definitie een auto meenemen. En daar kun je ook regels voor. Maar goed, daar loop ik al vooruit op oplossingen. Laten we dat vooral overlaten aan een gespecialiseerd bureau. Zijn wij volmondig met u eens. Maar wij zien dus kansen om te werken aan die duurzame mobiliteit en minder gebruik van de auto. Dus wij ondersteunen van harte deze motie en raden u aan om die allemaal te steunen. Dank u wel. Dank u wel. Ga even inventariseren. De heer De Ruijf. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, ook wij hebben bij de dorpsdialoog geconstateerd dat veel inwoners zich inderdaad toch ook wel zorgen maken over vervoer en de bereikbaarheid van het dorp in de toekomst. Daarnaast zijn er een aantal locaties, stuk in Driehuis, waar mogelijk ontwikkelaars zouden willen gaan bouwen. Nou, nu zijn daarover nog steeds geen besluiten genomen, maar het is wel iets wat mogelijk in de komende jaren gaat spelen. En als we daar goed het gesprek met de inwoners over willen voeren, dan zullen we ook op tafel moeten hebben van, goh, wat zouden de mogelijke gevolgen daarvan kunnen zijn? En een onderzoek als deze zou een goed beeld kunnen geven van de verkeersstromen. Dan kun je dat betrekken bij die discussie en dan kun je alles overziend gewoon een goede afweging maken.
Daarom hebben wij als D66 Velsen dinsdagavond dan ook graag samen met de LGV gewerkt aan deze motie, om deze vanavond met ook veel andere partijen uiteindelijk in te dienen. Goede integrale studie van de mogelijke verkeersstromen, zodat we niet alleen als raad een betere afweging kunnen maken, maar dus ook dat voor de inwoners veel duidelijker wordt, nou ja, wat er eventueel mogelijk is. We zouden wel graag voor de uitvoering van deze motie wel eens aan de wethouder mee willen geven. Overigens de suggestie die de wethouder daar zojuist zelf voor doet, om ook andere manieren van mobiliteit erbij te betrekken. Nou ja, dan denken wij natuurlijk meteen aan de fiets en het OV. Dat zeunen we in ieder geval, hè, om die reden ook om dat erin in mee te nemen. Maar wat we tevens aan de wethouder mee zouden willen geven, is om bij de uitvoering van de motie ook tevens uit te gaan van verschillende scenario's. Dus niet een scenario, alle mogelijke locaties worden bebouwd en dat levert zoveel verkeer op. Of geen enkele van de locaties wordt bebouwd en dat levert zoveel verkeer op. Maar ook een aantal mogelijkheden die ertussen liggen. Want nogmaals, over heel veel van die locaties, nou ja, dat zit nog in zo'n beginfase, daar hebben ze nog lang geen besluit over. Maar dat we die zaken ook wel goed tegen elkaar af kunnen zetten. Ja, we hebben de motie mede ingediend. Ja, zullen die uiteraard ook steunen. Dank u wel, de heer Stam. Dank u wel, voorzitter. Nou, er zijn al wat zaken gezegd, maar ik wil even refereren aan mijn inbreng toen nog namens Velsen Lokaal. Waarvan ik blij ben dat ze ook bovenop op de motie staan. Dat ik op 12 april 2018 al gepleit heb bij de behandeling voor de Zuidoostrand van Driehuis. Dat dit integraal bekeken moet worden met de verkeersproblematiek. Dus ja, ik kan niets anders doen en ik wil niks anders doen dan deze motie van harte steunen. Dit kan niet los van elkaar gezien worden. Dank u wel, de heer Scholling. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben deze, we staan heel sympathiek tegenover deze motie. Alleen, wij hebben hem eigenlijk niet mede ondertekend vanwege twee vragen die wij nog hadden. En aangezien de wethouder hier de motie overneemt, neem ik aan dat daar goede antwoorden op zijn. Wij zagen namelijk een motie met een vraag om een onderzoek, maar zonder dekking. Maar aangezien het college het kan overnemen, denk ik dat zij dan hier een potje voor hebben. We zouden wel benieuwd zijn welke. En wij vragen ons af, omdat dit ook inderdaad met het missiehuis betrokken is, met andere bouwontwikkelingen. Versterkt dit die bouwontwikkelingen? Dat sowieso. Maar heeft het potentieel om de boel te vertragen? Of niet? Als gaan bouwprojecten op pauze, zolang dit onderzoek nog niet af is? Dat is mijn vraag. Dank u wel. De heer Van Kooten. Dank u, voorzitter. Voorkomen is natuurlijk veel beter dan genezen. En uiteindelijk zal je altijd vooraf een goede analyse moeten maken. Waarom? Omdat anders als de bouwwerken er eigenlijk al staan, mensen al keuzes hebben gemaakt om bijvoorbeeld een auto te gebruiken en dan veel moeilijker uiteindelijk weer in het openbaar vervoer te krijgen zijn. Heel mooi om te horen van de wethouder dat hij is voor duurzame mobiliteit. En wellicht kunnen we die opmerking ook meenemen naar het volgende dossier A8, A9. Maar dat komt zo direct. Wij hebben de motie overigens bij de binnenkomst door de Griffie toegezonden. Die hebben we uiteindelijk ook gezien en hebben we ook mede ondertekend. Dus we staan er vierkant achter. Dank u wel. Had ik iedereen die een bijdrage wilde leveren een gelegenheid geboden. Geef ik de portefeuillehouder nog even een gelegenheid om de vragen die gesteld zijn te beantwoorden. En dan gaan we naar de indieners. Ja, twee vragen van de VVD. Hè. En eigenlijk die van D66 heb ik gewoon in mijn betoog al beantwoord. Namelijk dat we alle vormen van mobiliteit benaderen. En ook uit willen gaan van die verschillende scenario's. Je werkt met verkeersmodellen, maar ook met verschillende modaliteiten en wat dat dan doet met de verkeersstromen. Daar gaan we een hele goede opdracht voor verzinnen. De vraag van de VVD, ja, financieel, kijk, wij waren zelf al van plan om dit te gaan doen. Dus die dekking gaan wij gewoon vinden. Want dit is gewoon een uitgangspunt wat bij elke en zeker grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen, zoals een kustdorp, moet gebeuren. En zo'n onderzoek zal in principe veel korter duren dan bouwprocedures lopen. Dus we willen daar zo snel mogelijk mee beginnen. Dank u wel. Kijk ik nog even naar de heer Kwant. Heeft u nog behoefte aan een reactie? Ja, voorzitter, ik dank in ieder geval de beantwoording van de wethouder en dat hij het overneemt. En ik dank ook alle fracties dat ze sympathiek er tegenover staan en ondersteunen. En ik ben het met de wethouder eens. Alles wat met die mobiliteit aan oplossingen kan bijdragen om het zo goed mogelijk te regelen voor heel Driehuis, maar in de toekomst ook in Velsen, in andere kernen en dergelijke. Ondersteuning van harte en dank voor de toezegging.
voorzitter. Er schiet mij nog één vraag te binnen. Zou ik die mogen stellen? Jazeker. Vraag aan de wethouder is nog of het mogelijk is om het onderzoek uitgevoerd te hebben voor het einde van de dorpsdialoog. Mag ik daarop reageren, voorzitter? Ja, ik zou u willen vragen, maar niet om ons niet op te jagen met een onderzoek. Het is belangrijk om hier een ongelooflijk goede opdracht en om het goede bureau daarbij te selecteren en de bureau de tijd te laten geven om dat te doen. Ik kan op dit moment niet zeggen hoe lang dat gaat duren. Dat moeten we uitzoeken. Daar wil ik wel bij u op terugkomen. En ik wil daar eigenlijk nog aan toevoegen, nu u toch nog een vraag stelde, is wat ik eigenlijk net vergeten was. Zo'n onderzoek biedt een enorme kans om te kijken naar die mobiliteitsuitdaging van de toekomst. In Driehuis, maar ook in de hele gemeente Velzen. Want we hebben in de hele gemeente Velzen gewoon een uitdaging. Dus dat is een heel belangrijk onderzoek om te doen, ook als testcase voor overige bouwprojecten in Velzen. Maar ook die algehele bereikbaarheid van Velzen, die toch al onder druk staat vanwege een beperkt aantal toegangswegen en de drukte op de wegen. Je praat zo ook over de 8 à 9. Die van cruciaal belang is voor die bereikbaarheid. Maar het gaat ook om een mobiliteitstransitie die we met elkaar moeten doorlopen. En het inzetten van slimme technologie in die openbare ruimte. En daarvoor wil ik echt de tijd nemen. En ja, als dat voor de dorpsdialoog, afronding van de dorpsdialoog lukt, dan zou dat handig zijn. Maar ik moet eerlijk zijn dat ik niet verwacht dat dat gaat lukken. Als ik even goed kijk naar de onderzoeken die in het land worden gedaan naar dit soort dingen, dat kost echt tijd. En dat moeten we goed doen, vind ik. Voorzitter, ja. Ik neem aan dat de heer Draag bedoelt de dorpsdialoog Driehuis, hè, in die tussentijd. Maar dan halen we zo meteen een extern bureau erbij. Die gaat ons van advies voorzien, althans het college. Dan is dat toch, denk ik, meer van belang dat wat we er allemaal van vinden, omdat we een expert van buitenaf erbij halen. Nou ja, voorzitter, met het risico het debat weer te openen op het moment dat we richting stemming gingen. Nee, het idee wat ik ook in mijn bijdrage net heb aangegeven, dit is ook juist van waarde om het gesprek aan de hand hiervan ook het gesprek aan te gaan met de inwoners. Het was mooi geweest en de wethouder laat een klein oom dat het misschien mogelijk is, maar kan die toezegging niet doen. Fair enough. Dus ik zag er waarde in om te vragen van, goh, is dat misschien voor het einde van het dorpsdialoog, dan had het daar nog in meegenomen kunnen worden. Vraag is duidelijk. Ik zag de heer Stam, ja, dit is de laatste interruptie. Een beetje een vraag in dezelfde richting. Wat is de toegevoegde waarde om dit onderzoek onder druk te zetten? Korte termijn, 1-2 maanden. Ik bedoel, het is een uitgebreid onderzoek, neem ik aan. En de dorpsdialoog is geen stempel op alle bouwplannen die er is. Dus laten we de zaak gewoon goed op zijn beloop laten. De onderzoeken doen met de plannen die er zijn in diverse samenstellingen. En dan kijken wat daaruit komt. Maar daar geen tijdsdruk op zetten. Ik heb de indruk dat de heer Ruijks zich al... Ik ben het al eens met kan, de heer Stam. Het was precies, een vraag en geen eis. Precies, dat hij al eens was met tevreden was met de beantwoording door de portefeuillehouder. Is er behoefte aan een stemverklaring over de motie? Is er behoefte aan stemming? Zo niet. Dan is motie 6 ingediend door LGV over de verkeersanalyse Driehuis unaniem aangenomen. Dan gaan we door naar agenda punt 10. Samenwerking verbinding A8 A9. Voorzitter, ter interruptie. Ja. Ik wil graag gezien mijn werkzaamheden en mijn functie bij Rijkswaterstaat de vergadering verlaten. Dank voor het mededelen daarvan. Voor het verslag, mevrouw Oudekerke, verlaat bij agenda punt 10 de zaal. Gaan we over tot de inhoudelijke behandeling van de samenwerkingsverbinding A8 A9. Korte toelichting, de huidige samenwerkingsovereenkomst. Met betrekking tot de verbinding A8 A9 is op 31 december 2019 verlopen. De presentatie van voormalig gedeputeerde teken in de Eimondcommissie van 19 november 2019 en de daarop volgende discussie in de Eimondcommissie van 10 december 2019 hebben geleid tot de wens de nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Daarnaast is er nog op 13 februari een sessie over dit onderwerp geweest. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het aangaan van de samenwerking ten behoeve van het verder uitwerken van het golfbaanalternatief als toekomstige verbinding A8 A9 door ondertekening van de wijzigingsovereenkomst nummer 2. Dit is dus al een sessie besproken. Desondanks ga ik even kijken of er behoefte is aan een reacties.
anders dan een stemverklaring. Ja, anders dan een stemverklaring. Zeg. Anders dan de stemverklaring. Nee, ze kunnen volstaan met een stemverklaring. Dan gaan we inventariseren. Wie heeft de behoefte aan een stemverklaring? De heer De Winter. Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ChristenUnie betreft steunen wij dit raadsvoorstel en daarmee de wethouder. Dit om met name de voortganger in te houden, zodat besluitvorming dichterbij kan komen. Wij staan achter de wethouder als hij het belang voor Velsen onderstreept. Ook ChristenUnie wil laten zien, met het ondertekenen van wijzigingsovereenkomst 2, een betrouwbare partner te zijn voor de provincie. Het is nooit verkeerd om trendsetter te zijn in plaats van trendvolger. Met andere woorden, wij hebben er vertrouwen in dat Beverwijk en Heemskerk zullen volgen. Dank u wel. Dank u wel. De heer Van Kooten. Heel kort, wij waren voorstander van een andere bok, om het zo maar te zeggen. Zoals ik net al liet blijken, zijn wij voorstander van meer openbaar vervoer, duurzame mobiliteit. Daar werd net zo ook over gesproken. Natuurlijk kan dat niet alles wegnemen. De wethouder heeft daar ook eerder ook over gesproken. Het zal toch een NN-versie moeten zijn. En uiteraard kunnen wij het verhaal daarom toch steunen. Dank u wel, de heer De Ruig. Dank u wel, voorzitter. Ja, hoewel D66 van nature niet direct vrolijk wordt van meer asfalt, zien wij wel het belang van een goede verbinding tussen de A8 en de A9. En niet alleen omdat het om een goede bereikbaarheid gaat van onze gemeente, maar ook omdat de leefbaarheid in Krommenie en Assendelft al lange tijd fors onder druk staat. Door de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen, geven we nadrukkelijk niet aan dat de weg er ook daadwerkelijk moet komen. Wel blijven we aan tafel zitten bij de verdere uitwerkingen en onderzoeken van de zogenoemde golfbaanvariant. En zo houden we ook invloed. Voor D66 Velsen blijft belangrijke randvoorwaarden voor een eventuele verbinding dat de UNESCO-erfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam behouden blijft. Dat we scherp blijven op de aanwezige natuur en hoe we daarmee omgaan. En dat de overlast niet één op één overgeheveld mag worden naar de Broekpolder. Voorzitter, met dat in het achterhoofd zal D66 Velsen ook instemmen met het raadsvoorstel en vertrouwen op de wethouder, of we vertrouwen erop dat de wethouder de Velsen belangen goed zal vertegenwoordigen aan de samenwerkingstafel. Dank u wel, de heer Koppes. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in de sessie hebben we er 2 gehad. Vonden we het erg fijn dat we in ieder geval nog de gelegenheid hebben gehad om de Velsense punten van bereikbaarheid aan te halen in het belang van de A8 en A9. Daar hebben we ook bij herhaling gezegd, wat ons betreft had hij er morgen, of eigenlijk had hij er al moeten liggen, maar als hij nu niet ligt, dan ligt hij er liever morgen dan overmorgen. Dus als deze samenwerkingsovereenkomst bijdraagt aan een snelle realisatie, dan is dat ons zeer gelegen. Het zal dan niemand verbazen dat wij voor dit voorstel zullen gaan stemmen. Dank u wel. Dank u wel. De heer Korf. Ja, dank u wel, voorzitter. Velsen Lokaal was destijds geen uitgesproken voorstander van deze verbindingsweg, omdat wij niet zozeer het belang zagen voor onze eigen inwoners. Inmiddels hebben wij ook onze lessen geleerd en zien we dat belang wel degelijk. Daarnaast zijn we ook een betrouwbare bestuurder en willen wij ook gewoon, als wij een samenwerkingsovereenkomst aangaan, deze ook aangaan voor de hele lengte. En als er een wijziging komt van variant die eigenlijk voor ons niet zoveel uitmaakt, dan zullen wij daarin ook gewoon meegaan. Wel nog gezegd hebben dat we blij zijn met de tweede beslispunt dat is opgenomen, dat de labeling wel eens onder voorwaarden dat ook Beverwijk en Heemskerk hun bijdrage zullen leveren. Dat vinden wij in ieder geval Velsen Lokaal extreem belangrijk. Tot zover. Dank u wel, de heer Kwant. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, wij als LGV zijn toch blij dat die sessie er gekomen is. Dat heeft voor ons heel veel duidelijkheid meer verschaft. Er is ook genoeg over gediscussieerd en dergelijke. Er is ons ook duidelijk aangegeven door de wethouder, en daar zijn we erg blij mee, dat de Velsen problematiek rond de Velsen traverse en de sluiproute in Velsen Noord ook bespreekbaar is gemaakt bij de provincie en dergelijke. Ik weet niet of het ermee te maken heeft met de sessie, maar ik ben ook blij dat de wethouder Heemskerk weer aangesloten is bij de stuurgroep en meedoet in het geheel. Dus met z'n drieën trek je nu echt weer op.
En dat was ook wel eigenlijk een beetje de intentie van onze sessie. Wij hebben heel veel vertrouwen, heb ik ook in de sessie gezet, aan de wethouder die onze belangen dat zo goed mogelijk gaat verdedigen. En wij zijn ook blij, zoals de heer Korfel zegt, met de labeling onder punt 2 die daarin staat in het raadsakkoord. En wij zullen instemmen met de WOK 2. Dank u wel. Mevrouw Stoeman. Dank u wel, voorzitter. Ja, het mag duidelijk zijn. GroenLinks is ook niet meteen blij met asfalt. We zouden ook graag het anders hebben willen zien met een oplossing met openbaar vervoer. Maar ook wij zien wel de noodzaak in van deze verbinding A8 en A9. Ja, solidariteit is voor GroenLinks ook heel erg belangrijk. En daarom vinden wij het heel belangrijk dat Beverwijk en Heemskerk en Velsen samen dit gaan dragen. Ja, gelijkwaardig. Dank u wel. Dank u wel. De heer Sintony. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, aanvankelijk waren we ook wat sceptisch tegenover deze sessie die toch gehouden is. Omdat het al in de Eimond was besproken. Maar er was ook een terechte opmerking gemaakt. Er lag toen nog geen voorstel. Dus het is ook wel logisch dat we daar met z'n allen nog een keer over gesproken hebben. En daar zijn we ook heel blij mee. De fractie kan zich goed vinden in overwegingen uit de memo van het college van 4 februari en ook de brief vanuit de OV Eimond van 24 januari. We zien de voordelen van Velsen op het gebied van het ontlasten van onder andere de wijkeren en de Velstunnel, zeker als er ook calamiteiten zijn. De wethouder heeft het toch ook nog eens goed verwoord in de sessie en daar zijn we blij mee. Daarbij vindt de fractie het ook belangrijk dat wij in onze besluitvorming bestendigheid en betrouwbaarheid tonen. Eerdere toezeggingen moeten gestand doen in de mondiale samenwerking. Mobiliteit en bereikbaarheid is immers gemeentegrensoverschrijdend en daar moeten we elkaar vasthouden en weten te vinden. We zijn ook blij dat het college ook het grote belang inziet van de verdere samenwerking in de bereikbaarheid van de regio en in dit specifieke geval het traject A8 A9. We gaan ook zeker instemmen met het raadsbesluit. Dank u wel, de heer Hendricks. Voorzitter, dank u wel. Ja, dit is een onderwerp die vele discussies oproept, maar de discussie gaat op dit moment eigenlijk maar over één onderwerp, namelijk of wij kunnen instemmen met het aangaan van de samenwerking. Voor dit onderwerp was er voor ons een hele belangrijke vraag die bij de sessie goed aan de orde is gekomen. Namelijk, wat is nou het voordeel van deze aansluiting voor onze inwoners, voor de inwoners van de gemeente Velsen? En de wethouder heeft daar een prima antwoord op gegeven. Dat heeft ons ervan overtuigd dat het belangrijk is dat wij als gemeente Velsen door de wethouder een goede stem hebben in de ontwikkelingen rond de aansluiting A8 en A9. We hebben wel een verzoek aan de wethouder, namelijk op het moment dat er duidelijkere plannen liggen, dat de ontwikkeling in een vergevorderd stadium is, om ons een keer mee te nemen in de feitelijke gevolgen van het plan wat dan voor ligt voor de inwoners van deze gemeente Velsen. Het is toekomstmuziek, maar ik heb de vraag maar vastgesteld. Dank u wel. Wij kunnen uiteraard instemmen met het plan. Dank u wel. Heb ik alle stemverklaringen gehad dan? Is er behoefte aan stemming hierover? Zo niet, dan is het voorstel unaniem aangenomen. Zojuist is, vanavond is bekend geworden dat in Nederland de eerste persoon besmet is met de coronavirus. U zult dinsdag van het college een collegebericht hierover ontvangen, zodat u op de hoogte bent van welke maatregelen inmiddels al genomen zijn en worden. Dus dinsdag krijgt u daar een collegebericht over. Met deze mededeling sluit ik de vergadering en dank u voor ieders inbreng. Ik nodig iedereen uit om beneden nog na te praten met een hapje en een drankje. Ja, dat was hem dan weer, de raadsvergadering die vooral ging over bomen. Over bomen, laat ik het zo zeggen. U heeft het allemaal kunnen volgen. Het ging vooral over het missiehuis, driehuis. Dat was het belangrijkste. Dat was de hoofdschotel voor vanavond. Het ging over het startdocument. En dus niet over de plannen zelf, maar over het startdocument waar de plannen in moeten passen uiteindelijk. Die er worden gemaakt om in het missiehuis toch weer woningen te realiseren. Om dat weer een bestemming te geven en vooral een woonbestemming. En er ook nog wat omheen te kunnen bouwen. U heeft het allemaal kunnen volgen. Het ging over bomen. Mogen ze wel of niet kappen, een paar van die bomen, om een mooie plan te maken of niet? Nou, uiteindelijk heeft u gemerkt, het amendement om meer bomen te kunnen kappen nog, werd verworpen. Een tweede amendement werd ingetrokken. En uiteindelijk werd het startdocument unaniem en niet aangepast, unaniem meegenomen. Oh, de wethouder komt er al helemaal bij. Ja, dat was de afspraak. Heel goed. Oh, je werd geïnstrueerd. Oh, helemaal goed. Ja, want ik probeer een beetje samen te vatten wat er zojuist gebeurd is. Uiteindelijk is het raadsvoorstel aangenomen. Dus wat dat betreft kunnen we je ook feliciteren wellicht. Ook zonder wijzigingen. Er waren wat amendementen. Er was wat venijn. Hoe kijkt u erop terug?
Nou ja, ik vind het wel een hele goede discussie. Want ik denk dat het ook een discussie is die in het klein is. Wat er ook gewoon verder nog in Driehuis gaat gebeuren. Zorgen over, dat zagen we ook bij de dorpsdialoog die we afgelopen dinsdag zijn gestart. Zorgen over bereikbaarheid, zorgen over parkeren. Zorgen over, blijft Driehuis wel Driehuis? Nou, en ik denk dat we daar met bijvoorbeeld die monumentale bomen toch wel... het blijft zoeken welke balans probeer je te slaan. We hebben daar als college een balans in proberen te slaan. Van tussen al die verschillende belangen. En kennelijk de raad mee akkoord. En daar ben ik wel blij mee natuurlijk. Ja. Want ik was bij de dorpsdialoog. En daar waren ook inwoners die wilden echt gewoon het debat voeren. In plaats van uit elkaar. Maar op het eind gaf je behoorlijk veel ruimte. Juist ook voor die vragen en die zorgen. Hoe heb je dat zelf ervaren? Want het woord vertrouwen kwam wel een paar keer terug in dat verhaal. Ja, die heb ik zelf ook opgehaald. Want ik vind dat een heel belangrijk aspect. Dat is ook waarom ik een bestuurder ben. Omdat ik gewoon heel erg belangrijk vind dat we als samenleving vertrouwen in onszelf houden. Dat we onszelf goed organiseren. En dat we ook naar elkaar luisteren. Daar is het echt voor bedoeld. En daarom heb ik het initiatief überhaupt genomen. Ja, niet het was omdat je eigen initiatief. Ja, precies. Niet omdat ik dacht dat iedereen zou staan klappen. Nee, ik weet dat er gewoon heel veel spanning staat op het dorp. En dan vind ik heel belangrijk dat we dat dan ook met een open vizier tegemoet gaan. Ja. Je zei vertrouwen, ga ik ook leveren? Dat is nogal een uitdaging. Ik ben niet in politiek en bestuur gegaan omdat ik dacht dat het makkelijk zou worden. Nee, het is gewoon ontzettend hard nodig. Ja. En ik zal het waar moeten maken. En hoe moet je dan omgaan met die top bij soort van geruchten? Hè? Er zijn natuurlijk allerlei, hoe ga je daartegen verdedigen? Nou, niet, denk ik. In zekere zin. Kijk, ik ben wie ik ben. En even voor de kijkers, het zijn geruchten dat misschien bepaalde bouwplannen al wel bestaan. Al bekokstoofd is. Al bekokstoofd. Of dat er straks auto's rijden over de autobaan, over de busbaan en zo. Nou ja, dat zijn van die aantijgingen. Dat ik precies ook wat ik zeg van het vertrouwen in onszelf. Hè? Ja. Als democratie. Als democratie, ja, hier in de raad, dit is waar de besluiten gemaakt worden. Ja. En heel veel raadsleden ook, die kwamen ook naar me toe, coalitie, oppositie, maakt ook allemaal niet uit. Nee. Die kwamen naar me toe en die zeiden, ja, ik voel me wel geraakt in de aantijging, alsof wij al in het complot zitten. Ja, ja, ja. Nou ja, en we zitten hier met 33 raadsleden, 6 collegeleden, we werken ons echt keihard om het voor de inwoners zo goed mogelijk de belangen af te wegen. Ja. En ja, dan steekt het wel eens als je zo'n verwijt krijgt, maar goed, ja, dat hoort er ook bij. Het hoort er ook bij. En het was ook mooi dat die raadsleden er waren. Hè? Dat kan ook in een zaaltje zijn waarbij je alleen maar als collegelid er staat. En die raadsleden... Ja, natuurlijk. Ja, Wie was er niet? Maar ik kan me ook voorstellen, met name ook dat andere gebiedsdelen in Velsen, mensen in Muiden bijvoorbeeld denken, ja, daar heb je Driehuis weer en dan moet eindelijk eens wat in Driehuis gebeuren en dan staat iedereen op zijn achterste benen. Terwijl wij alle bouwplannen en sociale woningbouw op ons afkrijgen en alle statushouders enzovoorts, dat soort argumenten. Ja, dat kan. Zeg maar, ik bedoel, ik snap dat wel. Sterker nog, andersom, er werd bij Driehuis bij de dorpsdialoog gezegd, waarom komt het allemaal op Driehuis af en niet op Zandpoort? Zo kunnen we wel doorschuiven, maar ergens moet het vallen. Ja. Kijk, een toeval wil dat het gewoon nu op dit moment, in dit tijdsgewicht, gewoon toevallig in Driehuis veel dingen vrijvallen waar iets zou kunnen. Mm-hmm. In IJmuiden zijn ook heel veel mogelijkheden dat dingen zou kunnen. Mm-hmm. Ja, en elders is het gewoon veel moeilijker. Ja. Dat is gewoon de realiteit. En we hebben ook een woningbouwopgave op dit moment waar we toch echt de schouders onder moeten zetten. En ja, daar hebben we gewoon mee te dealen. Maar die woningbouwopgave, ja, je hebt het wel eens gezegd, het is niet alleen voor Velsen, maar het is eigenlijk ook voor de MRA. Maar dat is toch ook wel weer moeilijk uit te leggen. Het is de metropoolregio Amsterdam. Hè? En dat is moeilijk voor mensen in Driehuis. Had ik het idee. Nou ja, dat snap ik ook wel. Ik bedoel, je wil gewoon... Er waren bijvoorbeeld mensen die me aan... Ik heb heel veel gesprekken gehad die avond. Ja. Ik vond het echt een hele inspirerende avond. Ik bedoel, niet makkelijk per se, maar gewoon wel goed om... Daar deed ik het voor, om dat moeilijke gesprek aan te gaan. En mensen bijvoorbeeld, oudere mensen die zeiden, ja, ik wil wel kleiner wonen, maar ik wil wel in Driehuis blijven wonen. Wat doe ik dan? Ja, dat is een dilemma. Of mijn kinderen gaan het huis uit, maar die willen ook, niet per se in Driehuis, maar wel in de buurt. Maar ja, dat is bijna al niet mogelijk. Ja. Want al die Amsterdammers komen hierheen. Of die Haarlemmers is het eigenlijk bij ons. Hè? Ja. Dus, ja. Maar... Doorschuiveffect. Precies, dat doorschuiveffect is heel erg merkbaar bij ons. Dat gaan we de komende jaren helaas nog meer krijgen. We hebben eigenlijk niet zo heel veel instrumenten in handen om dat tegen te gaan. Want we hebben gewoon vrij verkeer van mensen en goederen. Ja, precies. Dus, en dat is een groot goed. Dus het is heel moeilijk om dat niet te doen. Dus je bouwt voor... Maar is het ook niet de verantwoordelijkheid voor de gemeente om daar dan ook in mee te gaan? Toch in de regionale afstemming? Of... Nou ja, in sommige kaders zijn we het verplicht zelfs. Dus het is gewoon een wettelijk kader. Maar we proberen wel daar waar we kunnen. En dat zijn
slechts minimale dingen, vrees ik. Proberen we wel voorrang te geven aan lokale inwoners en aan mensen die uit de buurt komen. Ja. Moeten we niet af en toe ook zeggen, of heeft hij ook niet zo af en toe de neiging om te zeggen tegen burgers die dan weer zeggen, ja, ik woon niet zo mooi in dit en dat. Ja hoor, iedereen wil wonen, we moeten niet zeuren met elkaar hier in de Randstad, we hebben die ruimte nodig. Dus die afweging moeten we maken, af en toe een beetje inschikken. Nou kijk, ik vind die zorgen moet je gewoon wel serieus nemen. Want ik vind, nou zoiets als een uitgangspunt van Driehuis moet wel zijn karakter behouden. Dat vind ik dat is een belangrijk uitgangspunt. Vinden we ook echt met z'n allen. De vraag is alleen, wat is dat? En hoe kan je wel ook andere dingen bereiken en ook dat behouden? Ja. Wat de PS zei, moeten we tegenwoordig zeggen. De PS zei van ja, natuurlijk, 100 jaar geleden was het allemaal bos hier. We willen ook wonen, wat we ook bij de Binnenduinrandvisie doen. Maar het mooie is wel dat je, dat zagen we ook op die dinsdagavond, je kan praten over een identiteit. Hè? Dat heeft zich ontwikkeld, stap voor stap. Ja. En we leven in het nu. Hè? Je kan terugkijken naar het verleden, maar we zitten in het nu. En we kijken naar de toekomst. Dat vond ik eigenlijk wel een mooie... Ja, dat citaat was prachtig hè, die avond. Ik kan hem niet navertellen meteen. Maar in het verleden ligt het heden en in het nu ligt de toekomst of zoiets. Ik weet hem niet meer. Hij was heel mooi. Ga helemaal filosofisch worden op deze avond. Heel mooi. Oké, goed. Nou, ik denk, u kunt tevreden zijn. Er was wel een beetje een rimpeling met Kas Scholling. Nou ja, goed, die werd in zijn jeugdigheid, zal ik maar zeggen, even teruggefloten door de rest van de raad. Richting u ook had hij wat venijnige opmerkingen. Zand erover. Leergeld. Leergeld wellicht, hè? Of toch nog Nou ja, ik bedoel, er is er genoeg over gezegd. Ik denk het ook. Ik wil nog even met Leo Kwant, die staat er ook te wachten. Ik denk dat we deze avond snel gaan afronden, want we kunnen beginnen. Het is letterlijk een start in drie jaar, wat betreft. Zo is het. Zo is het, helemaal. Ja. Dank je wel. Dan komen we nog verder. Oké, dank u wel, meneer Diens. Leo Kwant, kun je nog even bijkomen? Hij zit te kletsen met de gemeentesecretaris. Natuurlijk ook belangrijk. Maar we hadden afgesproken dat hij ook nog even voor de camera zou komen. Ja, heel goed. Heel goed. En we kunnen niet pingpongen, want we staan nu met z'n tweeën bij. Maar kom nog even bij, Leo. Een tevreden wethouder Diens. Tevreden fractievoorzitter Kwant van LGV? Ja, ik ben zeker tevreden. De amendementen die zijn één is ingetrokken door CDA. En die andere, ja, dat houdt toch die vijf monumentale bomen houden ze overeind. Wij als LGV zijn altijd warme voorstander om te bouwen. Maar we hebben een raadsakkoord afgesloten waarin ook staat met zoveel mogelijk behoud van groen en ook van bomen. Ja. Er worden heel veel bomen gekapt. Dat is een compromis die er Er worden heel veel bomen gekapt. Maar er is een voorstel om vijf monumentale bomen die ook in het bomenbeleid van 2013 om die te laten staan. Nou, dat is een compromis die je als ontwikkelaar met het college afsluit. En als je daar akkoord mee gaat, moet je niet later beginnen. Maar dan gaat zo we hebben het ook aan Kassa zelf kunnen vragen. Hebben we ook gedaan. Maar had u dan niet zoiets van, waar moet je mee? Die project, ontwikkelaar heeft al lang gezegd, ik red het ook wel zonder die bomen te kappen, toch? Ja, dat heeft hij gezegd naar het college. Ik red het er ook mee. Dat heeft hij ook in de sessie gezegd. Ik red het ermee. Maar hij heeft toch raadsleden apart uitgenodigd om buiten het akkoord met het college te vragen of wij mogelijk om kunnen gaan om toch die bomen om te halen. Spelletje van en Kas Scholling stapt daarin. Ja. Jeugdige onbezonnigheid, net zoals hij een beetje te fel was naar de wethouder. Of misschien wel een beetje dat vond ik, daar zeg ik maar niks over. Want dat past niet in deze raad om zulke opmerkingen te maken. We hebben hem nog geprobeerd voor de camera te halen, maar we laten het hierbij. Ja. Nou, en u had nog eigen motie, breed gesteund. Ja, daar kan je niet op tegen zijn, hè? Verkeersonderzoek. Nou, ik heb in de sessie al aangegeven met de bebouwing bij het missiehuis of er een verkeersanalyse gemaakt was. Want er waren zorgen van de dorpsraad over de verkeersdruk en de parkeerdruk die daar zou toestaan. Ik heb afgewacht naar de dorpsdialoog in Driehuis. Nou, een overgrote meerderheid maakt zich echt zorgen in Driehuis over de verkeersdruk. En toen heb ik dus gemeend om 's avonds laat nog samen met D66 Sander Smeets hebben we gezamenlijk een motie gemaakt om in te dienen over heel Driehuis. Want we krijgen nog meer woningbouwplannen om dan in het geheel Driehuis een analyse te maken. Voor zowel de verkeersdruk en de verkeersbeweging die er komen en de parkeerdruk om dat door een extern bureau te laten doen. Zodat de mensen in Driehuis ook hierop gerustgesteld gaan worden dat er echt veel aandacht aan is. En dat mogelijk, hopelijk, het vertrouwen een beetje terugkomt. Want die merkte ik dinsdagavond dat ze dat niet dat hadden. Dat was wel een probleem inderdaad. Ja. Het is opvallend dat de wethouder ook al zei, ik ga ook op zoek naar die innovatieve mobiliteitsconcepten. Hij bedoelt bijvoorbeeld een minder auto of misschien deelauto's. Of liever de bus, want die rijdt daar zo goed. Of de trein, het is een overknooppunt. Spreekt u dat aan? Natuurlijk spreekt het aan. Ik bedoel, er kunnen ook huizen gebouwd worden waar elektrische auto's staan die in panden geparkeerd kunnen worden. Er kan ook geregeld worden dat er woningbouw gerealiseerd wordt waar die verkocht of verhuurd worden aan mensen zonder auto. Er zijn mogelijkheden zat.
daar heb ik weinig of geen verstand van, zeg ik altijd maar. Daar zijn deskundigen voor, daar heb je bureaus voor. En ik denk, laat zo'n deskundig bureau maar met die oplossingen komen. En wij zien dat. En zou dat ook passen bij de identiteit van Driehuis, die nieuwe identiteit? Ik hoop het. Ik weet niet wat voor oplossingen er komen, maar ik hoop het. Ja. Oké, okay. Ik werd even afgeleid, want ik beneden is een toespraak. Oh, er wordt geproost. Er wordt geproost, want de raadscommunicatieadviseur, die hebben we ook, hè? Die is getrouwd. Ja, dat nou, daar wordt even op okay. Bij de borrel hier beneden. Na afloop. Is een groot feest, afscheid, ja. Borrel. Daar moet je wel vast naartoe. Eventjes nog naar die borrel en het proosten. Dat gaan we zeker doen. We gaan afsluiten voor vanavond. Dank u wel. Dank u. Ja. Dank u. Dit was Raadsplein TV met het Bomen over de Bomen en de rest van het Missiehuis. U kunt deze uitzending en alle informatie terugvinden op onze website. Hè? Ja. Raadsplein.tv. We gaan dit ook herhalen. Dat bent u van ons gewend. We zijn ook voortdurend aan het twitteren. Dus als u ook voetbal wil kijken en tegelijkertijd de politiek wil volgen. Niet alleen vanavond, maar ook door de week heen en bij de andere vergaderingen. Kunt u ook ons volgen via @raadsplein.tv, de Twitter-account. Ja. En we maken berichten op de website. Nou, fijn. Niet te missen allemaal. Ik bedank u voor het kijken. Ik denk ook dat de mensen achter de camera's en de regisseur met de nieuwe vader-regisseur John het goed hebben gedaan. Dank u voor het kijken. Ja. En graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.